Soms heb je ergens echt even zin in. Een gevoel, diep, diep van binnen, dat schreeuwt. Dit is wat ik wil. En als je dan toch de hele kerstvakantie geen ene flikker te doen hebt, wat houd je nog tegen? Dus vandaag speel ik de hele dag lang de fantastische game Super Mario 64. Wauw, ik had verwacht dat er een soort heel episch liedje zou spelen zodra Mario uit die buis zou springen. Maar nu is mijn intro in één keer gigantisch droog. In ieder geval, welkom bij een nieuwe aflevering van de XXL Gameplay. Het fijne aan deze game is, ik heb hem ondertussen in mijn leven al een paar keer uitgespeeld. Oftewel, ik weet soort van wat ik aan het doen ben. Daardoor kan ik me veel beter focussen op leuke verhalen en hier en daar wat interessante feitjes. Ik heb deze game ooit al een keer gespeeld op mijn kanaaltje. Dat was nog vanaf de daadwerkelijke Nintendo 64. Het probleem is, mijn opnameapparatuur voor de 64 is, nou ja, hoe zeg je dat? Gigantisch keer. De beeldkwaliteit was echt om te janken. En het commentaar ook. Dus in 2018 kom ik nog één keertje terug met deze game met veel betere beeldkwaliteit. En als ik ook maar een klein beetje mijn best doe, veel beter commentaar. Dat waren een beetje de dienstmededelingen. Dan kunnen we door naar de echte belangrijke dingen. Waarom heeft de politie paarden? Ik voel me net opeens af, waarom heeft de politie politiepaarden? Nou, het antwoord is heel simpel. Om op te rijden. Ze hebben geen drugspaarden, denk ik. Daar hebben ze voornamelijk honden voor. Leuk feitje over paarden trouwens. Ze kunnen niet ademen door hun mond. Ze kunnen alleen maar ademen door hun neus. Nou, weet je dat ook meteen weer. Nee, maar dat werkt. Waarom bestaan politiepaarden? Ik snap dat in de binnenstad zijn best wel veel plekken waar je niet kan komen met een auto. Dus je wil eigenlijk iets hebben waarop je je kan verplaatsen dat kleiner is dan een auto. Dat bestaat, heet de fiets. En als je nog wat sneller wil, heb je zelfs iets, geloof het of niet, dat heet een motorfiets. Dus wat is nou eigenlijk het nut van politiepaarden? Die motherfuckers zijn fucking duur om te onderhouden. Ze eten dingen. Waarom heeft de politie paarden? Er zijn twee voornaamste redenen waarom politiepaarden een ding zijn. Als je een klein beetje na kan denken, kan je ze misschien raden. En anders ja, ga ik ze vertellen. Anders heb ik niks om deze video mee te vullen, makker. Ik kan je een tip geven, voornamelijk de hoogte is heel belangrijk. Dat is al de helft van eigenlijk de reden. Het zit zo dat omdat ze zo hoog zijn, kan je heel goed uitkijken over grote groepen mensen. Vooral als je dus hele grote groepen mensen hebt, is het super fijn als je op een paard zit. Dan kun je letterlijk verheven boven iedereen uit goed de situatie bezichtigen. Ik was een keer in Amsterdam om te zuipen en ik moest in één keer, ja, weg. Ik moest weer naar huis, stoppen met zuipen, jammer genoeg. En ik was bij station Amsterdam Arena. Gek genoeg is dat het station bij de Amsterdam Arena, het voetbalstadion. En er waren in één keer gigantisch veel mensen. Blijkbaar had Ajax gespeeld. Ja, dan zijn er wel eens voetbalsupporters. En blijkbaar was er een station verderop net een verse liquidatie gepleegd. Dus alle metro's die reden niet. Want dan ging je letterlijk met je metro zo langs een crime scene. Oftewel, je had superveel boze hooligans bij elkaar, een paar meter verderop, een dood lichaam. Dit was wel een situatie waar de politie dacht, misschien moeten wij even komen kijken. En daarom, omdat ze zoveel gigantische boze groepen mensen hebben, waren ze gezellig te paard. Voor de rest, de andere reden waarom politiepaarden super handig zijn, is omdat mensen zijn best wel bang voor paarden. Dat klinkt een beetje onlogisch. Ze zijn meer bang voor paarden in de zin dat, ja, je vindt niet in één keer een paard onder je grootsteen, een heel klein paardje. Het is niet dezelfde angst als voor spinnen. Het is meer dat... Oh, kut. Het is meer dat als er een paard in de buurt is, dan hou je wel gewoon graag afstand. Voor ons, vooral, wij kennen dit paard niet. Dit is niet politiepaard 317 die wij op Facebook hebben ofzo. Je weet niet hoe dit paard reageert. Je hebt genoeg filmpjes gezien op internet van mensen die gewoon vol in hun gezicht worden getrapt omdat ze achter een paard staan. Als ik een politieagent op een paard zie, denk ik, hey, supergoed idee. Ik ga echt gewoon flink oprotten en niet staan waar dat paard staat. Dus dat is wat mensen doen. Als je een grote groep mensen hebt en je wil ze ergens heen drijven, of je wil gewoon dat ze oprotten en dat ze voor je aan de kant gaan, dan helpt op een paard zitten echt heel erg.
Vind je het altijd irritant dat mensen niet voor je aan de kant gaan in de club? Koop een paard. Ik weet niet of ze echt regels hebben in de meeste gebouwen dat je niet met een paard naar binnen mag. Of dat mensen er gewoon van uitgaan dat je niet met een paard naar binnen mag. Ik bedoel, bij ons op school is wel specifiek vermeld geen skateboards. Ik heb nooit iets gezien over geen paard. Paarden zijn best wel hoog. Kom je überhaupt door de deur heen? Kun je paarden leren om te kruipen? Dit zijn belangrijke vragen waar de wetenschap vast antwoorden op heeft. Maar niet voor mij. We hebben in ieder geval de tweede ster al binnen. In principe, ik ga de game niet 100% uitspelen. Fuck die shit. Die 120 sterren kunnen me reet likken. Ik ga gewoon 70 sterren halen. Verdeeld een beetje over alle werelden. Maar voornamelijk in de eerste paar werelden. Want die zijn lekker makkelijk. Even kijken, wat is de derde? Foot Race of Koopa de Quick? Maar natuurlijk! Koopa de Snelle, kom maar door. Hey Mario, ik ben het. Koopa de Quick, wil je racen? Nou ja, vooruit dan maar, Koopa de Quick. Omdat je het zo lief vraagt. Gisteren had ik in één keer... Soms heb ik in één keer, dan vind ik iets qua feitjes. En dan beland ik in één keer echt in een loophole van steeds meer ontdekken. En vaak is het hartstikke interessant. Ik kwam gisteren opeens op de Facebookpagina van Mooning. Mooning als inderdaad van je ontwaarde bips laten zien aan andere mensen. Gewoon je raid showen. De echte vraag is waarom. Maar wat ook best wel leuk is, Wikipedia heeft gewoon een volledig overzicht van de complete geschiedenis van Mooning. Gewoon alle gevallen in de algemene geschiedenis die opgemerkt zijn waar mensen gemoond hebben. En er zitten best wel wat interessante gevalletjes tussen. De eerste gedocumenteerde Mooning was in het jaar 80. 80 na Christus. Er was een man die liet zijn bib zien aan een aantal Joodse pilgrims die de stad binnenkwamen. Toen op een gegeven moment begonnen de Joodse pilgrims met stenen te gooien. Dit is uitgelopen op een halve oorlog waar uiteindelijk 1000 doden zijn gevallen. Omdat, oh man! Dit spel neemt me echt nu al gewoon frontaal in de poeper. Wat echt niet echt handig gaat frontaal, maar sure. Fuck. Ben ik deze race überhaupt nog aan het winnen? Oh, daar is hij! Daar is hij! Nee! Kut! 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 Kom hier, Koopa de Quick! Hij zegt niet heel snel trouwens, dat mag gezegd worden. Kom op Mario, yes! We houden het spannend voor vandaag. Ladies and gentlemen, we got him. Als ik maar deze hele XO gameplay, de game nog wel uitspelen, dan mag ik wel een klein beetje een vaart maken trouwens. Vervolgens is er één ding in het geval van Mooning, die vond ik oprecht best wel tof. In het jaar 2000 was er een Mooning Flash Mob georganiseerd. Het idee was dat zoveel mogelijk mensen zouden gaan naar Buckingham Palace, het grote paleis van zeg maar, het koningshuis van Brittannië. Allemaal naar Buckingham Palace en dan allemaal naar het koningshuis hun reet laten zien in het jaar 2000. Dat is gewoon een grote fuck you naar de monarchie. Van hey, kom op, het is het jaar 2000, waarom de fuck hebben we een complete democratie? Of nou ja, compleet, hè, ligt eraan af aan welke partij je het vraagt, maar... We hebben een redelijke samenleving waar het volk soort van aan de macht is. Vrouwen mogen al een tijdje stemmen. Waarom de fuck hebben we nog steeds een monarchie? Dus om dat even heel subtiel te tonen. In Nederland hadden we de Fuck the Koning movement. Waar mensen allemaal riepen, fuck the koning. Dan kon je voor opgepakt worden. Want dat mag volgens de wet allemaal niet. Je mag geen gemene dingen zeggen over de koning. Want hij heeft ook gewoon gevoelens. Hadden ze daar gewoon besloten om allemaal massaal hun reet te laten zien aan het koningshuis. Ik moet zeggen, ik vond echt een hele vette actie. Uiteindelijk is de politie best wel ingegrepen. Ze zijn er vast heen gegaan met een hoop paarden. Uiteindelijk kwam het op neer dat de politie heeft weten te voorkomen dat het een massale Mooning was. Er zijn nooit duizenden konten tegelijkertijd geweest. Maar hey, je kan niet iedere kont tegenhouden. Dus er zijn zeer zeker een paar mensen die hun mooie bibs eventjes gauw aan de koningin hebben getoond. Iemand had me laatst verteld tijdens een livestream, ik heb dit feitje niet nagetrokken, maar hey, dit soort shit verzin je niet. Dat koning Willem-Alexander een keertje, of dat was waarschijnlijk Beatrix nog toen de tijd, easy Beatrix, echt vet, misschien nog haar moeders. Die een paar seconden lang geen koningin was. Reden was dat op een gegeven moment kwam er een nieuwe wet. Moet jou praten toch? Ja. Yes. Die is een paar seconden geen koningin geweest. Het is zo dat momenteel als er een wet gemaakt wordt, dan wordt gaat hij eerst door de Tweede Kamer heen. Dan gaat hij nog door de Eerste Kamer heen. Die gaan een beetje checken of het wel klopt met de grondwet. Of we die misschien nog een keer moeten aanpassen ofzo. En dan pas wordt hem, en dan gaat hij naar de koning of koningin toe. Die moet een laatste stempel erop zetten.
Maar in principe, vandaag de dag kan de koning of koningin niet echt een mening hebben. Als wij een wet maken, en die komt door de Eerste en Tweede Kamer, en dan zegt Willem-Alexander... weet je jongens, ik vind het niet zo'n goede wet. Terwijl het hele volk heeft ervoor gekozen, en de Eerste en de Tweede Kamer. Dan wordt het volk fucking boos en gaan we allemaal massaal onze reet laten zien aan Willem. Dus hij kan dat niet echt maken. Hij kan het eigenlijk niet maken om een wet af te keuren. Dus eigenlijk is dat wet te goedkeuren grotendeels gewoon... Het is wel een dingetje voor de sier, weet je wel. Op het moment dat hij echt wetten af gaat keuren, dan gaan we gewoon heel serieus met z'n allen aan tafel zitten en zeggen... Hey, zullen de koning afschaffen, want hij blokkeert letterlijk in zijn eentje de complete democratie. Dus ja, in principe is het meer een symbolisch ding. Maar ik geloof dat de koningin wilde echt per se niet een of andere abortuswet goedkeuren, want ze vond abortus gewoon niet zo cool. Was ze van, ja oké, we kunnen ook niet dat je hem afkeurt. Dus wat ze toen gedaan heeft, is letterlijk enkele seconden stop met koningin zijn, wet goedgekeurd, hoeft ze hem niet te ondertekenen. En toen was ze er weer. She back. Zo, deze hebben we meteen gepakt. Boop, boop. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Oké, waar de fuck is mijn ster echt? Helemaal die kant op. Poh, dat is wel een flink stukje lopen, of niet? Nog. Het is een minder stukje vallen. Dat scheelt. Voor de rest is er ook in Amerika een jaarlijks mooning event. Het heet de annual mooning of Amtrak. Amtrak, ja. De annual mooning of Amtrak. Dat is een keer begonnen in 1987 of zo. Er is een trein, een bepaalde Amtrak treinen. En één keer per jaar gaan mensen allemaal langs het spoor staan en laten ze hun reet zien aan de treinen en de inzittenden. Het is nu dusdanig een traditie dat sommige mensen ook echt in de trein gaan zitten en dat stukje gaan rijden puur om zoveel mogelijk content te checken. Ah, vond me cool, vond me cool. Ik heb zoiets van, dat moeten we in Nederland ook doen. Misschien moeten we gewoon ook het Koningshuis moenen. Ik vind dat persoonlijk, ik vind het oprecht een hele leuke movement. Het is onschuldig. Het is een heel duidelijk statement en iets wat heel veel aandacht trekt. Maar tegelijkertijd doe je er niemand pijn mee. Wanneer heeft een kont ooit iemand pijn gedaan? In die hoek van feitjes las ik toevallig wel vandaag. Ik heb het, hier ligt ie. Vroeger had ik een abonnement op de Quest. Is een blad waar gewoon een hele hoop wetenschapnieuws in staat. En ze doen vaak een heleboel enquêtes onder hun eigen lezers. En die resultaten die verwerken ze dan weer in een blad. En één ding wat ze nu publiceerden is dat mensen poepen. Aangezien we het toch over bips hadden en het heel kinderachtig wordt deze video. Blijkbaar hebben mensen gestemd dat blijkbaar vinden wij poepen, als je heel nodig moet poepen, fijner dan seks. Mensen kregen allemaal dingen te horen en dan moesten telkens zeggen of ze het leuk vonden, gaat wel of niet leuk, of fijn. En blijkbaar vond rond de 90% van de mensen vond poepen, als je heel nodig moet poepen, vond 90% wel echt een hele fijne gebeurtenis. En voor seks gold dat 85% van de mensen vonden seks een hele fijne gebeurtenis. Dus ja, is het ene dan beter dan het ander? Dat niet per se, maar wel meer mensen relatief gezien die het fijn vinden. Poepen is beter dan seks, confirmed. Even kijken, zijn er nog levels hier die ik kan halen? Mario Wings the Sky is op een kut level. Mag ik weg? Mag ik naar huis? Echt geen zin om dat level nu te doen. Ik heb betere dingen te doen met mijn leven. Het scheelt niet veel, maar ik heb betere dingen te doen in mijn leven. De eerste 5 sterren zijn binnen en we gaan best wel lekker. De serie die ik hier van deed op YouTube was denk ik iets van, nou, het zal minimaal 20 afleveringen geweest zijn. Krijg je gewoon weer eventjes in één video. De video van vandaag, het is zaterdag, komt waarschijnlijk wel weer te laat. Maar dat zien we dan wel weer. En voor de rest wil ik even gaan een klein beetje mijn YouTube TED-talkje willen eventjes heel kort houden over mijn hekel aan YouTube. Wat ik vooral momenteel heel irritant vind op YouTube is, ze hebben vertaalde titels. Ze vertalen de titels, wacht, ik kan even over die boom volgens mij. Ze vertalen de titels van Engelstalige video's naar het Nederlands. Alleen ik snap nooit echt waarom, want of je kan al Engels, ja, dan snap je dus, als het goed is, de titel in het Engels ook al. En als je geen Engels kan, en je gaat de video kijken, de video is in het Engels. Dus het schiet echt geen ene flikker op of YouTube gaat ervan uit dat ik daadwerkelijk de ondertitelingfunctie wil gebruiken. Maar echt, mij doet bijna geen enkele YouTuber de moeite om zijn video's te ondertitelen. En de automatisch gegenereerde ondertitels zijn echt nog lang niet goed genoeg. Dus wat ik vooral heel irritant vind, is dat ik gewoon niet meer aan de titel van een video kan zien of het een Engelse video is of een Nederlandse video. Ik heb zelf, ik denk dat de meeste mensen hier op het internet, jij waarschijnlijk ook, heb waarschijnlijk geen enkel probleem met de Engelse taal. Ik vind het wel gewoon fijn om van tevoren bij een video te weten
of het een Engelse of een Nederlandse video is. Ik weet niet echt of ik echt in de mood ben van, ah man, ik heb echt even zin in de Engelse taal momenteel, maar ik denk dat velen van jullie waarschijnlijk ook hebben. Ik ben gewoon met mijn Engels zelf op punt gekomen dat het valt me niet eens meer op of ik Engels of Nederlands dingen aanzet. I can easily just put on some in the English. Ik durf nooit serieus te praten alsof ik Engels praat, want dan heb ik het gevoel dat als het dan kut is, dan is het gewoon kut. Nu kan ik het bewust al kut maken, dan kun je niet zeggen dat het kut is. Ik kan makkelijk gewoon Engelstalige shit op de achtergrond aanzetten zonder een probleem te hebben. Ik moet me soms bij boeken en dingen echt afvragen, was het nou in het Engels of in het Nederlands? En dat boeit me geen flikker. Wel chill dat je zo goed twee talen kan beheersen. In principe kan je net zo goed alleen Engels beheersen. Het is niet alsof je echt heel veel kan met de Nederlandse taal. Maar toch hou ik wel van de Nederlandse taal, hoor. Ik vind de Nederlandse taal wel een lekker taaltje eigenlijk. Als ik echt een keer veel te veel tijd heb... Ik heb nu al veel te veel tijd, want ik speel deze game. Maar als ik echt veel te veel tijd heb... Dan zou ik echt wel een keer gewoon wat extra talen willen leren. Ik ben nooit begonnen met Russisch, maar halverwege het alfabet ben ik al een beetje... Had ik het al een beetje opgegeven. Echt typisch mij weer. Oh, ik ga Russisch leren. Oh, wacht, moeite. Laat dan maar. Maar ik vind die automatische ondertitels in ieder geval echt kut. Ik wil gewoon weten of een video Nederlands is of Engels. Kom maar gewoon door met de waarheid. Voor de rest zie je het vaak wel, aangezien die automatisch vertaalde titels van video's zijn echt heel slecht. Kut, net als mijn gameplay. Het ding met dit soort dingen is, ik wil het gewoon rushen. Ik wil gewoon snel van A naar B. En daardoor denk ik, oh, als ik dit doe, bespaart me echt 5 seconden. En dan val ik en dan ben je weer 15 seconden kwijt. Dus in principe, als ik gewoon even normaal doe, dan hadden we echt super veel tijd bespaard. Maar ja, niet dus, eigenlijk. Oké, gewoon even rustig over de plankje heen lopen, Rick. Even rustig. Oké. Voor de rest, ja, over de Nederlandse taal gesproken. Ik heb letterlijk al een week lang fucking Danny's Autopaleis in mijn hoofd. Ik heb dus afgelopen week de Harry Potter kerststream 2018 gedaan. En heel veel mensen vragen dan muziekjes aan. En een van de nummers die werd aangevraagd was een nummer getiteld Danny's Autopaleis. Het is een heel fout carnavalsnummer, maar het was dusdanig catchy dat ik luister het ook gewoon. Want het is positief, het is energiek. Je wordt er lekker wakker van. Dus tijdens de stream hadden we al Danny een mailtje gestuurd op zijn zakelijke e-mail met hallo, ik ben een YouTuber. Ik ben groot fan van uw nummer. Zou je langs willen komen, Danny? In de stream. Want echt een heel netjes opgesteld mailtje door Marijn. Marijn maakt meestal mijn thumbnails, maar die studeert ook journalistiek. En die, ja, als je helemaal journalistiek studeert, word je echt zo'n persoon die de hele dag mensen lastigvalt. Je ziet het zo vaak op Twitter als iemand een foto post. Hallo, ik ben van de Telegraaf. Mogen we deze foto gebruiken? Hallo, ik ben van het Noord-Ons Dagblad. Mogen we deze foto gebruiken? Mag ik je DM'en? Je hebt dat van die nieuwsmensen. Die gaan de hele tijd mensen op internet lastigvallen. Mag ik je een mailtje sturen? Mag ik je... Ik zoek iemand die... Er is niks mis mee. Ze doen gewoon hun werk. En ja, het is wel goed dat ze bronnen zoeken. En niet gewoon complete personages verzinnen. En dan gewoon het interview schrijven. Scheelt je wel een hoop tijd. Dus Marijn die kan wel redelijk netjes gewoon een e-mail opstellen die semi-zakelijk is en vraagt of mensen tijd en zin hebben ergens in. Hij had Danny gewoon een mailtje gestuurd met Fucka Danny. Oh, kut. Met Fucka Danny kom je bij de Harry Potter kerststream die je liedjes zingen of gewoon even lekker kletsen. En de stream was natuurlijk zaterdag en zondag, maar maandagochtend kregen we opeens een mailtje terug van Danny met, ah man, ik lees nu pas mijn e-mail, anders had ik graag even langs gekomen. Gewoon een gemiste kans. In ieder geval, luister even Danny's Autopaleis op YouTube. De reacties staan al vol met, ik ben hier door Serpent Gameplay. En daar doen we het voor. Even kijken of deze bullshit deze keer wel wil lukken. Help me, mijn heilige uil. Los! Ah, kom op! Yes! Oké, dat is heel fijn. Voor de rest, we hadden net over dat poepen is leuker dan seks. Ik heb ook wat andere getallen. 83% van de mensen vonden een goed gesprek fijn. Ik vond het vooral interessant dat dus ook een bepaald percentage van de mensen een goed gesprek alsnog niet fijn vindt. Zeg maar dat je praten met mensen kut vindt, kan ik volledig begrijpen. Maar zelfs een daadwerkelijk goed gesprek, oh, ah, rot toch op, joh. Dat is wel hardcore. Ik denk dat we nu even gaan proberen om 100 muntjes te halen. En tegelijkertijd met de 8 rode munten. Aangezien 8 rode munten is al 16 muntjes, dat helpt al heel erg. En ja, je moet altijd bij de 100 rode munten eerst even deze munt pakken. Aangezien ik wil nog wel eens verneuken en dan ga ik hier dood. En dan heb je echt al die andere munten al gepakt en dan sterf je hier opeens. Dat is gewoon, ja, super lullig. Voornamelijk, dit level bevat echt iets van 140 munten als ik me niet vergis. Dus echt
Je kan het bijna niet verneuken. Nee! Oké, gaat goed. Wat je het beste kan doen is eerst even de meest obvious munten pakken die je zo'n beetje sowieso al moet hebben. Als je van daar een beetje... Oh shit. Nee! Voor de rest had je ook nog 14% van de mensen vond neuspeuteren leuk. En 18% is dol op schoonmaken. Ik vond het vooral interessant dat schoonmaken en neuspeuteren zo dicht bij elkaar lagen. Maar ja, in principe is neuspeuteren een vorm van schoonmaken. Je maakt namelijk, geloof het of niet, dit is erg controversieel, je maakt je neus schoon. Dus in dat opzicht zit er nog wel iets van logica in deze getallen, denk ik. Dan kan ik deze deur nog even doodmaken voor een gehele... Fuck. Kan ik gewoon springen zo? Werkt dat? Nee. Oké, weg daar. Je bent aan het sterven, Rick. Je bent gewoon weer ordinair aan het doodgaan, jij. Oké, dan. Oh, je gaat deze kant op. Pakken we even deze big monies. Gaat goed. De vraag is vooral even, kut, waar zijn die laatste paar rode munten? Ik heb geen idee. Even met jou een kort gesprekje aanknopen. Even kijken, daar gaan we het er meer over hebben. Er was één verhaaltje, die wilde ik eigenlijk vertellen in de God of War video van gisteren. Het is een kerstsprookje. Is dat wel leuk? Nou, dan doen we gooien toch gewoon even deze video. Kerst is al een klein beetje voorbij, maar hey. In ons hart is het altijd kerstmis. Het was het verhaal van het kerstspinnetje. Het ging over een arme weduwe vrouw. En oh, wat was ze zielig. We zijn allemaal wel zielig natuurlijk, maar ze was extra zielig. Extra large zielig. Ik weet niet meer waarom. Ja, ze had geen geld. En ze had echt een kerstboom gekocht aan het begin van het jaar, een klein boompje. En die helemaal groeit tot grote boom. En toen was het kerst en oh nee, wat zielig. En wat er gebeurde was, ze had geen geld voor versieringen. Dit is eigenlijk gewoon de hel. Helemaal een prachtige kerstboom in je huis, maar geen geld voor versieringen. Maar s'nachts in het holst van de nacht, kwam, je raadt het nooit, de kerstspin. Die flikkerde de hele boom onder met spinnenwebben. En toen 's morgens kwam het vrouwtje in en denk, what the fuck? Waarom zitten er allemaal spinnenwebben op mijn boom? Dat zou ik ook denken. Ik ben echt bang dat de meest episch grote spin in mijn huis zit momenteel. En zodra ze het raam opendeed, en zo van dingen die voor het raam zitten, weet ik veel. De Luxaflex, die ze toen de tijd sowieso nog niet hadden. Toen ze de Luxaflex opendeed, schoten de zonnestralen als goud naar binnen en veranderde het complete spinnenweb in draden van goud. En de vrouw was nu eeuwig rijk. Ik denk dat dit ongeveer het concept van de postcode loterij is. Is wat chill, ben lekker aan het slapen. Even later, tantoe rijk. Dat willen we allemaal wel. Oké, nice. We hebben bijna alle rode munten. Maar je moet eerst de 100 muntenster pakken. Als je dus een level haalt. Dan word je eruit geflikkerd. Dan word je uit het schilderij geflikkerd en moet je er weer opnieuw in. De enige uitzondering zijn de 100 muntensterren, want die tellen niet onder het level zelf. Maar onder, ze tellen onder de kasteelsterren, de geheime sterren van het kasteel. En op die manier kan je dus eigenlijk 2 sterren in 1 keer pakken. In plaats van dat je eerst 100 munten moet halen en dan alsnog weer opnieuw al die 8 munten moet pakken. Dus zorg er altijd voor dat je eerst even de 100 muntenster pakt. Bijvoorbeeld zo. En dan pak je meteen die rode muntenster erachteraan. Hebben we toch alweer, als we die er even bij hebben, alweer 10 sterren aangetikt. Gaat best wel lekker. Even kijken, waar kunnen we er meer over hebben? Ik was afgelopen week een beetje aan het lezen over de Titanic. Het is eigenlijk best wel fucking ziek. Dat de Titanic ten eerste gezonken is. Dat was natuurlijk een fucking grote boot, onzinkbaar schip. Rij gewoon even een keer niet tegen een ijsberg aan. Of rij, vaar. Doe even niet. Wat vooral interessant is, hij ligt gewoon nog steeds op de bodem. Dat is echt, die boot is zo lang geleden gezonken. We weten gewoon precies waar dat ding ligt, maar hij ligt er gewoon nog. We hebben nooit de moeite gedaan om hem omhoog te halen. Nu zijn er dus een hele hoop mensen die heel druk bezig zijn met, ja, willen we die boot omhoog halen? En zo, ja, hoe gaan we dat doen? Mijn favoriete plan is sowieso de Titanic volgooien met vloeibare stikstof. Dan bevriest al het water wat, zeg maar, oh kut. Bevriest al het water wat in de Titanic zit. En als resultaat daarvan... Yes! Als resultaat daarvan, van alle bevroren water, ijs ligt op water. Heel zeldzaam, normaal gesproken als je stoffen kouder maakt, neemt een dichtheid toe en zouden ze dus moeten zinken. Water is dé uitzondering, omdat watermoleculen zijn heel klein, maar er zitten allemaal kleine ladingverschillen op, waardoor watermoleculen kunnen heel dicht op elkaar zitten. En in een ijskristal, omdat het een kristal is en juist een hele vaste structuur is, staan ze eigenlijk verder bij elkaar vandaan dan dat ze normaal in elkaar plakken. Voor alle andere stoffen is het eigenlijk omgekeerd. Dus moraal van het verhaal, laten we nog een keer hierheen gaan trouwens. Moraal van het verhaal is, het idee is als je heel veel vloeibare stikstof onder de Titanic gooit, dan kun je al het water in de Titanic in ijs veranderen. En dan zou de Titanic omhoog moeten komen. Dat zou waarschijnlijk een van de goedkoopste manieren zijn om het te doen.
probleem is natuurlijk wel dat Titanic is in tweeën gebroken. Er zijn echt heel veel mensen die echt als beroep zo'n beetje hadden om reconstructies te maken van wat er nou gebeurd is en hoe die boot precies brak. De Titanic is uiteindelijk in tweeën gebroken, dus dat gaat dan al een stuk moeilijker. Een heel bekend voorbeeld was natuurlijk ook dat ze vroeger probeerden het idee hadden om de Titanic omhoog te halen met pingpongballetjes. De hele Titanic vol smijten met pingpongballetjes. En dan was het idee dus dat pingpongballetjes die drijven als het goed is ook. En dan komt de hele Titanic vanzelf een keer naar boven gedreven. Ik maak me een beetje zorgen om deze ster. Ik heb echt geen zin om hier een half uur mee bezig te zijn, dus ik ga even een beetje vals spelen. Maar ik heb gewoon een checkpoint. Volgens mij moet je ongeveer... Het is vooral kut als je er overheen gaat. Laten we dit proberen. Hey, ik hoef niet eens vals te spelen. Hier zit een natuurkundebreintje waar je... Oh, dat heb je veel geluk tegen, zeg. Oké, even kijken. Is er nog wat te doen in wereld 2? Ik vraag het me af. Even kijken. We missen er nog eentje. Wat mis ik momenteel nog? Laten we even kijken. Shoot into the wild blue. Oh ja, dat is echt een nog makkelijkere versie van die kanonster. Nou, kom maar door dan. Kom maar door. Even kijken. Voor de rest natuurlijk een zeer belangrijke vraag die we ons al eeuwenlang afvragen is. Waarom staat er al zo'n lange rij bij het vrouwentoilet? Billy die wil het heel graag dat ik dingen opnoem die ik leuk aan haar vind. Echt. Dat tot op het punt dat ik echt iedere maand dezelfde dingen aan het opnoemen ben. Ik vind het gewoon leuk. Oh, het is gewoon leuk om je ego gestreeld te hebben. Nou, Billy, ik heb zojuist een nieuw compliment voor je verzonnen. Mijn vriendin, dames en heren, kan echt super snel plassen. Ik weet niet hoe ze het doet, maar als we allebei naar de wc gaan, is ze vaak gewoon sneller klaar dan ik. Ik neem dan ook gewoon mijn tijd. Ik zit half op mijn mobiel te kutten, maar ze is altijd gewoon snel klaar met plassen. Echt, hoeveel tijd in mijn hele leven ik niet hoef te wachten op mijn vriendin lief. Die naar de wc gaat. Het is echt gewoon magisch. Het is echt gewoon magisch. Dikke shout-out naar jou, Billy. En je snelle blaas. Dus de vraag is eigenlijk, waarom staan er zoveel rijen bij vrouwen-wc's? Nou, het grootste deel van het antwoord is super makkelijk. Ze doen langer over plassen, want ze moeten zitten. Dat is voornamelijk een ding. Mannen kunnen staan plassen. Zittend plassen is ietsje langzamer. Voor de rest is je plasdeel schoonmaken een stuk moeilijker als vrouw, eigenlijk, als je erover nadenkt. Heb je er wel eens over nagedacht, als man-kijkerpersoon? Dat als man, maakt het niet uit op welke manier je je kont afveegt, welke richting je het op doet. Maar als vrouw, kan het maar één kant op, anders dan smeer je zeg maar poep aan je poenie. Dat is niet gewenst. Ik heb hier echt nooit over nagedacht, totdat ik erover nadacht. Ja, dat is eigenlijk wel, dus wel één verplichte poetsrichting. Voor de rest, blijkbaar kunnen vrouwen heel veel tijd besparen. Ik had hier een discussie over met Billy. Billy had een keer gepoept, vrouwen poepen. En ik vroeg van, was het goede grote poep? Want ik ben super benieuwd naar dit soort dingen. Wat meer gewoon een grapje van, ah, lekker gekakt. Was het nog een beetje een monstrueuze drol of niet? En ze zei, weet niet, ik heb niet gecheckt. En ik dacht van, wat? Waarom kijk je niet naar je poep? Dit is echt super belangrijk. Dit is toch super belangrijk? Dan weet je of je gezond bent en zo. En of je nog een wereldrecord hebt gebroken. En toen hadden we een hele discussie over, kijk je naar je poep, ja of nee? En toen bleek dus dat er is een kleine hoeveelheid mensen op deze planeet. Je kan je aangesproken voelen. Die kijken ook niet naar hun wc-papier. Het is best wel een ding, als het goed is. In hoe veeg je je reet af etiketten. Dat je je kont afveegt. Op zo'n manier. Dat, ga er even uitschatten. Kom je? Kom ik gewoon niet. Oké, dan pak ik wel eens een andere ster. Jeetje, als je zo gaat doen, hoeft het van mij allemaal ook niet meer hoor. Grote aal als je er bent. Arrogante klootzak. In ieder geval, dat het altijd handig is. Nou ja, ik heb wel het gevoel dat het poepies-plasgehalte van deze video momenteel erg hoog is. Maar hey, misschien leer je eerst nog nieuwe dingen. Dit is een beetje een controversiële, want als mensen het niet met je eens zijn, dan ben je een keer een viespeuk. Maar over het algemeen, de meeste mensen, ik heb hier polls over gehouden. De meeste mensen die vegen hun bibs af en dan kijken ze naar het toiletpapiertje hoeveel kak erop zit. En dan weet je, nou hey, ik moet echt nogal vaak vegen. Dat is best wel handig. Behalve als je dus blind bent, dan heb je geen idee. Dan zou ik gewoon heel vaak vegen. Maar sommige mensen doen het gewoon in het algemeen. Die vegen gewoon 3 keer. En dan denk je, nou, het zit nu ongeveer wel goed. Eigenlijk was dit hele verhaal gewoon puur zodat ik kon opscheppen. Dat mijn vriendin snel kan plassen. Voor de rest, dus naast dat vrouwen zitten moeten plassen, hebben vrouwen ook een kleinere blaas. Waardoor ze dus in het algemeen vaker naar de wc moeten. En eigenlijk die twee dingen zorgen dus voor dat vrouwen langer op het toilet zitten. En eigenlijk is er aangeraden om in een gebouw per 1 mannen wc 3,9 vrouwen toiletten te bouwen. Dat vind ik persoonlijk wel een beetje too much.
om bijna 4 keer zoveel vrouwen wc's te hebben dan mannen wc's. Weet je wel, dat is misschien een beetje te. De ideale oplossing is, maak gewoon genderneutrale toiletten. Who gives a fuck? Maak gewoon toiletten die voor man en vrouw zijn. Dan krijg je ook niet het hele ding dat vrouwen naar het mannentoilet gaan omdat daar geen rij is. Maar het idee is dus dat eigenlijk wil je veel meer vrouwen wc's bouwen dan mannen wc's. Alleen heel veel architecten die zijn echt net zoals ik in Minecraft gewoon dol op symmetrie als je aan het bouwen bent. Dus dan is het iedere keer oké, links een wc, rechts een wc, één mannen wc, één vrouwen wc en dan zijn ze eigenlijk even groot. Voor de rest zijn mannen wc's zijn er waarschijnlijk juist meer mannen toiletten. Aangezien je op een mannen toilet ook gewoon urinoirs hebt waar je niet helemaal een hokje in hoeft. De urinoirs zijn in het algemeen veel sneller en je hebt er vaak een heleboel. Waarschijnlijk spelen urinoirs ook wel een klein beetje mee. Misschien zijn er ook... Nee, dat staat nergens op. Nou, hey. Dat laatste deel van mijn argumentatie laat ik zitten, want ik heb geen idee of het ergens op slaat. Is dat even mooi meegenomen? Ik vind van wel. Nou, pak hier met dan ook even een sterretje. Toch gewoon de 14. Hey, we maken meters. We maken meters. Ik wilde nog wat vertellen over de Titanic. Ik kwam het namelijk tegen, het hele Titanic verhaal, waardoor ik een beetje ging inlezen, een beetje opzoeken en een beetje ging kijken naar beelden van de Titanic. Er zijn echt allemaal van die beelden waar ze met duikteams heel diep de zee in gaan om een beetje te gluren bij dat wrak. Binnen een redelijk korte tijd zal het wrak er niet meer zijn. Er zijn namelijk metaal-etende bacteriën die momenteel het hele fucking schip aan het opeten zijn. That's fucking hardcore. Die beesten waren waarschijnlijk helemaal niet in grote populaties, maar puur omdat ze nu in één keer zoveel metaal hebben om te eten. Zijn die bacteriën in één keer super lekker bezig, gewoon hashtag hard gaan. Dus het is eigenlijk gewoon een heel ecosysteem aan het worden, gewoon puur die boot met hele specifieke diertjes die daar, eencellige motherfuckers, die daar lekker kunnen leven. Je moet bedenken dat het zinken van de Titanic was toen het daar natuurlijk verschrikkelijk iets ernstigs, aangezien ja, ging gewoon gigantisch om mensen dood en shit. Wat je wel moet bedenken, het is voor een paar mensen ook hun geluksdag. Als ze gewoon een keuken hadden met kreeften. Dat is altijd zo'n ding, dat als je kreeften in het restaurant nog mooi in de bak hebt zitten, kies je er eentje uit. Koken ze hem levend voor je. Nou, als die kreeften in die bak in het restaurant zitten en de boot zinkt in één keer, zijn ze gewoon vrij! Echt, voor een paar kreeften was het echt een hele goede dag, de dag dat de Titanic zonk. Deze motherfucker wil er gewoon niet uit, of wel? Oké, nou dan niet. Maar ik wil wel zeg maar de sterren halen, bedenk me opeens. Het is wel een soort van de bedoeling dat je eruit gaat, waarom wil je niet? Doe ik iets verkeerd? Ik dacht altijd als je hem gewoon lang genoeg lastig viel dat hij wel wegging. Misschien moet ik een beetje vanaf deze hoek aankomen zwemmen. Hoe trigger je deze man? Behalve door allemaal hele gemene uitspraken te roepen. Hallo? Gewoon iets meer... Voor zijn neus voor... Hè? Broer! Wil je niet een keer eruit? Huh? Hij is weg? Ik ging even lucht happen. Ik denk, kom ik terug? Ga ik nog een keer proberen die motherfucker weg te jagen? Is hij zelf al opgerold? Hey, makker, hartelijk bedankt. Ik moet nou niet te veel gaan haten op deze game. Deze game is ondertussen al 22 jaar oud en nog steeds een puur genot om te spelen. De game staat dan ook zo'n beetje op iedere lijst met de top 100 beste games ooit. En nog veel hoger op iedere lijst met de top 100 meest invloedrijke games ooit. Ik denk dat je wel redelijk kan zeggen dat Super Mario 64 de eerste echte goed werkende volledige 3D platformer game is. Voornamelijk de camerahoeken van deze game zijn iets waar de game erg veel liefde voor kreeg. Het werkt namelijk zo dat oorspronkelijk hadden ze de camera gewoon achter Mario. Je keek gewoon altijd naar Mario's petje. Maar ze hadden al heel gauw door dat het zag er gewoon raar uit en het voelde niet fijn. En toen bedacht ze, weet je wat? Geef de gamer de camera. Zet de camera gewoon op een losse control stick. En dat was toen heel veel controversie van dat gaan ze niet begrijpen, dat is te veel shit om tegelijkertijd te doen. Maar hey, je hebt een tweede stickie op je controller, weet je wat? We geven de camera aan de speler en daarom zie je ook aan het begin van de game heel dramatisch die makker met dat wolkje en de camera. Dat is eigenlijk natuurlijk een beetje de dude die Mario de hele tijd filmt. Eigenlijk is Super Mario 64 één grote vlog. Zo moet je het eigenlijk zien. Het was een redelijk revolutionair idee en soms, meestal ga je met revolutionaire ideeën redelijk op je bek, maar heel soms is het gewoon een fucking goed idee. En ja, zoveel games vandaag de dag leunen eigenlijk een klein beetje op de genialiteit van Super Mario 64. Verder heb ik een leuk feitje over beton.
Ik had gelezen dat als je een paar gram suiker toevoegt, echt ongeveer, echt heel weinig, we hebben het echt over 1 gram suiker, toevoegt aan een gram, of aan een kilo cement, 1 gram suiker bij een kilo cement, een verhouding van 1 op 1000, dat het dan vervolgens totaal niet meer werkt. Die kleine hoeveelheid suiker kan compleet fucken met de complete samenstelling en structuur van het cement, waardoor het niet meer hard kan worden. Blijkbaar was er een keer een gigantische overstroming ergens in Engeland waar een hele hoop cement een supermarkt instroomt. Dat is super kut, want dat droogt binnen enkele minuten op en dan is je hele supermarkt één blok beton. Dus wat ze deden, heel gauw alle pakken suiker opentrekken. Vlam, vlam, vlam! Blijkbaar heb je ongeveer zo'n 90 minuten als je met een cementwagen van A naar B rijdt. Eigenlijk, cement moet echt heel erg vers zijn, want die shit wordt heel snel hard. Wat natuurlijk ook wel een voordeel is. Het is onhandig als je een vloertje legt met cement en je moet een paar maanden wachten. Maar het is ook een nadeel als je het moet vervoeren. Je hebt geloof ik 90 minuten de tijd tussen het moment dat het cement gemaakt wordt, vers gemaakt wordt, en dat je het gaat gieten. Dus cementwagens, die hebben echt superveel haast. En daarom hebben ze ook zo'n beetje echt in bijna alle grote steden heb je wel plekken waar ze cement maken. Want je kan gewoon niet... De reistijd moet gewoon echt heel kort zijn. Daarom zie ik zelfs in middle of nowhere cities vaak zat cementwagens rijden. Je moet het echt een beetje lokaal halen, de cementhandel. Je kan niet de hele cementhandel van heel Nederland ergens in Groningen pompen. Dat gaat helemaal fout. Wat er soms gebeurt als zo'n wagen wel vast komt te zitten en ze hebben niet genoeg tijd en het gaat allemaal kut met het cement, doen ze de suiker bij. Weet je wat kutter is dan je cement niet op tijd kunnen brengen? Dat al het cement beton wordt in je cementwagen. Dan kun je die hele cementwagen zo'n beetje wegflikkeren. Dus wat je er eigenlijk doet is gewoon een kleine hoeveelheid suiker meenemen. En dan kun je de suiker bij flikkeren en dan kan het niet meer hard worden. Dan heb je gewoon alle tijd om het er rustig uit te scheppen. Nou, dat waren alle cementfeitjes die ik zo'n beetje heb. Hopelijk kan je er wat mee. Waarschijnlijk niet. Oké, we hebben net even geleerd van het vorige zeer gefaalde schot dat we echt nog wel een stukje hoger mogen zitten. Zoiets doen? Ja joh, kan wel. Very nice. Dan moeten we even met 1 succesvolle sprong die kant op. En dan met 1 succesvolle sprong even onze ster claimen. Hartstikke fijn. Voor de rest heb ik me toevallig afgelopen week een klein beetje verdiept in het Amerikaanse rechtssysteem. Ik snap er nog steeds geen ene flikker van. Net zoals iedereen die zich probeert te verdiepen in dat rechtssysteem. Wat ze daar hebben is een systeem wat ik redelijk opmerkelijk vond. Ik lees het best wel vaak, maar ik wist niet echt wat het betekende. Iets wat heet een suspended sentence. Dit krijg je best wel vaak eigenlijk in Amerika. Dat je iets doet en dan kom je in de rechtszaal en dan zeggen ze oké, je krijgt een boete en een suspended sentence, doei. Van, je krijgt 6 maanden gevangenis, maar het is een suspended sentence. En het houdt eigenlijk in, 6 maanden gevangenis, maar je gaat niet naar de gevangenis. Dat is echt super lijp. Je krijgt zelfstraf, maar hij is uitgesteld. Dat is eigenlijk wat je krijgt, een uitgestelde zelfstraf. Wat eigenlijk inhoudt, als je nog een keer iets doet, maakt niet uit wat het is. Dan krijg je gratis de paar maanden cel die je alvast hebt opgebouwd erbij. En ik vond het eerst een heel lijp systeem, maar hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik het er eigenlijk wel mee eens ben. Het hele idee van de gevangenis is ervoor zorgen dat mensen het niet nog een keer gaan doen. Als iemand een huis inbreekt en je zegt van, yo, je mag niet inbreken, hè? Kom even mee, even rechtszaal, 1000 euro boete, niet doen. Dan denk je, ah kut, ik heb best 1000 euro kwijtgeraakt, ik moet weer 2 huizen gaan beroven. Dus je kan ze de bak ingooien. Als je een jaar de bak in gaat, heb je niet heel veel zin om nog een keer de bak in te gaan. Dus stop je waarschijnlijk, mag je hopen, ook met inbreken. Maar het suspended sentence systeem werd eigenlijk zo dat je krijgt dus pas je celstraf als je nog een keer de fout ingaat. En dat stapelt dus ook met de straf die je sowieso al krijgt. Dus de volgende keer dat je iets illegaals moet doen, dan heb je wel pas in je achterhoofd dat ja... De celstraf die je eraan overhoudt wordt echt een flinke grote. Dus misschien, heel misschien, kan je het beter niet doen. Ik vond het wel een vet systeem. Even kijken. Oh, niet van die boot afspringen, jongen. Doe nou niet. Oké, we hebben 7 rode munten. Dan is de heilige vraag, waar is de laatste? Dat is ook meteen tegelijkertijd een hele goede vraag. Maar ben ik nog niet helemaal naar de bodem geweest hier. Ah, kijk. Ik zie daar een kleine mooie rode rakker op de bodem liggen. Nu we het toch hebben over wetten, misschien is het ook wel leuk om een klein beetje te praten over het vuurwerkverbod. Ik, en net zoals heel veel Nederlanders, vind het een beetje moeilijk, het vuurwerkverbod. Aan de ene kant, vuurwerk is fucking leuk. Vooral toen ik wat jonger was, was echt gewoon... Ik denk dat nieuwjaar al mijn favoriete feestdag was, want 1, opblijven tot 12. Nou, vandaag de dag zijn de dagen dat ik voor 12 uur naar bed ga echt extreem zeldzaam. Toen ik jonger was, dacht ik, yeah, 12 uur naar bed! Na 12 uur, eerder 4 uur of zo.
Hey, het is gelukkig nieuwjaar. Ik ga slapen. Doei. Zo werkt het ook niet helemaal. Maar ja, het ding is natuurlijk wel gewoon, er raken gewoon een hele hoop mensen gewond. Ik had een artikel gelezen met een chirurg, een traumachirurg, die dus vooral mensen opereert die verwond zijn door vuurwerk. En die zei ook, ja, als ik een feestje ga geven, waarvan ik van tevoren al zeg, er gaan 500 tot 1000 mensen gewond raken, dan zegt de overheid, yo, je mag dat feestje niet geven. Er gaan 500 tot 1000 mensen gewond raken. Maar dat is precies wat vuurwerk afsteken met nieuwjaar eigenlijk oplevert. Qua doden valt het altijd wel mee. Ik denk dat er per jaar nou 1 of 2 doden zijn. Dat zijn alsnog 1 of 2 mensen die helemaal niet dood hadden hoeven gaan. Die nu alsnog dood gaan. Beetje onnodig. Maar ja, op het moment dat je net een feestje geeft en je zegt, joh, er gaan 500 mensen gewond raken, dan zullen de meeste mensen zeggen, wat een kutfeestje. Doe maar niet. Maar in het geval van nieuwjaar zeggen we, nee, tradities, vuurpijlen, bang bang. Voor de rest, ik weet niet precies hoe erg het klimaatimpact is, aangezien we schieten gewoon letterlijk allemaal zware metalen de lucht in. Dat is vast op een manier ook wel niet helemaal de bedoeling. Oh, kut. Hoe doe ik me... even kijken, hoe doe ik mijn camera hoek zo dat ik daar naartoe kan kijken? Ha, hebben ze. Dat is even flink te klooien daarmee. We moeten hier even heen om Mario zijn luchtpowers op te halen. Idealiter kan je meteen een ster halen, maar ik vond deze ster altijd heel moeilijk, want je moet al die rode mond halen. Dat is echt gewoon kut. Zie je dat? Weet je wat dat is? Kut. Maar heel misschien halen we het. Ik heb er weinig vertrouwen in, maar we kunnen het al... Ah, kom op. Kom op. Nou, we hebben er 1 van de 8. We zijn er bijna, team. Yes. Oké, Mario, kom op. Makker. Ik zit ook helemaal niet goed te vliegen momenteel. Daar is nog wat. Nou, ik kan beter even naar beneden storten en nog een keer proberen. Yes, yes, kom op, kom op, kom... Ah, oh, mijn leven. Kom hier met het muntje, waar is hij? Daar, yes. Vuurpijlen de lucht in. I fucking did it. Geloof in jezelf, want niemand anders gaat het voor je doen. Ik heb het gehaald. Oké, meteen even die knop indrukken. Hebben we dat ook meteen gedaan, dan mag je dat prachtige mooie vlieghelmpie meenemen. Alle andere levels in. Ik heb echt een hekel aan die vlieghelm, echt. Verschrikkelijk, maar ik heb het gehaald. In ieder geval terug naar het vuurwerk. Het is gewoon moeilijk. Aan de ene kant is vuurwerk best wel vet. Aan de andere kant is het best wel zonde dat zoveel mensen zwaar gewond raken. Misschien is het gewoon een beetje evolutie, weet je wel. Vroeger had je de sterkste genen die overleefden. De beste mensen die vochten door en mochten kindjes krijgen. Nou, op deze manier is wel een goede manier om bepaalde types eruit te filteren. Ik bedoel, op het moment dat je heel veel rotjes, alle poeder eruit haalt, dat in een glazen potje gaat doen en dan aan gaat steken, wat had je verwacht dat er zou gebeuren? Het is... Er valt wat voor te zeggen. Ik ben sowieso redelijk anti-vuurwerk, maar dat is meer omdat mijn hond is echt... Oh, kut. Oh, kut. Die 8 rode munten in Bowser's wereld zijn altijd een beetje van... je moet er toch wel doorheen lopen. Neem meteen die 8 rode munten mee. Aan de andere kant is de kans dat je te overlijden komt, die neemt echt gigantisch toe. Vooral als je geen geduld hebt, zoals ik. Het is vooral heel irritant als je gewoon gebrand wordt door dit ding. Dan moet je gewoon even zien te voorkomen. Maar mijn hond is echt een gigantische bange schijter. Die is echt zo ongelooflijk bang voor vuurwerk. Het is echt gewoon heel zielig. Maar ja, als we vuurwerk zouden verbieden, dan wordt het natuurlijk nog steeds afgestoken, maar dan door de gemeente. Nu ieder jaar geeft me echt allemaal pillen, waardoor die gewoon in een half coma belandt. Waardoor die ongeveer de volgende dag wakker wordt en denkt, nou, wat is een goed feestje, jongens. Maar zelfs nu al, omdat kinderen in de buurt gewoon allemaal shit aan het afsteken zijn, iedere keer schrikt hij echt weer zo erg. Aan de andere kant, stel je zou in Nederland een vuurwerkverbod doen, zelfs dan zou er vrij weinig gebeuren. Je hebt zoveel mensen die nu al hun vuurwerk, sterker vuurwerk, in België halen. Dan haal je gewoon, je vuurwerk in het buitenland, ga je het nog steeds afsteken, weet je wel. Je zou haast gewoon echt door heel Europa gewoon moeten zeggen, laten we stoppen met vuurwerk afsteken. Aan de andere kant is het misschien ook wel een beetje flauw dat, omdat een paar mensen ergens niet mee om kunnen gaan, dat je het dan moet verbieden voor iedereen. Maar dat geldt voor een heleboel dingen. Sommige mensen kunnen wel prima auto rijden met 10 bier op, maar we hebben toch maar gezegd dat het verboden moet worden. Om je toch maar een klein beetje voor jezelf in bescherming te nemen. Dat is niet echt een argumentatie. Sommige mensen kunnen het wel. Dus is het niet onveilig. Dat is ook weer niet helemaal waar. Moraal van het verhaal is, ik lul maar wat. Maar je zou waarschijnlijk wel... Het zou echt effectief zijn als je het echt in de hele EU zou aanpakken. Dan zou je super veel moeite, of niet? Ga ik de 8 rode munten halen? Ik heb zomaar een vermoeden van wel.
En dat zijn goede vermoedens. Kom maar door, kom maar door, kom maar door. Jees. Ik baal het zo hard als je zeg maar al op muntje 5, 6, 7 zit en dan in één keer valt. Het gemeen aan die Bowser-werelden, vooral deze, is gewoon ja, je valt, je bent gewoon klaar. Daar hou ik niet zo van. Ik hou gewoon van tweede kansen, derde kansen, vierde kansen. Maar die geef je me niet. En waarom niet? Dus ja. Uiteindelijk maakt het mij allemaal niet zo heel veel uit wat er met het vuurwerk gebeurt. Want ik steek momenteel niet zoveel vuurwerk meer af. Een paar rotjes. Ik ben altijd wel zo'n jongen die dan toch een beetje een kleine jongen die houdt van experimenten, weet je wel. Dan heb je weer een of andere nitraat, die flik je even in een putdeksel of zo. Dat soort dingen zijn gewoon leuk. Blaas een keer een prullenbak op. Het is een leerproces, oké? Fuck, we willen hierheen. Maar hoe gaan we daar een beetje op een veilige manier komen? Denk aan onze kinderen. Goomba's. Oké, dit tel ik net. Dit. Ah, fuck. Is echt met de camera. Wist je nog die keer dat deze game zo goed was vanwege zijn camerahoeken? Ik ook niet. Oké, dat is muntje nummer 7. Voor mij ligt muntje nummer 8 ergens op de daken daar. En er is hier ook meteen nog een andere ster die je kan krijgen door een timed event te doen. Ik ga denk ik heel even schouw een checkpoint maken. Puur omdat ja, deze hele game uitspelen duurt al lang genoeg en ik heb echt geen zin om dood te gaan. En tot nu toe, iedere keer als ik een checkpoint maak, wat één gehele keer gebeurd is, haalde ik het ook in één keer. Dus dat is fijn. Dat is goed te zien. Ja, we doen het wel gewoon in één keer, joh. Fuck it. Ik knip al gewoon even in de video als ik dood ga. Checkpoints zijn... Oh. Volgens mij is dat hier helemaal niet. Dat is dan waarschijnlijk alleen in de DS-versie van de game. Ik bedoel, die speel ik ook rete vaak. Dus het is niet volledig onlogisch dat ik ze een beetje door elkaar haal. Hoppakee, deze kant op. Hoppakee, deze kant op. Heb je wel eens van gehoord dat er een ding is dat je agressief wordt van de kleur geel? Nou, dat is dus niet waar. Dat is, er was een man die had een gigantische hekel aan de kleur geel. Hij vond echt gewoon een kutkleur. Je zou haast kunnen zeggen dat hij agressief werd van de kleur geel. En omdat hij zo'n hekel had aan de kleur geel en er vanaf wilde, had hij een geniaal plan. Hij verspreidde het gerucht. Fuck. Hij verspreidde het gerucht dat je agressief werd van de kleur geel. En dat is gewoon een gerucht dat compleet aan de hand liep, totdat echt heel veel mensen ervan uitgingen dat het waar was. En heel veel mensen er ook echt rekening mee hielden. Er is sowieso wel iets aan de hand met kleuren. Er zijn sowieso bepaalde kleuren die we associëren met bepaalde gevoelens. Er worden geloof ik wereldwijd... Er zijn er bepaalde gevangenissen waar ze heel veel de kleur roze gebruiken. Niet zozeer om de gevangenen in de mind te nemen en hahaha. Fuck jou, de kleur roze, je grootste nachtmerrie, stoere boef. Niet per se dat idee, maar je schijnt er daadwerkelijk gewoon rustig van te worden. Op een bepaald onbewust niveau. Hey, rustige mensen, daar is niks mis mee. Damn, wat ziet Bowser er lelijk uit in deze game. Je hoeft maar één echte bossfight erin te stoppen. Is hij nog eens lelijk als fuck ook. Oké, laten we even die kant op gooien. Oké, ja, ik wil eigenlijk het in stapjes doen, maar dat we nu maar gewoon in één keer doen. Yo, raak gooi, Rick. Ah, kut. Dat is gewoon kut. Er is ook niet heel veel om te raken ofzo. Hoeveel van die dingen hebben ze op de map? Van die spijkerballen, echt niet veel. Wat ik normaal doe is, ik gooi ze altijd in hele kleine stukjes rustig die kant op. Dat werkt altijd best wel goed. Hallo, meneer Bowser. Even kijken hoe ik dat nu een beetje kan demonstreren, maar... Oh, fuck, dat vuur komt mijn kant op, of niet? Fuck. Camerahoeken. Ik wil graag die hebben daar, als je het niet erg vindt. Oké, laten we hem gewoon gooien dan. Hoe laat ik hem los? Oh, wacht, B. Ah, kak. Broer, makker, maat. We pakken door. We pakken door. Weg met dat vuur, Jeroen. Ik doe het nu grotendeels gewoon op geluk. Oh, ik dacht even dat ik hem had. Nou, niet genoeg geluk voor mij. Wacht maar tot de laatste bossfight waar dat ik 3 keer deze fucking move moet doen. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is eigenlijk gewoon daadwerkelijk verschrikkelijk. Maar dit ziet er te doen uit. Dit ziet er te doen uit. Ah, kom op. Kom op, Mario. Dit is een klein afstandje. Niet te snel, niet te snel. Yes! Vernietigd! Gedomineerd! Dat duurde echt zo, maar dan ook zoveel langer dan ik in mijn diepste dromen had gewild dat het zou duren. Oh man, dat was verschrikkelijk. Maar, ladies and gentlemen, we got him. Geeft toch een heel fijn gevoel zo in ieder geval. Top. Kunnen we weer lekker door. Voor mij kan je geen 100 munten halen daar. Alhoewel, ik deed echt niet mijn best om veel munten te halen daar. En ik heb best wel veel munten gehaald daar. Voordat we doorgaan naar daadwerkelijk moeilijke levels, gaan we eerst even schouw door naar je favoriete glijbaan. Er zijn geloof ik zelfs 2 sterren te halen. Tenminste in de DS-versie.
Redelijk zeker ook in de originele versie. Je hebt een hele mooie glijbaan hier. Je kan het bijna niet verpesten. Maar als je die glijbaan haalt binnen een bepaalde tijd. Door het, ja, dan moet je wel iets beter je best gaan doen. Krijg je als het goed is, misschien met een beetje geluk, een tweede ster. Laten we even kijken of het een beetje wil lukken. Dus wat je wilt doen is, geloof ik... Ja, op de DS heb je een kaart. Dus dan kun je heel makkelijk zien van als je hier van het spoor afspringt. Dan land je daar weer. Dat is ongeveer ook wat de DS doet. Maar je kan het ook gewoon doen door goed te zijn in het spel. Maar... In één keer goed! Zieke lucky! Oké, Mario, schiet je even op, schiet je even op. Ik weet niet of ik nou echt tijd bespaard heb op deze manier. Maar moet je er binnen 20 seconden zijn zo'n beetje? Nou, echt net niet of wel. Ah, balen. Willen we die recordtijd zetten? Mario moet gewoon even iets minder zijn rug breken. Ik heb in ieder geval laten zien. Ik weet dat het bestaat en ik weet op een soort van bepaald niveau hoe het werkt. En dat is goed genoeg. Ik wil nog een klein beetje terugkomen op dat roze. Ik had het over de roze kleur in de gevangenis en hoe misschien lijkt alsof we boeven aan het pesten zijn. Want we associëren vandaag de dag de roze kleur nogal met vrouwelijkheid. En het geinige is, oorspronkelijk was de kleur roze echt gigantisch mannelijk. Sowieso als je kijkt naar de dingen die vroeger gezien werden als mannelijk, is dat zo raar. Maar dat zijn echt zoveel dingen die wij vandaag de dag juist zien als dingen die heel vrouwelijk zijn. Voorbeelden zijn heel lang haar hebben en er heel goed voor zorgen. Het dragen van hoge hakken. Genieten van de kleur roze en van bloemetjespatronen. Dat zijn allemaal dingen die vroeger gezien werden als hele mannelijke dingen. Het was echt super cool om lang haar te hebben. Als je ook kijkt naar heel veel rijke mensen van die tijd, die hadden allemaal gewoon lang haar. Waarschijnlijk is het ook gewoon voornamelijk een soort status dingetje. Lang haar is gewoon moeite, je moet er daadwerkelijk voor zorgen. En als je ja, geen geld hebt en shit, dan heb je ook geen cool kapsel. Wel dan, heb je gewoon geen geld voor een cool kapsel. Ik weet niet of je wel eens lang haar hebt gehad en er geen zorg in hebt gestopt, zoals ik toen ik 14 was. Je krijgt de meest verschrikkelijke klitten ooit, tot het punt dat je ze er een keer uit gaat halen en het gewoon, je belandt in een wereld van pijn. Dat is ongeveer wat ik zou willen zeggen, de hele korte samenvatting. Zit wel lekker op kan muntjes zo, maar laten we voornamelijk gewoon even doen wat de game wil dat we doen. Als het goed is zijn er door dit hele gebouw heen een heleboel boos. En mij even de eer om ze allemaal te vermorzelen. Voor de rest wil ik wel even praten over de band Kiss. De band Kiss is fantastisch. Op een gegeven moment hebben ze een keer besloten om een stripboek uit te brengen. Het past pas goed bij de band. De band is natuurlijk al zo'n karikatuur met al die smink die ze opdoen. Dus ze wilden een stripboek uitbrengen. Maar dat stripboek moest wel een beetje echt hardcore metal zijn. Dus de stripboeken zouden gemaakt worden met het bloed. Het daadwerkelijke bloed van de band. Wat ze gedaan hebben is, ze hebben allemaal gewoon een sneetje in hun lichaam gemaakt. Hebben allemaal een beetje van hun bloed in een vat met inkt gedaan. Waarvan de stripboeken gemaakt zouden worden. Waardoor dus inderdaad de stripboeken een klein beetje bloed van de band bevatten. En dus ja, that's pretty metal, zoals ze zouden zeggen. Zit er niet nog een boel die even naar me toe moet komen? Anders kan ik ze niet allemaal doodmaken. Ze weten waar ik een beetje mee zit. Mij zit die motherfucker gewoon daarachter. Ik hoor hem ook gewoon. Kom hier, aap. Of zit er hier gewoon alleen nog eentje? I don't know. Please, kom naar me toe. Als we alle boos hebben gevonden, dan komt hier in deze prachtige mooie kamer komt er een hele grote boe. We gaan even zoeken. Daar is hij! Wat? Oh, dat werkt niet. Er zijn er nog twee zelfs. Goed genoeg, goed genoeg. Ik dacht dat ik er wel eentje had achter dat schilderij. Misschien als je de camera uitloopt, die spawnen ze weer. Of ik kan gewoon niet tellen. Dat is ongeveer een beetje de wijsheid. Ik hoor in ieder geval een hele hoop belletjes met het idee van, gaat goed. Dus Kiss heeft een gek stripboek gemaakt met hun eigen bloed erop. De band Metallica heeft iets heel anders. Die zijn laatst begonnen met hun eigen drank, hun eigen whisky. En best wel een coole whisky. Het is namelijk whisky gemaakt door en met Metallica. De whisky heeft een heel bijzonder rijpingsproces ondergaan. Waar de whisky is blootgesteld aan de muziek van Metallica. Zowel de oude nummers als de nieuwe muziek. Ze hebben zeg maar een vat en in het midden staat zeg maar een soort paal met een speaker erin. Waardoor ze dus zeg maar de whisky kunnen laten trillen. Waardoor zeg maar de metal, de keiharde metal, in de whisky gezogen wordt. Je kan zeggen wat je wil, maar ik vind het interessante marketing. Dat sowieso. Het zou dat werk wel kunnen helpen, dat het een klein beetje werkt hoor. Je creëert eigenlijk gewoon een beetje een trilling waardoor het eigenlijk gewoon beter gemengd wordt. En uiteindelijk is dat het hele idee. Het hele ouder worden gebeurt eigenlijk alleen maar in zo'n heel mooi eikenvat en niet zozeer in de fles zelf. Het is echt de interactie tussen de drank en het hout, waardoor mensen dat een beetje gaat schudden met trillingen. Dan zou het best wel kunnen dat een whisky van 10 jaar oud al snel smaakt als een 20 jaar oud. Alhoewel, ik snap geen ene flikker van whisky. Neem niet te veel van mij aan.
Sowieso in het algemeen had het wel een tip. Neem niet te veel van mij aan. Dit was een bewuste keuze trouwens. Voordat je dacht, wauw Rick, ik wist dat je gameplay slecht was. Maar dit slaat alles. Ik heb bewust besloten om hier naar beneden te springen. Als het goed is. Als mijn archieven en geheugen nog een beetje kloppen, kan je hier een ster verdienen. Prachtige muziek ook. Echt, als je gek wil worden, gewoon alleen maar naar dit nummer luisteren. Sowieso een ervaring. Voor de rest, over ervaringen gesproken. Ga Bandersnatch kijken, alsjeblieft zeg. Ik wilde er haast een video over maken, maar ik had echt niet zoveel toe te voegen naast ga het kijken. Vooral als je houdt van series op mijn kanaal die ik heb gedaan rondom games waar je keuzes moet maken. Bandersnatch is een nieuwe aflevering van de Netflix-serie Black Mirror. Black Mirror is sowieso fantastisch. Het is een science fiction serie die voornamelijk gaat over de toekomst. Het idee is eigenlijk... iedere aflevering staat compleet los van alle andere afleveringen. En iedere aflevering gaat eigenlijk over iets wat in de toekomst zou kunnen gebeuren met technologie en hoe dat effect heeft op onze levens. Sommige afleveringen zijn echt al, zeg maar, qua technologie zou het haast wel kunnen. We hebben gewoon de technologie ervoor, maar het is gewoon nog niet zo erg. Sommige hebben technologie die best wel ver gaat, die we vandaag de dag nog niet hebben, maar in de toekomst misschien zouden kunnen krijgen. Het is in ieder geval meestal heel erg interessant en Bandersnatch is extra bijzonder. Het is namelijk een kies je eigen avontuur. Dus heel slim van Netflix. Heel veel mensen die hebben abonnementje op Netflix puur voor die paar series die alleen op Netflix staan. Maar die kun je gewoon downloaden natuurlijk. Je kan gewoon iets als Black Mirror alle seizoenen gewoon in één keer downloaden binnen een paar minuten. Heb je geen Netflix nodig. Dus deze aflevering moet je de hele tijd met je muis of op je mobiel iedere keer kiezen tussen twee opties. En op die manier kan je het dus niet downloaden. Je kan natuurlijk gedownload de opties voor je gemaakt zijn. Maar het is sowieso een stukje minder leuk. Het deel hiervan, van het idee erachter is ook sowieso dat veel mensen een Netflix abonnementje nemen. Om Bandersnatch te kijken, of eigenlijk te spelen. Ik wil niet te veel vertellen over de verhaallijn. Ik kan je wel vertellen, je moet niet te veel zorgen maken over de keuzes die je maakt. Ik ben vooral iemand, ik wil zien wat alle keuzes doen. Nou, in principe, het enige wat ik erover wil zeggen is, alle keuzes komen alsnog wel zo'n beetje voorbij. Ik heb hier eerder ook wel eens over gepraat. Er zit gewoon veel ik kan maar één ding opnoemen. Puur om je misschien een beetje te introduceren. Op een gegeven moment kom je ergens en dan is de vraag, hey, heb je zin om drugs te doen? Neem deze psychoactieve stof. En je hebt zoiets van, nee dankjewel. En dan stop je het gewoon alsnog in je drankje. Weet je wel, dat soort dingen. Dat het lijkt alsof de keuze reuze is en er tientallen eindes zijn. Maar eigenlijk worden best wel een aantal van die eindes gewoon al weggedrukt. Door, je denkt dat je de keuze hebt, maar dat er een compleet, compleet andere verhaallijn is. Maar eigenlijk valt het allemaal best wel weer mee. Maar al met al is Bandersnatch sowieso aan te raden. Ik vond de verhaallijn super vet. En sowieso heel Black Mirror... is aan te raden. Ik zou alleen afraden, het is altijd een beetje een grapje in de Black Mirror community. Als je gaat beginnen met het kijken van Black Mirror, begin niet, ik herhaal, begin niet met aflevering 1. Aflevering 1 is heel raar, heel leuk, maar het is niet representatief voor de serie. Dus als je aflevering 1 kijkt en denkt, wauw, dit was kut, ik ga het nooit meer kijken, dan mis je de rest van de hele serie. Het concept van aflevering 1 is dat de dochter van de koningin is gekidnapt en de enige manier om haar te bevrijden is om seks te hebben, als de minister-president, of de premier, seks heeft met een varken. Dat is waar de eerste aflevering over gaat. Ik vond het super interessant, maar ik kan me voorstellen dat varkenseks niet helemaal jouw ding is. En dat je dan denkt van ja, laat maar zitten deze hele serie. Dat zou hartstikke zonde zijn. Even kijken, we zoeken momenteel. Misschien is het je opgevallen. 8. Ik herhaal, 8 rode muntjes. Even te kijken of ik ook meteen de 100 rode munten erbij wil halen. Of dat ik denk, laat alle munten maar zitten. Dan moet ik eigenlijk weer naar dat punt waar ik net was, daar beneden. En dan gewoon een heleboel van die boosts lopen. Die geven namelijk allemaal een blauwe munt. Waar allemaal weer 5 munten van krijgen. Maar ik denk dat de 100 munten gewoon lekker laat stikken. De vraag is vooral wel eventjes, welke heb ik nou wel en niet al gehad? En even compleet het overzicht kwijt. Heb ik die achter de piano al gechapt? Nope! De hele piano beukt over mijn gezicht. Nee, die heb ik nog niet. Heb ik was hier nou ook een muntje? Nee. Oké, dan ben ik gewoon verdwaald. Zo, de hele benedenverdieping is leeg. Inclusief alle niet-rode munten. Neem ik meteen die 100 muntenster lekker mee. Ik heb trouwens voor jullie redelijk toepasselijk aan dit level een interessante stelling. Stel, je bent op zoek naar jouw droomhuis. Niet zomaar jouw droomhuis, echt het perfecte droomhuis. Barbie's droomhuis. Je zoekt en je vindt het perfecte huis. Fantastisch groot, alle kamers zoals volgens jouw mening kamers zouden moeten zijn. En de prijs, wow, het kost letterlijk geen ene drol. De locatie,
perfectie. Je huis staat letterlijk als een robuust blok in Amsterdam Centraal. Als je daar wil wonen. En anders direct op de plek waar je wil wonen. Midden in een zwembad en een sportcentrum. Er is alleen één klein probleempje met de locatie. Vroeger was daar een kerkhof. En er gaan veel verhalen rond dat het in jouw huis spookt. Zou jij het huis dan kopen? Dat is best wel een interessante vraag en die stond dus in de quest. En verrassend genoeg, maar 46% van de mensen zei meteen... Ja joh, kom maar door, ik geloof toch niet in spoken. De andere percentage, 10% van de mensen zei ja, weet niet. Bij iedere poll over dit soort dingen hadden ze een weet niet optie. En best wel veel mensen vullen weet niet in. Dat ik denk ja, aan de ene kant is het wel handig om van een groep mensen te hebben... welke mensen gewoon echt het niet weten, maar... Ik bedoel, het is koop het wel of koop het niet. Je kan niet in het leven altijd maar... Ja, weet niet. Je maakt een keuze. Alsjeblieft. Wel of niet, patat. Zeg ja of nee en niet... Ja, weet ik niet. Het is zo onhandig voor die polls dat iedere keer gewoon een ruim percentage gaat naar weet niet. Nou kan ik niet met zekerheid zeggen dat de meerderheid het huis niet wil. Want 10% heeft weet niet ingevuld. Maar oké. Vooruit dan maar. Ik geloof zelf echt verre van in geesten. Het enige waar ik me zorgen om zou maken is de verkoopwaarde van je huis weer voor mensen. Blijkbaar bijna de helft die dat wel heel erg doen. Aan de andere kant is het natuurlijk wel net iets minder chille gedachte. Als je de keuze hebt tussen twee antieke huizen en de een is niet gebouwd op een begraafplaats. Liggen er nou nog dode mensen onder je huis? Dat zijn wel dingen die je mee moet nemen. Even kijken. Normaal gesproken is het toch gewoon... Is het de middelste eerst? Moet haast wel. Oh, kut. Oké, dit is rechts. Nee, nee, fuck! Stop alsjeblieft met die boeken. Yes, oké. Schuif, 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 schuif. Dank je. Duurde me net iets te lang. Maar, vooruit dan maar. Even kijken. Er liggen nog een aantal sterren in deze wereld. De vraag is alleen, waar? Maar we doen redelijk ons best. Voor de rest was er nog een eentje waaruit bleek dat 30% van de Nederlanders toch altijd een beetje onder het mom van voor de zekerheid afkloppen. Dat is dat je zegt van, bijvoorbeeld ik had het net met mijn moeder over dat vandaag zijn er weer 4 terroristen opgepakt in Nederland. Die zijn in Rotterdam opgepakt, waar een verplande aanslag gedaan. Ik zei, wauw, ik vind dat echt heel knap. Dat in Nederland heb je zo vaak mensen die opgepakt worden voor een aanslag willen plegen. Maar de hoeveelheid aanslagen die je echt hebt met terroristische doeleinden... Reek laag. Mijn moeder zei meteen van, ik zou het even afkloppen, weet je wel. Dat is dus dat je zo ophoudt. Ik heb het wel eens over gehad in een video. Dat is bijna een traditie van vroeger om geesten te verjagen. De boze geesten horen dan van, oh, ik hoop niet dat dit gebeurt. Dan denken ze, ja. En als je dan even een paar keer op het hout slaat, dan denken die geesten van, oh nee. Ik ben blijkbaar verslagen. Hoe zit het ook alweer? Ergens in dit huis is toch een punt dat ik moet zoeken. Waardoor Mario onzichtbaar wordt. En dan kan ik achter dat ding daar. Is dat gewoon hierboven? Er is ergens zo'n knop. Alleen ik heb even geen idee meer waar. Ik maak me zorgen. Makker. Ik wil ook even deze dude gaan verslaan. Maar je hebt hier zo weinig ruimte. Het is echt super irritant. Ik heb hier allemaal de ruimte niet voor, joh. Ik ga zo even verder met de domme verhalen. Eerst even deze sukkel verslaan. Ik was net een beetje aan het lezen over interessante beroepen. En toen vond ik een beroep. Het beste beroep. Namelijk de glijbaantester. De naam van het beroep was vooral een beetje keide clickbait, want hij test niet alleen maar glijbanen, de glijbaantest meneer. Hij test een heleboel dingen. Hij test onder andere ook kinderspeeltuintjes, ballenbakken. Dit klinkt als een droom, maar blijkbaar is het nog best wel moeilijk. Je hebt namelijk een technische mbo-opleiding nodig. Je bent voornamelijk gewoon op zoek naar mankementen. Hoe de fuck kom ik daar zonder van dit fucking dak af te glaken? Ik heb echt geen idee. Ik ga even uitzoeken hoe je ook weer die onzichtbaarheidskracht haalt, want die kunnen we wel echt gebruiken. Volgens mij moet je dus... Ja, oké, gaat goed, gaat goed. Je moet dus hierheen. En dan... Niet op die manier. Kan je dus op een manier... Kan je daarheen. Got him. En die onzichtbaarheidskracht ligt trouwens totaal niet in dit level. Dat is wel zo in Super Mario 64 DS. Dus hey, de verwarring is soort van te begrijpen. Laten we doorpraten over de droom. Glijbaaninspecteur. Hij is voornamelijk gewoon bezig met heel erg voelen aan de glijbaan. Zijn er bepaalde stukjes waar je kan blijven haken of waar je je arm aan open kan halen. Hij gaat per zwembad
20 keer van de glijbaan, 10 keer zittend en 10 keer liggend. En meestal gaat hij gewoon heel vroeg in de ochtend, dat je niet de hele dag in de rij staat. In sommige plekken sta je echt wel gewoon 10 minuutjes in de rij voor zo'n fucking waterglijbaan. Doe dat maal 20 keer en je bent een redelijk aanzienlijk deel van je dag kwijt, zeg maar. Kom eens hier, kutkonijn. Ik weet niet of die dingen nog steeds een ster geven. Ze geven geen sleutels, volgens mij. Oeh, ik was even bang dat ik het doek in zou springen. Dan moet je in één keer fucking naar de woestijnwereld. Dacht het niet. Speel de tea, queen. Het konijn had het over tea. Voor de duidelijkheid. Dus ja, glijbaan-expert uiteraard bezig met kijken of er nog dingen zijn waar je aan open kan halen. En heel belangrijk, of er dingen zijn waar je stil kan komen te staan. Ik vond het altijd heel leuk om te kutten in de glijbaan. Om jezelf stil te zetten halverwege de baan door rechtop te gaan zitten. Dan ga je vaak veel meer wrijven met je zwembroek. En ja, het liefst nog even afremmen met je armen. En dan wachten tot iemand, het liefst wel een vriend. Doe dit niet bij mensen die gewoon willekeurig naar jou van de glijbaan afgaan. Het is gewoon kut. En dan wacht op een vriend die dan volle snelheid op je knalt. Het is maar, oh nee, oh ja. Het is maar net wat je entertainment noemt. Ik weet niet of ik het entertainment zou noemen, maar soms verveel ik me gewoon heel erg in het zwembad, denk ik. Als ik mezelf zo hoor praten, denk ik echt, ga een hobby zoeken of zo. Maar dit is mijn hobby, wat dan? Oh, fuck. In principe ga je niet zo snel dood. Ik ben hier nog nooit dood gegaan, denk ik. Dus het zou wel een first zijn als ik er nu wel gewoon keihard sterf. Maar nee, het is gewoon een gratis extra sterretje. Ik zit een beetje te kijken. We zijn nu in deze video. Als ik een beetje een paar dode momenten eruit knip waar ik echt aan het kutten ben en niet lekker met mijn verhaal verder gaan. Dan hebben we gewoon echt iets meer dan een uur gewoon al 29 sterren binnen. Ricky Turbo going straight home. Ik heb ooit een Let's Race Super Mario 64 gedaan. Die hebben we nooit afgemaakt. Want ja, we zouden hem in één keer opnemen. Maar Dylan moest opeens weg. En was er van... Ja, ik had nog heel veel afleveringen liggen natuurlijk. Ik had meteen de eerste 10 afleveringen konden meteen online, want we hadden heel veel opgenomen. En daarna was het zo van, ja shit, ik zit er nou zo niet meer in. En hij had ook zoiets van, hadden we die save game nog en ik was half al vergeten welke ster ik nog had. Het werd zoveel moeite om het weer op te pakken dat we het gewoon nooit gedaan hebben. Sad story, Rip. Dus dat is de reden waarom de Let's Race Super Mario 64 nooit is afgemaakt. Het is verschrikkelijk. Oké, we kunnen hier meteen even een extra sterretje te kapen. Eerlijk gezegd vind ik dit een van de leukere werelden. Oh, wat. Alleen die bullies zijn echt verschrikkelijk. Ground Pounder werkt redelijk goed. Als je een beetje... Ah, kom op! Wat voor mij, als het goed is, redelijk goed werkt dus die jump kicks. Tenminste, op de DS-versie werkt dit altijd redelijk goed. We maken metertjes. Alleen iedere keer als hij jou raakt, dan ben je weer zoveel progressie... Kut! Kut, 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 kut. Dat bedoel ik. Ik ben zoveel progressie kwijt. Please, sterf. Ik haat je. Ik zal het nummer van Brigitte Kaandorp. Ik haat je, ik haat je. Waarom ga je niet dood? Ik haat je, dikke vette puist. Oh, ik haat je, ik haat je. Ik hoop dat je sterft. Ik haat je, ik haat je. Ik hoop dat ik alles erf. Ik haat je, ik haat je. Val in lava tot je dood bent. Wat heel snel is trouwens. Feitje, lava is warm. Nee! Ja! Flam, damn, flam. Ik heb geen idee wat de eerste ster is van deze wereld, maar dat maakt even niet uit. Glijbaan expert moet dus voornamelijk gewoon checken of er dingen zijn om je open te halen. En of je dus stil kan komen te staan, waardoor mensen keihard op je knallen. Misschien houdt hij nog een beetje een timer bij dat lampje en gaat hij een beetje kijken wat de verschillen zijn in de tijden dat mensen er vanaf komen. Ik ben benieuwd wat hij doet in de ballenbak. Waarschijnlijk kijken of er nog spijkers in liggen, heroïne naalden. Ik bedoel, dat kan ik best doen als beroep. Ik heb toch de verkeerde opleiding gekozen. Ik ga toch nog een MBO techniek doen. Het lijkt me gewoon best wel chill om glijbaan te checken, man. Sowieso. Nou, het is gewoon een beroep. Iemand moet het doen. En ja, het is een zeer dankbaar beroep. Een ander beroep wat juist heel cool lijkt, maar in de realiteit echt compleet kut is. Ga dit beroep nooit doen, is sniper zijn. In videogames is sniper motherfucking headshots maken zo fucking leuk. In de realiteit is sniper zijn zo kut. Het houdt eigenlijk gewoon in dat je de hele dag, de hele tijd moet focussen. Het is tam toe saai, maar je moet je blijven focussen. En je bent altijd in de meest oncomfortabele situaties ooit. Een sniper moet echt de hele dag lang met echt gigantisch veel apparatuur mee. Wat echt superveel gewicht is, moet hij door een half bos heen. Of door een halve woestijn, of door een half ijsgebied. Het is altijd van kut. Net als deze gameplay, godverdomme. Het leven van een sniper gaat niet over... Oeh, niet over rozen. Maar toch moeten ze altijd gaan voor een schot in de roos.
Nee, maar echt, je bent gewoon de hele dag fucking oncomfortabel en toch moet je focussen en je bent altijd in kutte omstandigheden. Er zijn weinig snipers nodig op luxe 5-sterren resorts. Behalve als je misschien hele rijke mensen moet doodschieten. Krijg je vast veel geld voor. Maar dan ben je eerder een huurmoordenaar. Ik denk oprecht dat het leven van een huurmoordenaar comfortabeler is dan het leven van een sniper. Behalve dat je als huurmoordenaar continu paranoïde bent dat de politie je komt halen. Of andere huurmoordenaars. I don't know, man. Ik ken echt vrij weinig huurmoordenaars. Ik weet niet hoeveel contacten jullie hebben in de onderwereld, maar... ja, ik echt praktisch niet zoveel eigenlijk. Alleen voor mijn YouTube-advertentiedoekoes. Eens even kijken. Probeer een grap te maken over dat YouTube een soort maffia is of zo, maar het is niet helemaal gelukt. Net zoals praktisch alle grappen die ik probeer. Misschien wil dit stukje gameplay lukken, dan ben ik al blij genoeg. Jongens, please, gooi me niet in de lava. Ik ben echt heel zielig. Wacht, misschien moet ik ze een beetje naar het randje lokken. Supergoeie tip. Lok ze naar het randje en gooi ze er dan in. Dat is ongeveer hoe dit level werkt, geloof ik. Fuck! Het is vooral irritant zijn met de drieën tegelijk. Jongens! Jongens! Alsjeblieft. Alsjeblieft, zeg hé. Sla ze, Mario! Potverdikke me! Is dat niet normaal? Is dat niet normaal? Kut, sorry. Please. Wacht, ik ga dit doen. Meestal als je op ze springt, dan lijken ze echt een beetje in een willekeurige richting op te vliegen. Dus meestal als ik een beetje naar de kant ga, en dan op ze springt, dan hoop ik gewoon dat ik ze de... Yes! Oké, okay, hebben we er één. Dan denk je, oh, je hoeft er maar drie in te slaan voor de ster. Nee, en daarna komt er weer zo'n grote. Echt één groot feest. Yes! Yes! Ik hou in ieder geval wel van dingen bespreken in de video die een beetje controversieel zijn, waardoor een beetje discussie ontstaat. Dus laatst had ik een leuke. Dat was, hoe vaak hergebruik jij een handdoek? Als je gaat douchen, handdoek, maak je jezelf mee droog, flikker je meteen in de was, gebruik je hem nog een keer voor het douchen. Hoe vaak droog jij je af met een handdoek voordat je de handdoek in de was doet? En het leuke was, bijna alle stemmen gingen of naar 0 keer, of naar 3 keer of meer. Dat vind ik leuke vragen. Dus dat, je hebt echt twee hele duidelijke kampen. Mensen die hun handdoek heel vaak gebruiken. En mensen die dat niet doen. In principe, ik snap dat je denkt, eeuw, hergebruik, eeuw. Maar als het goed is, kom je letterlijk net uit de douche. Ik mag ervan uitgaan dat je op dit punt redelijk schoon bent, toch? Fuck. Ik mag ervan uitgaan, denk ik, dat je redelijk schoon bent als je net uit de douche komt. Dus waar wordt je handdoek nou echt vies van? Er komt voornamelijk een beetje water op. Dat droogt weer. Misschien hangt het ook een beetje af van hoe vaak je doucht. Als je iedere dag doucht, valt er misschien wel meer wat te zeggen voor je handdoek vaak gebruiken. Misschien had ik deze data van deze poll uit moeten zetten tegen de vraag, woon je nog thuis? Misschien heeft het geen effect. Ik bedoel, ik doe het vooral omdat mijn moeder het kut vindt als ik in de week tientallen handdoeken erin jas. Makes sense. En ja, waarom zou je het niet doen? Ik vind het echt totaal niet gehoor om dezelfde handdoek nog een keer te gebruiken. Maar ja, op het moment dat je op jezelf woont is de was doen ook nog steeds super kut. Dus misschien dat je het dan juist nog sneller doet omdat je denkt, ja, nu moet ik zelf daadwerkelijk mijn was doen. Het is super kut om handdoeken te wassen. Denk aan het milieu. Al die shit. Yeah, yeah, yeah. Over denk aan het milieu gesproken. Ik kwam er vandaag best wel chockerend achter dat douchen in vele gevallen slechter is voor het milieu dan in bad gaan. Ik denk, ja, badkuip. Ik ga even een goed feitje vertellen over badkuipen. Daar gaat best veel water in, of niet? In een badkuip zit best veel water. Dus als je in bad gaat, dat kost superveel water. Moet je niet doen. Maar wat dus blijkt, is dat eigenlijk in een badkuip... Het hangt natuurlijk een beetje af van welke douche je hebt en welke badkuip. En vooral hoe lang je doucht. Dat is voornamelijk het sleutelingrediënt hier. De gemiddelde badkuip bevat 120 liter water. De gemiddelde douche gooit 10 liter water per minuut. Tenminste, dat is wat ik las. Ik moet zeggen dat ik het persoonlijk een beetje veel vind. Evenwel zo'n motherfucker die als hij dorst heeft onder de douche... zo'n kuipje maakt van zijn handen en dan water opvangt. En uit die data, hoe snel mijn handkuipje vol zit... zou ik niet zeggen dat het 10 liter per minuut uitvalt. Maar in principe is er komt het erop neer dat als je langer dan 12 minuten doucht... uitgaande van de gemiddelde omstandigheden, dan kan je beter in bad. Want ja, dat badwater is gewoon eenmalig water en daar blijf je gewoon in zitten. Het is heel veel, maar er komt ook gewoon bokkenveel water uit de douche. Laat even in de reacties weten hoe vaak je doucht. En geef even een duimpje omhoog als je deze video al zo lang kijkt. Ik douche vaak wel echt lang. Ik ben wel echt zo'n motherfucker dat als ik dan een keer douche, weet je wel... Als ik dan toch eindelijk een keer zover is, dan douche ik ook wel goed hoor. Ik douche meestal wel gewoon echt daadwerkelijk 20 hele minuten. Elevator in de volcano? Wat dacht je van elevator in de volcano? No. Ik heb echt geen zin om dat level te doen. Is het voordeel aan niet alle sterren halen? Ik hoef ze niet allemaal te halen. Voor de oplettende kijkers, ik heb inderdaad gewoon compleet Winter Wonderland gemist. Want fuck deze wereld. Miss me with that matige gameplay shit. Er is één of twee leveltjes hier die nog wel soort van te doen zijn. De rest echt allemaal totaal geen zin in. Fuck de winter, man. Over het algemeen vind ik de winter wel chill, maar deze wereld op zich is gewoon poep.
De eerste level is nog wat te doen en zelfs dat is een kut level. Dat is een race tegen die motherfucking pinguïn. Nou, huh? Waar is mijn motherfucking pinguïn? Of is het één keer gewoon letterlijk het level doen en dan nog een keer? Maar dan, hoe zit deze shit ook alweer? We gaan eens even kijken hoe die shit ook alweer zit. Oh, ik vond die afsnijroute, maar die is niet daar. Ik wilde die afsnijroute pakken, maar ik wist ook zodra ik het deed. Nee, er is een spoor van muntjes in die geheime muur. Dit zijn geen muntjes. Tik-tak, ding-dong, boom-boom van het level uitgebonjourd. Hartstikke mooi. Nu we toch in het prachtige sneeuwlevel zijn, is het misschien wel leuk om even de algemene wereldbrekende discussie te openen. Moeten we de kerstman vervangen met een kerstvrouw? Hashtag genderneutraal 2019. Ben je hetzelfde als moeten we Sinterklaas vervangen met een vrouwelijke Sinterklaas? Het antwoord wat je nu naar je computerbeeldscherm schreeuwt is waarschijnlijk nee! Dat is een kut idee! En dat klopt! Wat gewoon gebeurt is, er is een speciaal soort strategie in het discussie voeren. Het heet Outrage Tactics. Oftewel, boosmaaktactieken eigenlijk. Het komt erop neer dat je bewust iets heel doms zegt. Een heel dom idee waar niemand het mee eens is. Maar je laat het lijken alsof dat is wat de andere groep wil. Dat is een beetje wat de pro-Zwarte Piet beweging doet. Van, eerst worden de Zwarte Pieten blank. En dan wordt Sinterklaas een vrouw. En dan wordt Sinterklaas vrouw een paasei. We houden het op! Ze hebben niemand... Bijna niemand van de anti-Zwarte Piet-beweging zit nu al te zeggen dat Sinterklaas een vrouw moet zijn. Maar als één iemand dat zegt, kun je dat meteen zo van neerzetten alsof de hele groep dat wil. En daar een soort nieuw doomscenario van maken. Let daarop, in ieder geval, als je ooit dit soort dingen ziet. Als je ooit nog een keer per ongeluk in het pro- of anti-Zwarte Pieten-kamp belandt, pas op voor dit soort dingen. Het is heel irritant en het haalt eigenlijk een beetje de aandacht weg van de daadwerkelijke discussie. Wat natuurlijk eigenlijk het hele idee is. Het is een goede strategie. Het werkt als je aan het kutten bent, maar het is niet echt de bedoeling. Even kijken, dit is geloof ik wel die ene die we naar beneden moeten nemen, toch? Voor die moeder die de kindje kwijt is. Nou, ik ben de kwaaiste niet. Dat kan ik nog wel net voor je doen. Ik maak me voor de rest wel echt zorgen waar ik al die andere sterren ooit nog vandaan wil halen, maar... Dat zijn problemen voor later. Vooral de 8 rode muntjes in dit level zijn nog best wel tricky. Ik denk dat ik er 6 of 7 te vinden heb. Alleen, ja, ik ga je wat vertellen over die 6 of 7 dingen die ik kan vinden. Dat zijn er echt net te weinig, vriend. Dan ga je echt net de game niet mee uitspelen, of wel dan? Oké. We lopen lekker door die kant op. Je gaat ook niet echt lekker snel met zo'n kutpinguïn in je handen. We even kijken hoe we dit gaan oplossen. Het is wel problematisch. Ik hoop in ieder geval dat deze XL gameplay een beetje goed bevalt. Want ik ben echt mijn hele dag erin aan het stoppen. Het handige is, ik ben te efficiënt met feitjes vertellen. Dus ik heb echt tandenveel feitjes nodig voor deze video. Juist omdat je zo langzaam loopt, is die sneeuwpop ontwijken best wel moeilijk. Je kan amper ook tussen hem door. Als in, je kan niet eventjes gewoon, hij maakt niet zulke grote sprongen, dus je kan niet gewoon staan en dan springt hij nu waarschijnlijk over mijn hoofd heen, dat is niet echt een ding. Ik vind het grappig hoe dit hele level vol zit met baby penguins en dan breng je stelkens naar die moeder en zegt stelkens, nee, dit is mijn kind niet, dit is mijn kind niet. Zo van, wat fijn dat al deze andere moeders ook allemaal hun kinderen kwijt zijn. Dat verwarmt mijn hart, dat is de wintergedachte, zoals deze hoort te zijn. Hier is je kind, gefeliciteerd, een prettige dag verder. Als ik idee... Bam, 35 stuks, zoals Bon Jovi zou zeggen. Wow, we're halfway there. Dacht ik ook ooit toen ik 50.000 abonnees had. En toen opeens ging het fucking langzaam. Ben ik boos? Maar natuurlijk. Nee, het is wel prima zo. Ik baal meer dat de laatste tijd mijn views dat werk een beetje omlaag gaan. Ik heb een tijdje, met 2 jaar terug, zat ik een beetje piek. Zat ik echt een beetje bijna op 1 miljoen weergave per maand. Daar was ik best blij mee. Toen op een gegeven moment zakte ik een beetje naar richting de 500.000. Ik had zoiets van, dit is wel de moeite waard. En nu langzamerhand beginnen we meer te zakken richting, is het nu op 400.000 en het gaat er ook nog echt wel onder. Niet van de baan afvallen. Het komt ook wel deels door, maar kan je die afsnijroute trouwens niet nemen? Dan zegt ze, je hebt vals gespeeld. Wat waar is trouwens, laten we eerlijk zijn. Je moet wel even winnen, dat is het hele ding. Je moet van die chick winnen. Alleen, er zijn een bepaald aantal punten in de map waar je er nog wel snel van afvalt. Dan moet je ook even oppassen. Je kan niet winnen als je dood bent, hey! Ik zit nu een beetje richting de 400.000 en dat dreigt nog wel misschien volledig nog door te zakken naar, maximaal dat ik denk de grond in kan zakken met mijn kanaal de komende tijd is denk ik 350.000 weergave per maand. Alsnog zou je zeggen, je hebt niks te janken. Wat? Huh? Krijg je toch wel die ster daar? Huh? Ik dacht dat je naar buiten moest, dat je dan je ster kreeg. Ik denk dat ik even het gesprekje had af moeten wachten. Ik doe die race nog wel een keer. Kom op. Lekker! Lekker! Kom maar door!
Ik besef me trouwens opeens ook hoe makkelijk het ook alweer is om 100 munten te halen in deze wereld. Oh ja, dit hele gesprekje ben ik erover weggerend. Ja, potverdikke me. Zelfs 350.000 weergaven per maand is natuurlijk nog best wel veel. Het is letterlijk gewoon meer dan 10.000 mensen die per dag kijken. Aangezien de meeste mensen die kijken, kijken ook echt lang. Dus het scheelt dat het ook echt allemaal 10 minuten per persoon is. Dus dan zit je echt alweer bijna op, nou, 10 minuten per persoon. Dus we delen er 6. Zit je echt alweer tegen de 50.000 uur aan dat mensen je video's kijken. Hey, ik ben vereerd. Het is alleen zo pijnlijk om te zien dat sommige kutvideo's die andere kanalen maken, gewoon in één keer 350.000 views krijgen. Denk, godverdomme, ben ik dan de hele maand iedere dag voor aan het werken, hè? Iedere dag! Maar dan kijk ik weer naar anderen. Er zijn echt gewoon nog steeds creators die echt nog steeds 100ste aan weergave krijgen van wat ik heb. En nog steeds iedere dag content pompen. Ik heb daar echt mad respect voor. Gewoon dat je... Het zijn in ieder geval wel kanalen van je... Oh, kut. Waarvan je duidelijk kan zien. Die hoeven het echt niet te doen voor de bekendheid. Die hebben gewoon echt een passie voor YouTube. En dat vind ik tof. Ik vind het ook tof dat ik nog leef trouwens. Ik wilde eigenlijk die 8 rode muntjes gaan skippen. Omdat ik ze kut vind. Denk boycotten we die shit. Maar ik heb er nou toch al 2. Ja, nou zijn we in too deep. Eigenlijk moet ik ook nog even van die glijbaan af dan. Pak er meteen de 100 munten ster mee. Wordt het nog een beetje de moeite waard. Je moet oppassen dat je niet de 100 munten op de glijbaan pakt. Want dat is super irritant. Dan ligt die ster ergens op de glijbaan. Dan wens ik je heel veel succes om hem weer terug te krijgen. Ik stel voor dat we nu gewoon meteen even de glijbaan doen. Hiermee teleporteer je trouwens naar boven toe. Wat alweer eerlijk gezegd super handig is. Laten we nu gewoon die glijbaan doen dan. Ik doe niet eens de moeite om alle munten te pakken. Dat is ook allemaal niet nodig. Nee, ik hoef niet met jou te racen. Ga maar gewoon. Je zit alleen maar in de weg. Top. Hele fijne reis. Dus ja, het is in ieder geval balen. Het is vooral ook balen dat ik momenteel toch best wel, het grootste deel van het geld dat ik nog verdien op het internet komt wel het werk van advertentieinkomsten op YouTube. Dus in dat opzicht is het ook wel fijn dat ik nu die ledenfunctie heb ingezet. Waar mensen die echt een beetje... Wil voor zorgen dat ik mijn kanaal nog soort van draaiende kan houden en er tijd in kan stoppen. Is het wel fijn dat er momenteel een aantal mensen zijn die dat steunen. Ik wil het ook weer niet overpromoten. Ik denk, ja, ik kan ook wel een hele dramatische video maken met word nu lid, anders dan stop mijn kanaal. Maar op dat punt zijn we nog niet gekomen, dan moet het helemaal een flink stukje extra inkrimpen. Maar ik kan je niet beloven dat de dag niet komt dat je gaat smeken om een soort Patreon-achtig systeem. Waar je zeg maar iedere maand 4 eurotjes dokt ofzo en dat je dan... ervoor kan zorgen dat ik mijn kanaal een beetje draaiende kan houden. Of in ieder geval veel tijd in kan stoppen. Alternatief is natuurlijk een baan zoeken. Alleen ja, dan heb je opeens weer veel minder tijd voor video's. Ik heb het al druk genoeg momenteel. Gelukkig heb ik binnenkort ook daadwerkelijk gewoon een baan natuurlijk. Ik zit nu in het tweede jaar van mijn masters. Ik heb gewoon daadwerkelijk, geloof het of niet, ik heb het ook niet verzonnen, bijna mijn masters. Dus ja, uiteindelijk op de lange termijn schaal van alle dingen komt het vast allemaal wel goed. Tenminste, dat hoop ik. Even kijken, we hebben nu 6 muntjes. Dan is de grote vraag, ik weet er eentje nog te vinden. Dat is diegene waar ik probeerde heen te gaan toen ik mijn spontane, leek wel zelfmoordpoging deed. De vraag is meer, waar is het andere muntje? Ja, verdomme. Dat is zo kut. Oh, wacht, maar weet ik het. Is het niet, als je deze brug hier dinges hebt, is het nog een stukje rechtdoor? Volgens mij is het daar. Voor mij heb je dat helemaal geskipt, omdat ik iedere keer gewoon van boven naar beneden ben geflikkerd op de glijbaan nam. Deze hele route hebben we nog niet verkend. Yes, daadwerkelijk zo'n dude. Yes, hij ligt daar. Hij ligt daar. Oké. Enig over te doen is nog een keer naar boven. Nog een keer naar beneden. En in dit hele proces heel vaak niet doodgaan. Het is best wel uitdagend allemaal. En ik heb echt nog heel veel muntjes nodig. Ik ga denk toch even ergens een checkpoint maken. Omdat ik echt geen zin heb om dit level weer helemaal opnieuw te doen. En ik geniet eigenlijk wel van de 2 extra sterren die ik op deze manier pak. Ik moet zeggen dat ik voor mijn eigen gevoel echt nog wel een daadwerkelijk goede tijd neerzet in deze game op deze manier. Door wel zo nu en dan echt de dode momenten eruit te knippen hoor. Maar meer... Kort maar krachtige video waar ik toch nog steeds de hele game uit speel. Hey, daar mag op gesnoven worden. Glijbaan money! Yes! Kom maar door met dat glijbaan geld. Oh wauw, ik heb die pingwin echt voor laten gaan. En ik ben nu alsnog aan het winnen. Hou... Oh! Nee! Niet daar! Ik zei nog zo geen ster op de glijbaan. Oh nee. Ik wil niet naar die sterretje toe glijden. Die is ook echt ver, joh. Dat ga je echt net niet halen, denk ik wel. Oh, nee. Oh, kut. Oh, te veel glijbaan money, man. Te veel glijbaan money is niet goed voor je. Oh, dit is echt kut. Dit is echt een zure pil. Dit is echt gewoon... Oh, nee. Ik hoef je ster niet. Ga weg. Oh, nee. Je gaat dus automatisch plat op de buikie. Dus voor mij kan het gewoon niet. Zelfs niet met de perfecte sprong. Je gaat gewoon glad op de buikie. Ja, kut. We zijn zo terug.
Hey, glijbaan money 2.0. Ik heb nu gewoon bewust even in het begin een paar muntjes gemist. Het zou kunnen dat de ster nu weer op de glijbaan komt te liggen, maar dan echt een beetje op het einde. Dat ik hem zeg maar... Oh, 99 muntjes. Dromen komen uit. Nu heb ik alleen nog eventjes de nodige rode munt te vinden. En dan krijgen we meteen de rest van het level er gratis bij. Dit is een kleine droom die een klein beetje uitkomt. Helemaal fantastisch. Moeten we even hierin op te teleporteren. Wat hadden we weer over? GD. Het leven van de YouTuber. Waarschijnlijk. Dat gaan we ergens anders over gaan hebben. Iets van een gezellig onderwerp of iets in die richting. Een leuk feitje wat altijd fijn is om mee te nemen is... We zijn allemaal dood van buiten. Uit onderzoek is gebleken dat... Even dat ik met die ster zo in die buis zou vallen. Uit onderzoek is gebleken dat je buitenste laagje huid is eigenlijk gewoon dode cellen. Dus we hebben wel eens het ding van dood van binnen, dood van buiten. Nou, we zijn inderdaad letterlijk gewoon dood van de buitenkant. Shoutout daarnaar of zo. Fuck, 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 fuck. Fuck! Oké, op hoop van zegen. Ik zie niks, ik zie niks, ik... Oké. Ik zie wat. Ik zie de laatste rode munt. Dan denk je de hel van de rode munten is voorbij. Was het maar zo'n feest, amigo. Je moet die rode munt namelijk ook nog zien te pakken. Je moet hier een perfecte, maar dan ook een perfecte longjump uitvoeren. Maar dat kan ik gewoon. Hartstikke idee. Die nemen we mee. Pam, pam, pam. We gaan lekker door. Met een hele belangrijke vraag. Waarom heeft een bureaustoel 5 poten? Als in het meer een paal. En die paal heeft vervolgens 5 poten die eruit komen. Wel eens over nagedacht. Nou, als je toevallig zoals ik op een bureaustoel zit, zou ik zeggen, ik geef je een kleine challenge. Probeer eens te wiebelen in je bureaustoel. Dan kom je tot een zeer pijnlijke conclusie dat het niet lukt. Nou, dat is waarom een bureaustoel 5 poten heeft. Een bureaustoel heeft 5 poten, omdat je met 5 poten echt heel veel, fuck, heel veel moeite wil doen, wil je omvallen. Wat super fijn is. Even kijken, als het goed is, als we dit hoofdding willen redden. Ik heb nooit echt volledig begrepen hoe dit level werkt. Met die bal. Die bal komt zo meteen aanrollen. En ik moet hem gewoon even een beetje de goede kant op jagen ofzo. Maar hey, volg mij maar. Yes, zoiets. Ik heb het verneukt, of niet? Ja, ik heb het verneukt. Oké, retry. Het idee is geloof ik dat die bal gewoon achter je aanrolt. Dat die vraagt van, hey, heb je nog een lichaam voor me? Ik volg je wel. Dus hopelijk, ja, mijn camerahoek staat er niet heel... Yes! Perfect. Je hebt het lichaam van je dromen gevonden. Mag ik nu alsjeblieft mijn ster? Top. Ik zei, fuck die sneeuwwereld, geen zin in. Maar ik heb echt nu het grootste deel van de levels van de sneeuwwereld gedaan. Er is er nog eentje met een kanon. Fuck die shit. We gaan weg. Het is goed zo. Het is klaar. We hebben ondertussen 39 sterren. Voor mij kunnen we zelfs alweer naar de bovenverdieping toe. We kunnen die hele kelder gewoon skippen met alle werelden daar. Maar het is voor de video ook wel leuk om een beetje van alles wat te laten zien natuurlijk. Misschien vraag je ook af waarom niet iedere kruk of whatever dan de 5 van die poten eronder heeft. Nou, meer poten kost dan meer geld. Over het algemeen vind ik het wel fijn dat ik niet echt vaak van mijn bureaustoel afflikker. Het is wel een van de vele voordelen van mijn bureaustoel. Je flikkert er niet snel vanaf. Voor de rest had ik afgelopen week wat interessants gelezen. Het bevestigt een beetje dat het niet alleen mijn probleem is. Het ging om waarom vaak als je iemand voor het eerst ontmoet je hun naam weer vergeet. Blijkbaar heeft het ermee te maken dat onze hersenen zo druk bezig zijn met onszelf niet voor lul zetten. Dat we eigenlijk al onze focus zetten. Dat doe ik eigenlijk altijd. Iedere seconde van de dag gaat mijn volledige hersencapaciteit naar mezelf niet voor lul zetten. En toch maak ik video's op YouTube. Ik weet ook niet hoe het werkt. dit soort video's op YouTube, om precies te zijn. Al onze focus gaat naar proberen jezelf niet voor lul te zetten en daarom blijven de namen niet hangen. Je zou misschien ook nog wel kunnen zeggen, wat me ook nog wel logisch leek in ieder geval, is dat je het gevoel hebt van, hey, ik ga deze persoon waarschijnlijk nooit meer zien. Gooi die naam meteen maar in de prullenbak. En op het moment dat je weet, oh, hey, dit is echt een persoon waar ik die ik iedere dag van mijn leven ga zien. Misschien is het dan wel soort van handig om al die namen te gaan leren. Ik sprak laatst met Lars van Faco Games en hij had het een beetje over zijn lesgeven. Maar is de emulator aan het haperen of niet? Is de game gewoon heel traag? Het zal ook allemaal wel. Ik was met Lars van Faco Games aan het praten over lesgeven. En hij vertelde dus dat hij doet niet echt één groep. Ik was benieuwd. Doe je groep 3, groep 5, groep 8? Mij lijkt persoonlijk groep 5. Een beetje die hoek lijkt me de droom.
Klinkt heel erg pedo. Wat ik gewoon bedoel is dat in groep 8 heb je allemaal kinderen die net een beetje beginnen met puberen. Die zijn best wel rebels. Die hebben niet ultiem mega veel respect meer voor hun leraar. En in de lagere groepen is dat vast veel meer. Dat ze toch wel een beetje opkijken naar hun leraar en luisteren naar wat je te zeggen hebt. Dat is wel een voordeel. Maar in de lagere groepen kunnen ze weer helemaal niks. Dat wil je ook niet echt. Dus dan lijkt groep 5 me wel de heilige graal. Ik ga even gaan mijn emulator een goede klap geven, want hij loopt een beetje vast, geloof ik. We kunnen door naar de tweede Bowser. De vraag is meer, heb ik daar zin in? Gaat het me lukken? Dit is echt zo'n punt in de video waar ik heel vaak doodga en heel verdrietig word van mezelf. Misschien kan ik beter eerst gewoon zoveel mogelijk sterren halen en dan mezelf ongelooflijk boos maken. Over teleurgesteld zijn in mezelf gesproken. Afgelopen week had ik mezelf in een livestream lekker voor lul gezet. Ik had over een feitje wat best wel cool is. Het gaat over de maan. Ik ga ze door elkaar halen, maar de maan lijkt voor ons één kant op te bewegen, laten we zeggen van oost naar west. Maar de maan beweegt eigenlijk van west naar oost. Aangezien de maan draait natuurlijk rondjes om de aarde, maar de aarde draait zelf ook nog eens. Waardoor het dus voor ons lijkt alsof de maan de ene kant op beweegt, terwijl eigenlijk beweegt hij de andere kant op. Maar omdat wij zo snel draaien. Ik vroeg me opeens af, hoe lang duurt het ook alweer voordat de maan een rondje is geweest om de aarde? Ik had het sowieso geleerd, de maancyclus met de volle maan, halve maan. Hoe lang doet de maan over een rondje om de aarde? En toen zei iemand, Rick, weet je hoe lang dat duurt? Een maand. Oh ja, dacht ik toen. Ik ben een debiel. Dus ja, naast dat ik zo nu en dan lijk een semi-slim momentje te hebben, zit het leven ook vol met momenten waar je erachter komt dat de maan er een maand over doet. Als je het nog niet wist, is niks mis mee. Ik wist het ook eventjes niet meer. Heb je in ieder geval weer wat geleerd? Geef wel een hele nieuwe betekenis aan maand. Ja, in een jaar gaat de maan 12 rondjes om de aarde. Super cool. Ik geloof dat de planeet Pluto, wat natuurlijk eigenlijk geen planeet is, die gaat zo langzaam om de zon heen. Sinds dat Pluto ontdekt is, is hij nog steeds niet om de zon heen geweest. Kijk, dat zijn coole feitjes. Ik kan me herinneren dat dit echt de ultieme aids is, hierboven zien te komen. Tenminste, het lijkt niet heel moeilijk, maar waarom verneuken dan zo erg? Ja, oprotte boelie. Het zijn mijn munten. Van die kant op denk. Oké, tot nu toe gaat het best wel goed. We hebben 5 van de munten. Wel eens de dood dat ik ergens 1 rode cupmunt had liggen. Ik kan het halve level weer door gaan sporen. Het is wel gewoon chill als je die extra sterren meeneemt. Het scheelt gewoon later in de game. Hoef je gewoon minder sterren te verzamelen. Ik ga momenteel gewoon te snel. Ik kan eigenlijk zo meteen, als ik met de tempo doorga, kan ik niet eens van iedere wereld wat laten zien. Of je kan in principe gewoon meer sterren meenemen, Rick. Dit is geen extreem iets. Deze XL gameplay is geen race. Het moet niet heel snel af. Het ding is meer dat ik gewoon echt bang ben dat ik op een gegeven moment niks meer heb om over te lullen. Dan komen wij bij dingen zoals politiek. Nou, het ding is momenteel, ik zit een beetje klem. Ik heb al meerdere keer over gepraat dat ik echt geen idee meer heb voor welke politieke partij ik allemaal ben. Het ding is, ik zal me vooral een beetje verdiepen in Thierry Baudet's klimaatbeleid ding. Het leek eerst een beetje alsof hij gewoon begon te zeggen dat klimaatverandering een leugen is. En had een paar statements gemaakt op Twitter, die waren heel controversieel. Maar eigenlijk, als je er echt in gaat verdiepen... Fuck! Nee! Je begint over Thierry Baudet, je gaat meteen dood. Het is terecht, maar het is kut. Geduld is de sleutel. Tot succes. Oh, ik denk net, yes, alles gaat goed. Oh, kut. Oh, ja. Oh, oef, ja. Oké, goed genoeg. Goed genoeg. Doe ik het voor. In ieder geval, de controversiële tweet van Thierry. Het eerste wat hij zei was, CO2 is goed voor de natuur. Dat klinkt heel lijp, maar het is waar. Want planten hebben CO2 nodig. En wat ze zelfs doen in kassen is ze pompen letterlijk zuiver CO2-gas in kassen. Want hoe meer CO2 er in de lucht zit, hoe sneller planten kunnen groeien. Het klinkt heel onlogisch en alsof het dus een complot is, maar CO2 is in principe feitelijk goed voor de natuur. Iets anders wat hij zei is, de klimaatverandering valt wel mee. De modellen die wij hebben om klimaatverandering te voorspellen, zitten vaak te hoog. Dat is ook gewoon waar. Dus hij zei, we hebben gewoon computerprogramma's die gewoon berekenen wat de temperatuur op aarde is over 50 jaar. En het fijne is, we kunnen gewoon bijhouden. Die berekent ook wat de temperatuur volgend jaar is. En het jaar daarop, en het jaar daarop. En daarop kunnen we meteen zien, hey, fuck, dit computermodel heeft gelijk. Over 50 jaar wordt het inderdaad hand toe heet. Maar als dat model zegt,
Het wordt zoveel warmer en het wordt net iets minder warm. Dan kun je inderdaad zeggen, ja, de meeste modellen, die overdrijven. Ze zitten erboven. We zitten er gewoon niet heel erg boven. Met enige wat Thierry zei, zitten erboven. In principe was het vooral dat ze tweet helemaal niet zo vol met anti-klimaat shit zat. Het was gewoon allemaal feitelijke shit, alleen het leek heel erg alsof hij een goed punt had. Hij zei, toen ben je eens op je zegt, ja, er waren er maar geen 6 miljoen joden doodgegaan. Het waren er 599.999. Het is een beetje zo'n idee. Aan de ene kant ben ik heel erg pro-klimaat en heb ik zoiets van, ja, we moeten misschien iets doen voordat onze kleinkinderen allemaal dood zijn. Zelfs de prijzen van bier gaan nu al omhoog, want ze verwachten dat door gigantische droogte in de komende jaren we gigantische biertekorten gaan krijgen. Kijk, dan in één keer komt het klimaat allemaal wel heel dicht. Hoe de fuck kom ik op bij jouw staartmakker? Stop met draaien. Doe eens niet. Ja, dankjewel. Kun je even stil blijven staan? Aan de ene kant ben ik heel erg pro voor, hey, laten we heel veel geld steken in het klimaatding stoppen. Alleen het andere probleem is, als andere landen het niet doen, schiet het inderdaad geen ene flikker op. Nederland gaat nu miljarden investeren in beter zijn voor het klimaat, maar omdat wij het als enige doen. Nederland is, zeg maar, van alle CO2-uitstoot in de wereld echt een zandkorrel in een zandbak. En ja, dan gaan wij met z'n allen ons plat zitten betalen, terwijl de rest van de wereld doet helemaal niks. In andere landen bouwen ze hele kolencentrales erbij. Aan de ene kant zou ik zeggen, laten we voor een maximaal klimaatbeleid gaan. Aan de andere kant vind ik het ook zo zonde om daar al ons geld in te stoppen. Terwijl we er ook gewoon hoeren en kook van kunnen halen, weet je wel. Er zijn leukere dingen om te doen met dat geld. Als we het toch gaan weggooien, hè. Gooi je dan ergens leuks heen. Het is een beetje net zoals tegenovergestelde wat Trump had met... Oh, heb ik hem in één keer? Lekker! Wat Trump had met NATO. Dat eigenlijk was afgesproken dat ieder land zou 2% van al zijn doekoe in het leger stoppen. En Nederland doet dat niet, want waarom de fuck hebben wij een leger? Helemaal niet nodig. Als er oorlog is, gaan we toch wel dood. Nederland wordt zo kapot gemaakt. Of er nou iedereen in het leger zit of niemand. We zijn gewoon te klein kutland daarvoor. We hebben gewoon steun nodig van andere landen. Dus Nederland stond eigenlijk veel minder dan die 2% in hun leger. Maar Amerika juist veel meer. Dus Trump zei op een gegeven moment... Oh, what the fuck, motherfuckers? Ik stop al mijn geld hierin en jullie doen helemaal niks. Ik kap ermee. Ik heb geen zin meer om met jullie samen te werken. En eigenlijk heb je nu ook zoiets, maar dan op een klimaatniveau. Het is gewoon moeilijk. Ik geloof dat we met de wereld hebben afgesproken om minder CO2 uit te stoten. Als de rest gewoon even meedoet, vind ik het allemaal prima. Ik blijf hier politiek neutraal in. Ik vond alleen... Ja, eerst was ik heel erg tegen dat klimaatbeleid. Toen ik er steeds meer over na ging denken, denk ik, ja, heeft in principe wel een punt. Nederland heeft echt letterlijk 0,01% effect op het klimaat wereldwijd. Het is alsof je hele broek hebt volgepist. Ik heb deze metafoor nog niet afgemaakt. Was het, ja, oké, okay, het is alsof je broek volpist. Maar... En het dan schoon gaat maken... Ik heb geen idee. Ik heb geen idee waar ik heen ging hiermee. Voor de rest, ander stukje politiek. Belasting op vlees. Ik eet zelf vlees. Dat is een handig om mee te nemen, weet je wel. Heel veel mensen hebben vaak hun politieke mening. Is heel makkelijk. Moeten de uitkering omhoog? Ja, ik heb zelf geen uitkering, dus het boeit me niet. Weet je wel, een beetje dat idee. De meeste mensen die willen dat de stufie omhoog gaat, zijn de mensen die stufie krijgen, weet je wel. Er zijn weinig bejaarden die zeggen, ja, ik vind het echt heel belangrijk dat de studenten meer geld krijgen. Vast een paar die het gewoon daadwerkelijk belangrijk vinden of jongeren wel of niet naar school gaan. Het is best wel een ding. Maar over het algemeen zijn het vooral de mensen op wie het van toepassing is, dus ja. Tuurlijk, als je vegetariër bent, vind je het een fucking goed idee om vlees duurder te maken. Daar twijfel ik voor geen seconde aan. Je eet het toch niet en waarschijnlijk om bepaalde redenen, omdat je vlees eten stom vindt, is het best een goed idee als minder mensen vlees eten. Sommige dingen heb ik gewoon het gevoel van, ja, het is terecht dat de overheid meer mijn reet neemt, weet je wel. Hogere belasting op sigaretten bijvoorbeeld is slecht voor je, maar lekker duur, joh. Prima. Ik trek mijn portemonnee wel weer als ik ziek wil worden. De Quest had trouwens ook een leuke vraag. Dat was, waar zou je het meeste geld voor over hebben? Het ging dan om het soort van, stel je kan bepaalde superkrachten kopen. Voor welke superkracht zou je het meeste geld betalen? En 44% van de mensen ging voor onbeperkt kunnen eten zonder dik te worden. En ja, dat is best wel een chille superkracht om te hebben. 11% ging voor roken zonder kanker te krijgen. Wat ook wel, daarom dacht ik er opeens, ook wel een interessante, ja. Ik bedoel, ik rook zelf eigenlijk helemaal niet meer. Mijn laatste sigaret was letterlijk bij de Stoppen met Roken The Game aflevering 2. Ik zou verder willen met Stoppen met Roken The Game. Alleen, de game werkt niet. Ik heb een touchscreen nodig of zo om verder te gaan. Of een kijker die een laptop heeft met een touchscreen. Die dan eventjes het level voor me haalt en dan weer terugstuurt. Even iets in die richting. Het is gewoon super kut, maar dat is ongeveer wel wat ik nodig heb. We gaan proberen deze stinkpyramide te beklimmen. Ik ga je alvast waarschuwen, dit is kut. Dat zeg ik al vaker over stukjes in de game. Als ik dan doodga, dan
Vind je me minder een sukkel, want ik heb je gewaarschuwd? Ja, vooral dit is irritant. Nee, 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 ja, nee. Rot op, Shy Guy. Het is vooral die Shy Guy die nog eventjes... Nee! Dat is precies wat ik bedoelde! Kak! Trouwens, er is hier ook, als het lukt hoor, soms lukt hij een hele coole afsnijroute. Yes! Noem mij je boy speedrunner 69. We gaan het gewoon nog een keer proberen bij de piramide van verdriet. Dit is een punt waar je eigenlijk heel veel geduld moet hebben. Maar dat is echt precies een van de vele legendarische dingen die ik niet bezit. Wat zou je willen kopen? Waar heb je heel veel geld voor over? Genoeg geduld om dit soort stukjes in een game wel te kunnen halen. Please, 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 please. Yes! Lik me aas, Shy Guy. Deze is voor jou. En met de andere houd ik mijn controller vast. Anders kreeg je echt nog een middelvinger. Nice. Oké, we gaan even één keer terug naar het oude. Oude Egypte. Over de oude Egyptenaren gesproken. Ik heb een feitje over de oude Romeinen. De mijl. De afstand. De I would walk 500 miles. Ik vind het maar een beetje een... Oh, kut. Ja. Dus wat er gebeurt als het niet lukt. Ga je al meteen dood. Je wordt wel echt flink afgestraft voor het niet goed pakken van deze afsnijroute. Wat je nodig hebt om goed te doen is geduld. En de juiste hoek. Terwijl je dat doosding vastpakt. De mijl lijkt nergens op te slaan. We hebben meters in het systeem. Ik heb het al 10 keer verteld. De kilometer en al die shit zijn fantastisch. Dat is al lang verhaal kort. Maar je hebt natuurlijk ook de mijl. En het handige aan de mijl is dus dat de mijl had een logische eenheid. Het komt namelijk... Mijl komt van mielen. Komt van mielen, wat natuurlijk staat voor 1000. Het was een miljoen, hè? Wat er weer 1000 is. Het staat voor mielen. Het komt van mielen passus. Wat inhield dat een Romeinse soldaat had 1000 stappen gedaan. En dat werd gewoon een mijl. Ik heb in mijn hoofd nog wel eens gewoon dat 1 stap is een meter. Als je het net een beetje verkeerd doet, is een stap ongeveer een mijl. Want ja, als je de kilometer met een... Zeg maar, in mijn logica is 1000 stappen ongeveer een kilometer. Maar afhankelijk van of je hele kleine beentjes hebt en geen Nederlander bent, zit je opeens op een mijl. Is een mijl niet langer dan een kilometer? Het zou zomaar kunnen. We zitten lekker in deze piramide van het kwaad. Super gezellig. Misschien kunnen we ergens nog een ster krijgen. Wat wel interessant is, als je echt niet weet waar je het over kan hebben en je bent een nieuwszender, heb het over E. coli. Maar maak het dan wel extra smerig en noem hem bij zijn minder wetenschappelijke naam de poepbacterie. E. coli zit in je darmen en zorgt ervoor dat je hele hoop dingen kan verteren. Superfijn. Alleen het ding is, E. coli zit praktisch overal. Het heeft misschien de bijnaam de poepbacterie, dat klinkt heel leuk voor klinkbeter in je nieuwsartikel. Maar het zit overal. Waar mensen zijn, is E. coli. Dus afgelopen week las ik in de krant poepbacterie gevonden bij McDonald's. Zo op die automaten waar je zijn met je bestelling op doet. Vind je het gek? Het is een scherm wat dagelijks door honderden mensen wordt aangeraakt. En daar vind je een bacterie die overal is. Wauw! De expose van de eeuw. Echt, dat is zoveel fucking domme bullshit. Ik denk toch dat ik... Soms baal ik wel dat ik niet de journalistiek in ben gegaan, echt. Ik vind scheikunde een hartstikke mooi vakgebied, maar... Er is zoveel bullshit aan de hand in de journalistiek dat ik echt denk van, nou... Deze mensen kunnen echt niks. Tenminste, in principe, heeft deze journalist iets verkeerd gedaan? Nee, objectief zit er poepbacterie op de beeldschermen van McDonald's. Maar het is misschien wel netjes om even in je artikel te vermelden dat dat hartstikke normaal is. Dat ook een keer net ik zo'n ding met poepbacterie gevonden in 9 van de 10 broodjes van de zwarmazaak. Ja, dat klopt. Ik ben vooral heel benieuwd naar, naar die ene zwarmazaak waar ze de poepbacterie niet gevonden hebben. Wat was daar aan de hand? Waarschijnlijk hebben ze die hele meting gewoon verpest. Ik had ook laatst een ding gevonden. Dat ging over dat ze zwarmazaken gingen testen of het vlees wel echt lamsvlees was. Dat hoort het geloof ik daadwerkelijk te zijn als je zwarma verkoopt. Hoort het lamsvlees te zijn, maar bij heel veel zwarmazaken was het vermengd met kipvlees. En zelfs bij eentje, lichtelijk pijnlijk, was het varkensvlees. Nou, is natuurlijk kebab. Het ging om kebab, hè. Dunner. Zei ik zwarma de hele tijd? In dat geval, big mistake. Ik vond het vooral interessant dat, ja, bij eentje was het dus daadwerkelijk vermengd met varkensvlees. Dat, ja, ik weet niet hoeveel jij weet van de islam, maar dennetje het stukje, ze mogen geen varkensvlees eten, er wel een ding is. En het is ook best wel... Ja, iets waar best wel veel mensen, moslims, van zouden kunnen eten. Ik probeer niet te zeggen, weet je wat moslims de hele dag eten? Broodje shawarma. Dan was ik zelf ook moslim geworden. Dat is fucking chill. Ik wil wel graag mijn voorruit houden, maar behalve dat zie ik alleen mijn voordelen. Nee, dat is ook weer niet helemaal aan de hand, maar... het is best wel kwalijk in ieder geval. Moraal van het verhaal, shit is kwalijk. Even kijken, er is geloof ik nog wat te doen in die piramide.
We moeten ook even naar de Hazy Maze Cave toe. Fuck die piramide. We gaan naar de Hazy Maze Cave toe. Hopelijk heb je er zin in. In de Hazy Maze Cave kan je namelijk de power-up halen die in de DS-versie van de game word je dan Wario. Dan kun je natuurlijk wisselen tussen Yoshi, Wario, Luigi en Yoshi, Wario, Luigi en Mario zelf. Vergeet Mario niet, het is zijn game. Heb ik een keer ergens vernomen dat de game van hem is. Ik heb het ook niet verzonnen. Maar dat moeten we ergens hier doen. Hier moet je even een goede launch jump pakken, anders gaat het al meteen helemaal mis. Voor de rest, ik ben echt dol op understatements. Of nou ja, ik vind understatements wel oké. Okay. Niet echt een duidelijke understatement. Een understatement is eigenlijk een soort sarcastisch, een verschrikkelijke situatie versimpelen. Van, oh ja, de Tweede Wereldoorlog. Dat waren mindere tijden. Een beetje zoiets, maar dan nog veel erger. Dus er was een geval tijdens de Koreaanse oorlog, 1951. Waren een hele hoop Britten, die staan heel erg bekend om hun understatements. Er was buiten je huis een schietpartij en dan komt de politie langs en dan vraagt ze, ja, hoe ging dat? Dat er naast uw huis een gigantische bom afging. Ja, was niet prettig. Was niet prettig. Dus op een gegeven moment werden de Britten werden helemaal omsingeld. 600 man omsingeld door, ik geloof, iets van 10.000 Chinezen. Dus de Amerikanen belden van, hey, wat is de status? What's your status update? Hoe gaat het? Waarop de Britten zeiden, we're kind of in a sticky situation. Dan zeiden, ja, het gaat niet helemaal lekker. En de Amerikanen zagen dat als, oh, oké, gaat goed. Maar ze begrepen dus niet het duidelijke, verschrikkelijke sarcasme. Waardoor dus uiteindelijk eigenlijk alle Britten ter plekke compleet in de pan gehakt zijn. Oorlog is slecht, kinderen. Begin er niet aan. Even kijken, we kunnen nu als goed is gewoon Nessie besturen. Bijvoorbeeld naar het midden toe, om daar gewoon lekker een ster te pakken. Hey, gaan we nog een keer die kant op pakken, gewoon nog een ster. Hey, ik vind het helemaal prima. Dit is helemaal niet waar we moeten zijn in de Hazy Maze Cave, maar er ligt wel een ster. Als ik me niet helemaal vergis, of is het alleen de DS-versie? I don't know. Kun je gewoon met Toad praten en paast hij ook gewoon een ster, gewoon omdat hij de ultieme makker is? Toad. Please, makker, paas een ster, omdat wij vrienden... Hey, Tarfang, chill man! Ik heb nog een dikke vette tip trouwens, voor als mensen willen praten over een serie die je niet leuk vindt. Ik heb het wel eens gehad hoor, dat ik echt in een gesprek beland met iemand. Van 10, 20, 15 minuten. Nog erger dan 20 minuten. 15 minuten. Als je met iemand in een gesprek belandt over een serie die je niet eens kijkt of die je niet eens leuk vindt. Tip van de dag. Zeg dat je bezig bent met de serie kijken en dat je geen spoilers wil. Boom. Je bent niet een persoon die zegt, oh wat een kutserie, I'm back, blablabla. Dat kun je ook doen, maak je alleen geen vrienden mee. Op het moment dat je zegt dat je het leuk vindt, dan heb je toch op die link van, yeah, ze mogen je. Maar tegelijkertijd houden ze hun mond. Dit was Mensen Manipuleren, aflevering 531. Leuk dat je kijkt. Ik geloof dat hier de Hazy Maze, ja, de hele level is één grote verwarrend dolf. Maar dit is de echte, truest Hazy Maze van de Hazy Maze Cave. Ergens is hier geloof ik een gangetje waar je heen kan, hoop ik. En daar kun je dan... Is het hier? Ik hoop dat het hier is. Dan kunnen we een knop indrukken en dan krijgen we de zware power. En dan kun je gewoon terug naar een paar werelden en hele makkelijke sterren pakken. Als ik echt heel snel 70 sterren wil, maar ik er klaar mee ben. Waar heb ik de verkeerde deur gepakt trouwens? Hè, verdorie. Pak je de verkeerde deur? Weet je waar je dan uitkomt? Bij een ster. Ja, verdomme. Wat zit mijn game er nou weer te straffen? Is het die ene moeilijke ster? Oh, nee. Er is een ster voor je zo... Oh, nee. Oh, deze is ook kut. Ik kan me nog herinneren dat ik tijdens de Let's Race hier gevallen was. Mario, het is altijd een beetje buggy als je hier aan het plafond hangt. En je moet je camera ook echt goed neerzetten. Als hij zijn handjes een beetje verkeerd neerzet, dan laat hij los. En dan flik je de hele diepte naar beneden. Het is verschrikkelijk. Ik ga sowieso vallen, 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 ik ga sowieso... Ik ga sowieso vallen, ik ga sowieso vallen, ik ga sowieso vallen. Als ik nu val, dan kan ik zeggen, ik wist het! Ik ga sowieso niet vallen, we hebben het gehaald. Nice, very nice, boom. Ik heb echt het gevoel dat tegen tijd dat ik vind wat ik zoek in deze wereld, dat ik alle sterren in deze wereld al meegenomen heb. In principe ben ik niet aan klagen, we maken meters. Al verdomme 47 sterren gepakt in deze video. Waar gaat de tijd heen? Dus, supernova's zijn best wel vet. Als we het toch weer hebben over sterren. Supernova's zijn natuurlijk sterren die op een gegeven moment uit elkaar klappen. Onze zon zal als het goed is ook ooit een supernova worden. De zon wordt namelijk zwaarder. Nou ja, in principe niet. ESMC kwadraat zegt dat eigenlijk de zon wordt steeds lichter. Echt kilo's en kilo's. Voor mij verbrandt de zon per jaar. Ik heb het al een keer in een video besproken. Meerdere aardes aan gewicht. En daar komt al het licht vandaan. Het is best wel veel energie wat er van de zon afkomt. Dat was eerst allemaal massa.
Ding is meer dat de kern van de zon wordt steeds zwaarder. Normaal zit de zon natuurlijk vol met waterstof en helium. Maar dat wordt langzaam zwaardere elementen. En dat gebeurt dus vooral in de kern. De kern wordt zwaarder, 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 zwaarder. Tot het punt dat de kern eigenlijk zo zwaar is dat hij op zichzelf inklapt. En dan krijg je een supernova Big Boom. In ons sterrenstelsel gebeurt één keer in de 50 jaar in ons melkwegstelsel. In onze galaxy, Super Mario Galaxy. In ons sterrenstelsel, in ons melkwegstelsel is er een verschil, I don't know. Gebeurt één keer per 50... Fuck, weer zo'n ding gevonden. Eén keer per 50 jaar een supernova. Dat is echt een hele zeldzame gebeurtenis dat we dat zo dichtbij ons kunnen waarnemen. Dit is een soort feitje over hoe groot het universum is. Weet je hoeveel supernova's er in de rest van het universum gebeuren? Bij ons dus eentje per 50 jaar. In het algemeen 30. Ik herhaal. 30 per seconde. What the fuck? Terwijl ik deze video heb gemaakt, zijn er al zo ontiegelijk veel zonnen uit elkaar geklapt. Dat is niet gezond hoor. No pun intended. Dat is echt, toen ik dat las en ik het nacheck, was ik what? What? Ik zie nu ook gewoon voor me hoe in mijn hoofd, zeg maar, zo'n mind is blown 30 zonnen uit elkaar knallen. Met tandhoeveel energie. What? Trouwens, daar hangt hij gewoon een kaart, hè? Over de hele hazy maze gesproken, daar hangt hij gewoon een kaart die laat zien waar je heen kan. Moeten die rechter hebben, volgens mij. Als je gewoon lang genoeg rondloopt en niet te veel in dat gif staan, dan vind je vanzelf waar je heen moet. Maar volgens de kaart moeten we volgens mij hierheen en dan daar. Ah, het zal wel hier zijn of zo, of niet? Ik ben geen idee, please. Nee, dat voor mij is het de verkeerde uitgang. Wij zijn gewoon weer verdwaald. Ja, dan kom je bij de klepje eruit. Is ook leuk, maar dit nieuwe bezoeken. Fuck. Why is this so hard? Dus wanneer heb ik zoveel moeite met gewoon vinden wat ik zoek? Oké, naast die trap moet je gewoon een stukje omhoog. En dan ben je er als het goed is. Ik ben echt niet heel goed met kaartlezen. Mijn ruimtelijk inzicht is vaak echt gigantisch troep. Maar ik merk wel dat hoe ouder ik word, hoe iets minder hard mijn ruimtelijk inzicht begint te zuigen. Dus hey, het wordt beter, geen zorg. We zouden hier misschien omhoog kunnen. Ik denk dat dit degene is waar we nog niet zijn geweest. En nou word ik opeens weer vermoord door peulschietende motherfuckers. Oh, je ziet niks? Oh, dat is kut. We zijn opgelicht. Ik herhaal, we zijn opgelicht. Oké, dan even... Waar de fuck moet ik heen, makker? Hey! Doe eens niet, mislukte vlindermuis. Oh, we gaan dood door dat gifgas. Oh, man. Oh, man. Dit ga je nooit geloven. Of nou ja, dit ga je meteen geloven. Wist je nog die keer dat ik in deze ruimte was met dat Loch Ness monster en zei... Ja, we zitten helemaal verkeerd. Hier moeten we niet heen. We moeten naar het doolhof. Nou, we moeten niet naar het doolhof. Ik zat juist al redelijk hard in de buurt. Nu kunnen we eindelijk de zware Mario kracht halen. Die is vooral heel belangrijk als je echt in alle levels alles wil halen. Maar het is sowieso wel een handige extra. Weet je, als we echt een keer vast komen te zitten voor het halen van alle 70 de sterretjes, dan kunnen we altijd nog naar een paar levels terug. Hoef je echt letterlijk alleen maar eventjes gewoon een blok te vinden, zware Mario te vinden en de sterren te pakken. Dat soort sterren zijn over het algemeen echt extreem, maar dan ook echt extreem makkelijk. Hou ik ervan. Soms wil je gewoon even geen uitdaging. Soms wil je gewoon even dat de game zo makkelijk mogelijk is. Nou, dat kun je krijgen ook. Even kijken. Ik geloof dat hier nog een aantal van die rode munten zitten. Sowieso de 8 rode munten hier zijn ook... Nou, uitdagend zou ik het niet bepaald willen noemen, zeg maar. Maar het is ook wel eens fijn. Gewoon af en toe even eens een klein beetje relaxed. Gewoon even lekker relaxed. We got him. Oké, Hazy Maze Cave hoeven we nooit meer naartoe. Het is goed zo. Dus, ik heb zelf niet heel veel meer met vuurwerk. Maar ik zou wel graag in de reacties even voorbij zien komen. Of jullie nog iets gaan uitgeven aan vuurwerk. En zo ja, hoeveel? Wat is een beetje je vuurwerkbudget? Ik vind het vooral wel interessant om te discussiëren over wat is het beste vuurwerk. Knalvuurwerk of siervuurwerk? Ik vind dat een moeilijke. Aan de ene kant vind ik knalvuurwerk altijd wel vet. Want het is gewoon vet. Even af en toe. Zo'n goede harde knal. Is gewoon chill. Maar ik heb denk ik toch het gevoel dat knalvuurwerk ben redelijk snel verzadigd mee. Op een gegeven moment is het, oh ja, harde knal. Daar heb ik echt 1000 van. Ik had dat vaak met vuurwerk. Dan kocht ik echt gewoon letterlijk 3000 van dezelfde rotjes. En op een gegeven moment naar rotje 100,
Dan begreep ik het wel. Ze zijn namelijk grotendeels hetzelfde. Dus dan ga je gekke dingen doen en vingers verliezen. Dat is ongeveer of prullenbakken terroriseren. Er zijn echt plekken in Nederland waar ze het nu al preventief prullenbakken. Gewoon letterlijk, even kijken hoor. Er zijn niet 2 sterren te halen weer, geloof ik. Eentje voor de muntjes. Als je echt extra wil zijn, moet je ze allebei halen. Maar dit begin is altijd een beetje irritant. Je moet even naar al die patootjes toe. En er is sowieso een level waar je al perfect doodgaat. Er zijn gewoon plekken in Nederland waar ze preventief gewoon sloten op prullenbakken doen. Prullenbakken gewoon dicht doen. Zodat mensen er geen vuurwerk in gooien. Ik moet zeggen, ik ben schuldig. Ik heb wel eens vuurwerk in een prullenbak gegooid. Maar dat waren dan echt kleine vuurwerkjes en de prullenbak kan dat redelijk hebben. Waarschijnlijk heb je wel nog steeds een probleem van brandgevaar. Je kan wel een prullenbak in de fik zetten, maar bij ons in de buurt is het enige wat in de prullenbakken gegooid wordt hondenpoep. En dat zorgt alleen maar voor extra comedische waarde voor als je de vuurwerk ingooit. Aan de andere kant heeft zuurvuurwerk ook wel een beetje die factor. Dat zuurvuurwerk is mooi, maar op een gegeven moment heb je het ook wel weer gezien. Ik koop zelf niet echt vuurwerk, want vuurwerk is duur en ik ben toch een beetje van de garde. Andere mensen steken het voor me aan. Maar bij siervuurwerk is juist het hele dure vuurwerk. En het heeft niet echt veel meer waarde om het zelf aan te steken. Van wow, zie je die daar in de lucht? Dat is mijn pijl. Het is gewoon van, hey, als de buurman ook mooi siervuurwerk heeft, prima buur, dan kijk ik gewoon naar de jou, ja toch? Dat heb je ook bij siervuurwerk. Bij knalvuurwerk trouwens ook. Maar je wil eigenlijk net lekker dicht bij de knal zijn, maar ook niet dood. Kom op! Ik zei het woord dood. En wat krijg je dan? Oh, moet ik weer helemaal die fucking gracht leeg trekken. Kak. We proberen het nog een keertje. Kijk, in één keer door. Maar gaan deze dingen niet over de kop? Gaan deze dingen niet over de kop? Of zijn het alleen die laatste hier? Laten we niet gaan testen. Niet gaan testen, zei ik. Hoe erg die dingen over de kut. Nou. Het is wel fijn dat ik deze game al zo vaak gespeeld heb. Dat ik wel ongeveer mijn knelpunten weet. En weet op welke punten in de game ik zeer waarschijnlijk zal sterven. Ja, dat was gewoon kut. Dat was volledig mijn eigen schuld. Net als alle vorige keren. Daar zijn we weer. Tijd voor mooie nieuwe tijden. Met de dood op het menu. Oké, spring, spring, spring. Yes, rode munt in de pocket. Dood niet. Very, very nice. Dan pakken we hier even gauw die prachtige blauwe knop. Dan kunnen we voor altijd ook de onzichtbaarheidskracht gebruiken. Ik dacht even dat ik door de grond heen zakte. Van schaamte en van glitches. Dacht even dat ik gewoon opeens dood ging. Ik niet nog een keer. Genoeg is genoeg. Oké. Okay. Oh, dat is gewoon de 8 muntenster die hier komt. Oh, ik dacht dat je hier meteen 2 sterren kreeg. Dat is wel balen. Dat is wel balen. Normaal gesproken hebben ze in de kooi dan ook vaak weer zo'n blok. Dat je eruit kan. Hier heb je gewoon een gat van. Oh, als je niet alle munten hebt, maar je bent wel in de kooi. Maak jezelf maar dood. Hartstikke goed idee, game. Oké, okay, we hebben nu 50 sterren. Dat houdt in dat de bovenverdieping. Daar konden we sowieso al heen, aangezien we de tweede Bowser verslagen hadden. Maar de bovenverdieping, het zoldertje, is nu ook voor ons beschikbaar. Dat is best chill, we kunnen gewoon even lekker doorbeuken. De hele benedenverdieping heb ik in ieder geval van alle levels wat laten zien. Er zijn wat werelden waar ik nog terug naartoe kan om wat extra sterren te pakken. Maar zoals ik al zei, ik ga toch niet alle sterren pakken. Ik kan het echt nog doen als ik zo meteen nog tijd over heb en denk, yay, feestie. Maar het zijn echt sowieso de minst interessante sterren. Van allemaal. Afgelopen week heb ik een YouTube video gekeken. Die was best wel interessant. Ik weet even niet meer precies hoe die heet. Hij had wel tant te veel views. Dus misschien kom je hem tegen. Misschien dat iemand in de comments zegt, oh, ik ben ook fan van dit kanaal. Wat deze gast deed is hij had oh, we gaan niet hier. Nee. Hij had de beelden van bodycams. Maar in Amerika moeten sommige politieagenten verplicht camera's dragen. Zodat als er gezeik is, heb je gewoon letterlijk, net als dat sommige auto's nu ingebouwde camera's hebben voor ongelukken. Ik geloof in sommige landen hoef je minder autoverzekering te betalen als je een camera hebt. Want dan kunnen ze veel makkelijker bepalen of het wel of niet jouw schuld was. En in hoeverre ze dus moeten uitkeren. Dat soort camera's kun je voor betaald krijgen. Nou, politieagenten hebben ook vaak van die bodycams. Wat deze gast doet is hij gebruikt die bodycams, die beelden, en die gaat hij een beetje analyseren. Dus het ging dan specifiek over een man. Dat is echt heel fucked up. Het is een hele fucked up zaak. Die man had zijn eigen vrouw vermoord en zijn 2 kinderen. Alleen ja, je kan niet echt het land ontvluchten, want dan valt het heel erg op dat hij het gedaan heeft, weet je wel. Als ze hem die lichamen vinden, dan is hij de sjaak. Dus hij moest echt gewoon de politie bellen, politie naar zijn huis laten komen met, hey politie, ik heb mijn vrouw en kinderen al een tijdje niet gezien. En die man analyseert dan volledig zijn gedrag, de man van de video. Waaraan de politie dus kon zien dat hij zijn vrouw en kinderen vermoord had.
Heb je wel eens van die trucjes van oude mensen liegen, bijvoorbeeld als ze wegkijken terwijl ze iets zeggen? Dat soort dingen kloppen soms. Bijvoorbeeld het wegkijken als je liegt is wel echt een bekend dingetje, maar het is niet zo makkelijk. Onze lichamen zijn niet dusdanig robotisch dat je gewoon aan een paar trekjes en een paar wenkbrauwen altijd kan zien of iemand kan liegen. Al helemaal de leugendetectors daar een heel goed voorbeeld van. Leugendetectors zijn helemaal niet zo goed om je te laten liegen. Ze zijn vooral goed. Ik heb jullie één van jullie twee nodig. Waarom zit die ene hier en die andere helemaal daar? Leugendetectors. Ja, godverdomme. Leugendetectors zijn vooral heel erg goed in mensen laten denken dat ze de waarheid moeten spreken, want anders worden ze gepakt. Als je ooit een leugendetectortest af moet nemen, voor mij wordt dat in Nederland helemaal niet gedaan, probeer je er gewoon doorheen te liegen. En al helemaal als het bij Concentrate is. Ze zoeken het maar uit. Oké. Fuck. Oh, het leven zit niet mee. Het leven zit niet mee. Ik wil gewoon naar boven. Maar het leven zit niet mee. Maar niet als je bewust... Oké, misschien kunnen we hem nu pakken? Ja, dit is goed, dit is goed. Het leven zit mee, het leven zit mee. Hé, vriend. Dat wilde ik even doen. Hierachter ligt namelijk gewoon een ster. Easy as that. Er waren een heleboel dingen die heel duidelijk waren. Die man, bijvoorbeeld... op een gegeven moment zei de politieagent, die belde voor backup. En je zag die man in één keer zo extreem geschrokken kijken. Je zag een aantal keren, zag je echt... Die man was heel gespannen natuurlijk, want de politie komt bij je thuis. En natuurlijk verdenkt de politie je. Dus je zag hem zo gespannen. En de politie leest dat en heeft het gewoon door. Die agent weet dat hij het is, maar hij zegt er ook niks van. Die agent had op geen enkele manier weten dat hij die man ziet als nummer 1 verdachte. Dat is belangrijk. Op het moment dat hij zegt, meneer, ik denk dat u het gedaan heeft. En meteen, oh, waarom heb je de vermoord? Waarom heb je de vermoord? Zoals je dat in films zou zien. Als je dat gaat doen, weet je wat die man dan doet? Die houdt zijn bek dicht en die belt zijn advocaat. Dat zou ik in ieder geval doen. Op het moment dat je iemand vermoord hebt en de politie begint heel veel vragen te stellen, dan haal je advocaat erbij. En dan is de kans dat hij dat werk vrij uitgaat en hij maar met je bak in hoeft heel groot. Je moet die man zoveel mogelijk laten lullen. Met het waanidee. Ah. Oh, met het waanidee dat hij gewoon hartstikke gezellig weg gaat lopen. Dan krijg je zoveel mogelijk informatie en kun je zo goed mogelijk een zaak gaan bouwen, natuurlijk. Dus ik vond het heel interessant om te zien hoe die agent dat ook echt heel netjes afhandelde, eigenlijk. En je zag op een gegeven moment die man meerdere keren naar de deur kijken. Ze ging op een gegeven moment kijken naar beelden van de camera van de buurman. En op die beelden zou je in principe op een gegeven moment hem in de hoek, zeg maar, de lichamen zo'n beetje kunnen zien wegslepen. Hij stond letterlijk op het punt om binnen enkele seconden ontdekt te worden. En je zag gewoon dat hij zo gigantisch gestrest was. Hij zat de hele tijd op zijn mobiel te kutten. Hij was gewoon zo onduidelijk niet op zijn gemak. Maar niet omdat zijn vrouw en kinderen vermist zijn. Dat soort ongemak bestaat natuurlijk ook. Je vrouw en kinderen zijn vermist. Smaakt niet heel goed. Dan zou je natuurlijk logischerwijs wel op je gemak zijn. Maar hij maakt zich duidelijk niet heel erg zorgen om zijn vrouw en kinderen. Het is jammer dat de video niet kan linken. Het is echt een half uur of zo, als het niet langer was. Maar ik heb er zelf echt heel erg van genoten. Om die hele analyse te zien. Het is zo scherp. En als je er echt op let, zijn er zoveel dingen die het weggeven. Maar tegelijkertijd, je kan het dus echt niet zomaar in één ding vastpompen. Op het moment dat je 30 minuten aan videomateriaal hebt op die man zo duidelijk heel raar doet, kun je er echt al wat mee. Maar je kan niet op basis van één keer wegkijken terwijl je wat zegt, een keer aan je oor krabben. Oh, hij was dus aan het liegen. Zo werkt het, jammer genoeg, niet. En voor de rest ben ik hartstikke blij. Ik heb gisteren daadwerkelijk mijn nieuwe muis gebruikt. Sinds een tijdje heb ik voor het eerst in eeuwen een samenwerking op mijn kanaal. En het is een hele fijne samenwerking, want ik druk het niet in jullie gezicht. Geen moeite. Ik snap aan de ene kant dat veel YouTubers gesponsorde content hebben, want hey, letterlijk voor sommige gesponsorde video's krijg je ongeveer net zoveel geld als je in een maand met AdSense verdient. Tuurlijk is het dan heel verleidelijk, alleen bij sommige kanalen wordt het echt gewoon een punt dat ze bijna alleen nog maar gesponsorde shit posten. Ik zie het vooral op Instagram, echt gewoon accounts die bijna alleen maar reclame posten. Dat ik echt denk van, waarom volgen mensen jou? Het is letterlijk gewoon alsof je een reclameblok van televisie je favoriete kanaal is. Maar welke zender vind jij leuk? Oh, reclame. Waarom de fuck kijken mensen dit? Ik krijg het echt wel niet over mijn nek om één keer een gesponsorde post op mijn Insta te zetten. Laat staan, alleen maar. Dus ja, het scheelt dat ik bijna geen dingen aangeboden krijg op mijn kanaal gaan gesponsorde content. Maar ik heb dus nu een kleine deal met Rocket. Rocket maakt muizen, toetsenborden, keyboards. Oh. Oh, dat is kut. Ik deed zo mijn best. Ze hadden me in ieder geval een muis gestuurd, maar ik wilde hem eigenlijk gebruiken voor een soort unboxing video samen met de headset en het toetsenbord. Maar dat nieuwe toetsenbord heb ik nog steeds niet, want die moet nog half uitkomen, in allernieuwste geloof ik. Die muis en die headset liggen echt al maanden op mijn kamer. Nu heb ik gisteren eindelijk besloten om uit te pakken. En zo'n muis met van die lampjes waar je allemaal leuke kleurtjes in kan doen en zo.
Dus ik heb nu daadwerkelijk een beetje te kutten. En ik heb nu dat die de kleurtjes veranderen iedere keer. Tussen paars en geel. Als in de Serpent gameplay kleuren. Het ziet er fucking sexy uit. Ik krijg niet betaald om dit te zeggen. Ik krijg alleen betaald als je de muis koopt met de kortingscode. Niet, ik weet de kortingscode niet eens uit mijn hoofd. Shit man. Ik ben een shitty YouTuber. Hoe kan ik jullie shit aansmeren met de kortingscode als ik de kortingscode niet eens uit mijn hoofd weet? Hoe de fuck kom ik in dit irritante blok? Er is een manier. Het is een heel klein doolhofje. Ah, je kan daarop. Oké, okay, en dan zo. En dan bloep, zo in die gaatje. Rappen de pam, dan pam. Yee. Yeah. Ik moet ook niet echt te gemeen zijn tegen YouTubers met sponsordeals. Ik bedoel, dan ben ik net een beetje Paul van King Alert. Die zit te haten op streamers die donaties accepteren, maar dan zelf gewoon nooit streamt. Zo van, ja, lekker makkelijk wel. Hey, het is ook wel weer fijn voor YouTubers dat ze een beetje rond kunnen komen. En in sommige gevallen is het ook gewoon een beetje nodig. Hey, ik leef niet fulltime van YouTube. Het is best wel een onzekere business. Ik kan best wel begrijpen dat, ja, zeg maar, als ik een beetje net 3 keer zoveel views zou hebben, zou ik er semi-comfortabel van kunnen leven. Maar zodra die views weg zijn, heb ik wel meteen een geldprobleem. Er zijn gewoon kanalen die 10 keer zoveel views hebben. Gooi dan nog even 10 keer zoveel sponsordeals erbij. Er zijn echt gewoon kanalen die echt een lange termijn plan hebben. Van ik ga nu 10 jaar YouTube doen. Of tenminste 5 jaar echt hardcore, hoog, goed kanaal zijn. Sparen, geld investeren, dingen ermee doen. Slimme zaken dingen. En dan kun je gewoon de rest van je leven niks meer doen. Dat is de droom natuurlijk. Ik zit echt al een paar minuten rond te lopen met fuck, hoe kom je ook alweer daarboven? Ik zie in één keer die lijn van muntjes. Je kan daar komen met een rood schild. Je moet even iets vanaf hier, via de coole truc, via deze makkers, wat echt niet lukt momenteel. Kan je daar omhoog? Alleen ik ga nu eerst even dood van de kou. Het is een zwaar bestaan. Het is een zwaar bestaan. Zo ja, als het goed is kun je gewoon een schildje krijgen uit de doos waar geen ster in zit. Yes, en daarmee kan je echt heel makkelijk ten eerste al 8 rode munten pakken. En je kan die iglo in. Voor mij, of zijn er ook een aantal van die munten in de iglo? Ik begin nu een beetje te twijfelen. In ieder geval, we waren bij het onderwerp rijk worden is de droom. Daar hoef ik je niet echt, rijk worden en al heel vroeg in principe niet meer te hoeven werken is de droom. Wat ik dus wilde zeggen is, de cast van Friends, zeg maar de acteurs die in Friends zitten, die kregen geloof ik 2% van de opbrengsten. En momenteel doet die serie nog steeds zo goed, dat iedere acteur voor de 2% van de inkomsten die ze zouden krijgen, ik geloof, ieder jaar 60 miljoen krijgen. Ah, wil ik ook wel. Fuck, waar moet ik heen nu? Ik heb even niet opgelet. Was het hier zo? Nee, het is niet daar zo. Was het daar zo? Ik heb echt geen idee. Het zal een begin van het level zijn, of zo. Hey! Niet cool, niet cool! Ik herhaal, niet te cool. Wel cool. Sorry trouwens als je deze knipjes irritant vindt. Ik merk echt hoe verder in de video ik kom, hoe meer ik knip. In het begin was het originele idee om de hele video in 1 take op te nemen. Op een gegeven moment wordt het oké, dit echt 5 minuten kutten, dat moet eruit. En dan, oh, dan kan dat er ook wel uit. En dan word ik steeds makkelijker tot het punt dat ik stukjes van 3 seconden eraan het uitknippen ben. Ik heb het gevoel alsof een XL gameplay die 1 grote brok is, soms wel fijn kan voelen. Maar het is voor mij ook wel fijn dat ik af en toe gewoon even pauze kan nemen. Even iets goed kan kijken van, oh ja shit, nu ik toch eventjes een minuutje dit stukje opnieuw aan het doen ben. Wat wil ik ook alweer gaan vertellen? Voor mijn gevoel, daardoor komen niet alleen de hele video er beter uit, maar ook alle dingen die ik vertel en zo. Het wordt gewoon een stukje duidelijker geheel. Ik hoop in ieder geval dat je deze video een relatief leuke XL gameplay vindt. Dan snap je misschien onbewust mijn punt. Ik vind zelf in ieder geval dat naast de dramatische stukjes gameplay zijn nu en dan. Ah, kom op! Voor mij werkt het niet. Maar probeer ik iedere keer vanuit water op die gasten te springen, maar dan maak ik ze gewoon dood. Het is echt heel irritant. Wie heeft het ook verzonnen? De enige manier om hier op te kunnen is via een paar bloemmannen die niet meewerken. Ik merk wel echt dat mijn irritatie met deze game neemt echt toe met de tijd. Het wordt tijd om even gauw alle sterren te halen. Waarom heb ik ook deze hele wereld nu zo'n beetje gehaald? Ik had zoiets van, ja, I'm in too deep. Ik ben nou al bezig. Dan maak je het maar af ook, kreng. Allemaal dikke vette. Waarom verlies ik nog steeds damage? Gaat zelfs met de kost. Wat? Oké. Gaat goed. We zijn binnen.
Ik wil nog even verder lullen over mijn vuurwerkverhaal. Ik had eerder in deze video een klein beetje gehad over vuurwerk en de bijbehorende vuurwerkgewonden. Misschien is het ook gewoon belangrijker om als overheid te focussen op inlichting. Vooral jongeren is toch voornamelijk de doelgroep die fucked up dingen doen met vuurwerk, gewoon in te lichten over de gevaren. Afgelopen jaar was er een redelijk interessante campagne. Ik weet niet of je hem voorbij hebt zien komen. De knalplanga. Ze hebben Donnie. Rapper Donnie heeft gewoon dikke overheidsmonies gekregen om een liedje te zingen over een knalplanga. Wat eigenlijk dus gewoon is een bril, een veiligheidsbril. Aangezien ja, natuurlijk lange planga was natuurlijk, of snelle planga was natuurlijk zo'n gigantische hit. Denken ze nou, knalplanga, protectie doelbewust ofzo. Als mijn vuurpijl de lucht kust, de hemel kust waarschijnlijk. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het hele liedje niet eens afgeluisterd. Ik vind Donnie wel een geinige gozer, maar het was heel veel zeltekst. Ik had zoiets van, oké, ja, knalplanga, het zit goed met je. Ik ben vooral benieuwd of het echt een beetje de boodschap gaat hebben. Ik bedoel, het nummertje heeft redelijk veel views op YouTube momenteel, maar het bereikt wel een hele specifieke doelgroep. Blijkbaar, nog een beetje voor onze tijd, hadden ze echt, echt goede vuurwerkreclames. Ik ken er wel de, je bent een rund als je met vuurwerk stunt, maar dat was dan een beetje een soort kleine, in scène gezette dingetjes waar het lijkt alsof er iets verkeerd gaat. Blijkbaar nog voor die tijd, echt oldschool televisie, lieten ze gewoon foto's zien van vuurwerkongelukken met doe niet, dit is hoe je poten eruit kunnen zien. Dat is, hoe zeg je dat, een gigantisch effectieve strategie. Of je dat aan kinderen wil laten zien, is een hele andere vraag, maar het werkt sowieso als een tierenlier om verminkte lichaamsdelen te laten zien met hey, dit is wat je van vuurwerk krijgt. En het kost geld, belasting op vuurwerk omhoog. Laat gewoon behandelen als er ook. Gewoon net zo duur maken tot het gewoon voor niemand leuk meer is. Wat een geniaal idee. Nogmaals, gaan we niet haten. Ik probeer me dit soort discussies redelijk neutraal op te zetten. Ik geef wat voor- en tegenstandpunten. Dan moet je zelf maar een beetje kijken wat je ermee doet. We belanden in een hele gevaarlijke wereld. Dus iedereen gaat met mij mee eens is. Straks zeg ik allemaal dingen waar je het niet mee eens bent. Ik kan de hele video allemaal leuke dingen zeggen. Maar ik trap je één keer per ongeluk op je pikkie of tepels. En dan in één keer ben je boos. Want ik hou van vuurwerk. Hoe durf je te zeggen dat je de vingers van kan verliezen? Ik bedoel, het is waar. Maar hoe durf je het te zeggen? Ja, ik ben een erg baldadige gozer. Zo. Fuck. Zo werk je maar weer. Dat is niet te geloven, joh. Ah, kom op! Mario, broeder! Gij Super Mario, broeder! We moeten dan ben je leuk houden voor iedereen, of niet dan? Potverdikke me, oké. Je hebt echt... Deze balk ligt hier haast gewoon als instructie voor hoe je de triple jump... Wat? Moet ik nou echt helemaal, zeg maar, dit blok gaan pakken? Moet ik nou op deze manier voor het blok gezet? Ik had het net als ook in de video over rijk zijn en dat eeuwige rijkdom wat chill is. Wanneer ben je nou echt rijk? Het geinige is bijvoorbeeld heel veel miljonairs vinden zichzelf niet rijk. Want ja, er zijn altijd mensen die meer geld hebben. Dat is toch een beetje het hele idee van geld. Het is altijd een beetje meer. Er is wel uitgezocht dat vanaf een bepaald jaarinkomen word je er niet echt gelukkiger van. Het zijn wel punten dat je echt al je basisdingen hebt. Er is gewoon een bepaalde hoeveelheid geld, niet eens zo heel hoog. Dan vervalt alle stress van geld. Je hoeft je nooit meer zorgen te maken. Damn, wat heb ik jeuk aan mijn neus. Je hoeft je nooit meer zorgen te maken om rekeningen en je hypotheek en in de schulden staan. En je kan redelijk royaal overal heen. Op dat punt heb je eigenlijk geld al uitgespeeld. Dan ga je er niet gelukkiger van worden. Dan wordt het vooral gelukkiger van de word je vooral gelukkiger van de mensen om je heen. En niet deze gameplay in ieder geval. Het was vooral de camerahoek. Ik was al aan het kutten, maar hij werkte niet mee. Oké, we proberen het gewoon lekker nog een keertje. Please, ga weg. Please, ga weg. Laat me mijn ding doen. Laat me mijn ding doen. Gaat heen. Tuig, dank je. Ik kan de camera niet echt achter me krijgen, dus dan maar voor me. Let niet te erg op die stroomballen. Die doen toch bijna geen schade. Kan allemaal wel. Oké, dat doet wel veel schade. Pas op. Pas op. Gevaar. Gevaar. Ster, please, geef aan mij. Dank je. Dus ja, zelfs als rijke mensen. Ik bedoel, als je een miljoen op je rekening hebt staan, je bent een miljonair, dan ben je in mijn opinie redelijk rijk. Dan zit je wel redelijk... Relatief gezien aan de meeste mensen heb je dan veel geld. Of als je een huis hebt van een miljoen of zo. Prijzig. Maar zelfs die mensen vinden zichzelf niet rijk. Dus hoe definiëren we rijkdom dan? Nou, ik heb twee levels aan rijkdom gedefinieerd door middel van mijn supergoeie wijsheid. Je bent rijk als je met de trein reist eerste klas. Echt, what the fuck?
Een treinkaartje eerste klas is letterlijk echt iets van 3 keer de prijs van een normaal kaartje. En meestal is het niet eens druk in de trein. Het enige voordeel wat er echt is, is dat je hebt iets meer ruimte. En in principe, als het er echt ontspant, leven of dood, dan heb je waarschijnlijker een zitplek. Maar als het echt heel druk is in de trein, dan controleren ze toch nooit. En dan kan je in principe overal heen en kun je ook gewoon eerste klas gaan zitten. Dus de toevoeging van eerste klasse zegt niks en het is zo tamtoe duur. NS, alsjeblieft. Alsjeblieft, schrap gewoon de eerste klas. Aan de andere kant snap ik dat het... Ik weet niet hoeveel geld het ze oplevert extra. Dat is gewoon een sommetje dat je moet maken. Aan de ene kant zullen ze er vast wat extra geld aan verdienen. Waardoor ze hopelijk, als het een hele bedrijf niet gebaseerd is op zuivere winst, kunnen ze op die manier hun complete service goedkoper maken. Dat is ook wel weer fijn. Aan de andere kant is het gewoon heel kut. Al dat er niet genoeg zitplekken zijn in je trein. Het is gewoon verschrikkelijk. Nou, heb je dus nog een niveau aan rijkdom. Dat is zo rijk zijn dat je niet met de eerste klas gaat, maar gewoon een bv-chauffeur hebt. Dan heb je waarschijnlijk ook redelijk veel geld. Denk ik. Of je hebt echt iemand die echt heel erg graag chauffeur is. Dat kan natuurlijk ook. Even kijken. We doen geloof ik momenteel de missie die heet de 4 geheimen. Het is echt een level wat nergens op slaat. Dat heb je al vaker. Je moet gewoon een aantal dingen doen en blokken breken. Voor mij zijn het 4 geheimen. Dat hoop ik, want ik heb er nu 4. Oké, kut. Het zijn 5 geheimen. Of zijn het 6 geheimen? Oh nee. Was dit er niet gewoon ook 1? Lekker dicht bij elkaar. Het slaat echt nergens op. De hele samenvatting van dit level is... Je moet gewoon net weten dat het een ding is. En dan even lekker cashen. Eigenlijk wil ik even terug naar een eerdere wereld waar ik maar 1 ster heb gehaald. Puur omdat... Ik vind dat nummer zo chill. Als er een nummer is in de hele Mario, in deze hele gameserie, is het sowieso het nummer van Draai Draai Dogs. Ik heb hem op Spotify. Als je Draai Draai Dogs intikt, is er eentje een pianocover van het nummer. Hele relaxe pianocover. Ik zit even te kijken hoe het water een stukje omhoog gaan krijgen. Ja, ik kan me door deze dude laten gooien. Hallo? Ja? Yes, dankjewel. Meneer, als u toch ook even tijd heeft, heb je even voor mijn niveau... Smijt me ook even die kant op, alsjeblieft. Alsjeblieft, smijt me. Smijt me. Het is niet... Ah, kom op. Smijt me niet zo. Smijt me, maar dan anders. Ja, nee. Kun je please een beetje hierheen? Beetje hierheen. Bochie. Smijt hem maar. Yes, dank je. Oké, ik wil gewoon het waterpijl even een stukje omhoog. Jij hoeft niet meer te smijten. Het is goed zo. Het is goed. Ah, kut. Ik dacht even dat we dit ding niet meer naar rechts konden. Nou. Ik krijg hem niet meer naar rechts. Kut. Dan moet ik wel die triple jump doen. Voor mijn gevoel is het haalbaar, maar... De game laat me heel erg denken dat dat niet kan. Dus ja, het is gevoel versus gameplay. Yes, oké. Gaan we deze kant op? Dit heeft een hele strategie om eventjes die ster te kunnen pakken. Het is echt moeilijker dan de ster op zich kunnen pakken. Deze moet even omhoog. Dan kunnen we veilig naar het ene punt toe zwemmen. Er waren geloof ik ook meerdere van die andere paaltjes die je alle kanten op kan trekken. Oh, daar zat hij. Ja, maar ik wist even niet waar ze zaten. Dan is dit, ja, ik wou zeggen, een snelle manier om het te doen. Nou, het is alles behalve snel. Maar op de lange termijn werkt het soort van. Daar doen we het voor. Ik voelde me afgelopen gisteren daadwerkelijk 1 keer big money. Een beetje niveau met de eerste klas reizen, puur omdat je geld te veel hebt, big money. Een privéchauffeur nemen, terwijl je kan ook in principe prima zelf auto rijden, big money. Wat ik deed. Verschrikkelijk. Ik had zin om Oblivion te spelen, als in de Elder Scrolls 4, de voorganger van Skyrim. En ik had de game ergens op cd liggen, want ik heb hem ooit van een kijker gehad. Maar ik had echt even gewoon geen zin. Om die cd te zoeken. Dus ik had zoiets van, hey, wat kost hij momenteel op Steam? Oh, hij is in de aanbieding. 10. Ik heb 10 uitgegeven voor een game die ook op mijn kamer ligt. Yeah. Big money, dames en heren. Big money. 10 euro's. Oké, hoe kom ik daar dan? Oh, waarschijnlijk via daar. Dit is ook gewoon verschrikkelijk. Kan het water omhoog? Die backflips die gaan niet zo heel erg veel de diepte in. Dat is vooral een beetje een probleem. Oké. Voorheen maakte die balletjes aanraken niet zoveel uit. Deze keer geloof ik wel. Ze maken je reek dood. Geloof ik. Oh. Shit. Opzij. Ja, die kant op. Ja. Ik geloof dat de... Oh. Ik geloof dat die duw van het kanon ook hier ergens zit. Die heb je namelijk later nodig. Maar... We hebben die van de ster. Misschien moet ik even door naar andere werelden. Want er zijn er nog best wel een paar die misschien wel even leuk zijn. Om te laten zien. We zijn hier weer. Super grappig. Zodra ik deze wereld inspring, moet ik opeens denken aan een verhaal
dat ik aan het vertellen was in deze wereld, maar ik was er meteen mee gekapt. Omdat er gebeurde vast iets in de wereld waardoor ik werd afgeleid. Maar zodra ik terug ben in deze wereld, moet ik weer denken aan het verhaal. En hoe ik het, ja, compleet in de steek heb gelaten door het nooit af te maken. Het is echt super kut dat ik niet weet wat de volgorde is van deze kistjes. Ik geloof dat degene die heel dicht bij de draaikolk in het midden zit, die moet je sowieso als derde doen. Misschien is dit degene die als laatste moet. Oh, hij gaat nog open, hij gaat nog open. Is dit de derde? Oké, dat is niet goed. Oké, slurp me niet op, draaikolk. Dus Rick, het ene verhaal dat je niet had afgemaakt. Yes, ik had het over Lars van Vaco Games, die leraar was. Ik had het dus over welke klassen mij persoonlijk het meest en minst irritant lijken. Nou, hij doet dus momenteel, daarom wat vertelde ik het, hij doet een heleboel klassen tegelijk. Hij is een soort van invalleraar voor alle klassen. Best wel veel leraren werken niet fulltime, want je hebt zoveel werk naast zeg maar het lesgeven, met nakijken, toetsen maken. Je moet zoveel doen als leraar, dat je eigenlijk praktisch bijna nooit fulltime werkt. Want je werkt eigenlijk wel fulltime, maar dat zijn niet de uren die je opschrijft. Dus ja, er moet dan toch iemand voor de klas staan. Of je krijgt, wat nu in sommige klassen echt al gebeurt, dat er maar 4 dagen per week les wordt gegeven. Wat ja, best wel zonde is. Je kinderen moeten leren, leren, leren. Dus hij doet alle klassen zijn maar 1 dag. Dus ja, dan moet je echt super veel namen leren. Zij had echt gewoon een papiertje geprint met al die foto's van al die kindjes erop. Om ze allemaal te leren. Dat wordt toch wel een beetje verwacht. Een beetje raar. Als je halverwege het jaar nog steeds geen idee hebt wie erbij in de klas zitten. Maar dat is wel hardcore shit, man. Denk je dat je volwassen bent en dat je nooit meer een toets hoeft te maken? Moet je in één keer allemaal namen van kinderen gaan leren? Oh, kut. Ik wil gewoon die kist openmaken. Maar meteen een kist open en stop mij erin, man. Jeetje. Ik dacht, nee. Ik dacht dat ik dit spel voor mijn plezier kon spelen, maar je moet er eens met Mario's dikke neus er tegenaan. Oh, ik wil het gewoon snel doen. Ik moet helemaal om. Zwemmen werkt ook niet echt perfect in deze game. Yes. Hier met die ster. Hier. Dat duurde echt net iets te lang. Ik heb nog 1 feitje, wat een redelijk sneu feitje is. Zoals je waarschijnlijk weet, een hele hoop groepen in dieren hebben een bepaalde naam. Een groep vissen noem je een school. Een groep koeien noem je een kudde. Een groep leeuwen noem je een troep. Een groep honden noem je een roedel. Nou zijn er ook wat raardere. Bijvoorbeeld een groep zwijnen noem je een rot. R-O-T, een groep mosselen, dat zijn banken, losse groepen mosselen, mosselen zitten altijd in banken. Ik had nog, oh ja, bijvoorbeeld een nest, dat is een groepje slangen. Je hebt het altijd over een slangennest, maar dat is niet per se de plek waar de slangen zitten. Een hoop slangen bij elkaar is ook al een nest, lekker verwarrend. Nou is de grote vraag van deze video, hoe noem je een groep koala's? Ik zou het heel knap vinden als je het weet. Het was namelijk strikvraag. Er is geen term, geen enkele term voor een groep koala's. Omdat koala's meestal alleen leven. Ze komen eigenlijk in het wild nooit voor in groepen. Dus is er geen term nodig voor een groep koala's. Laten we trouwens even gaan in deze video een beetje de rust nemen om te genieten. Te genieten van de muziek. Dit is het ene nummer dat ik zo vet vind. Het is gewoon de ultieme rust. Even kijken, we kunnen hier geloof ik door die ringen heen zwemmen. Daar krijg je ook een prachtig sterretje voor. Het probleem is alleen, je kan hem niet pakken, want de ster gaat hier liggen. Op de bodem van dit hele coole... Fuck. Kut, ik ga er een missen of niet. Telt die ze ook nog? Of moet je er gewoon x aantal hebben? Dat durf ik even niet met zekerheid te zeggen. Misschien moet je echt je best doen om in het midden te blijven hangen. Dat is niet wat ik doe momenteel. Verre van. Please. Doe ik het goed? I don't know. Mag ik iets van goedkeuring alsjeblieft? Ik ben aan het verdrinken langzaam. Ah, het telt ze inderdaad. 1, 2, 3, 4, 5. Yes! De gigantische overwinning. Voor de rest nog 1 vraag. Het is echt, deze video is zo lang. Ik put echt alle feitjes die ik ooit heb gehad zo'n beetje tegelijkertijd uit. Ik vond net op het internet de vraag, waarom hebben zoveel woonprogramma's echt letterlijk zo'n beetje de hele top 40 in 1 aflevering geperst? Geloof me, wij kijken vaak, als we met de familie beneden zitten en de tv staat aan, zo vaak woonprogramma's. En ze hebben echt iedere paar seconden een ander fucking nummer dat inderdaad in de top 40 staat. Ik denk van, what the fuck, waarom gebeurt dit?
In principe is het sowieso één groot reclameblok. Dat is het eigenlijk. Het is één grote gesponsorde shit. Net YouTubers waar al hun video's gesponsord zijn. Dat is ongeveer waar je naar kijkt als je naar woonprogramma's kijkt. Laten we eerlijk zijn. Dus ze hebben gewoon altijd een lekker upbeat muziekje eronder. En de hele tijd een ander muziekje. Zodat je jammer genoeg je aandacht erbij houdt. Het is best wel slim. En blijkbaar is het ook nog een ding dat zenders moeten rechten betalen voor die muziek. Maar als het maar een paar seconden is, hoeven ze minder, veel minder of niet te betalen voor die rechten. Dat wordt op YouTube ook heel vaak gezegd. Heel veel mensen denken oprecht, echt zo'n gerucht wat je zo vaak hoort, dat als je een nummer maar 5 of 3 seconden in je video stopt, dan is het niet erg. Dan is het geen copyrightbreuk als je een video maar 3 of 5 seconden in je video hebt. Dat is niet waar. Er zijn daadwerkelijk Nederlandse YouTubers die video's hebben waar ze geen geld op verdienen, omdat die gecopyright claimed is. Anders dan een copyright strike. Je kan, pas in Adriaan gaven ons een copyright strike, of tenminste hun management. Het verschil is dus, een copyright strike geef je een strike en werkt dus mee aan het verwijderen van je kanaal. Een copyright claim houdt alleen in dat de eigenaar van de copyright geld verdient. Nintendo heeft het een tijdje gedaan. Gewoon iedere keer als je een nieuwe Nintendo game in de tijden van de Wii U, als je een nieuwe Nintendo game op je kanaal speelde, zei Nintendo van ja, oké, je hebt een leuke gaming video gemaakt, maar die heeft alleen maar 100.000 views omdat je een Nintendo game speelt. Dus dat geld is van ons. De video's mogen wel online staan, maar het geld is van ons. Nou, dat is gewoon super kut. En toen op een gegeven moment had Nintendo ook wel door dat ja, Nintendo verdient super veel geld omdat YouTubers video's maken van hun games, maar als ze daar geen ads voor krijgen, doen ze het niet. Het feit dat zoveel YouTubers nu Smash aan het spelen zijn, zorgt er zeker voor dat veel mensen een Switch kopen om Smash te spelen. Dus eigenlijk verdienen ze veel meer door die video's gewoon online te laten komen dan het geld te stelen. Maar die 3 seconden regel slaat in ieder geval helemaal nergens op. Het ding is alleen, als het nummer er minder lang in zit, is de kans dat het door het automatische YouTube-systeem gevonden wordt een heel stukje kleiner. Wat je ook gewoon kan doen is het nummer een klein beetje sneller of een klein beetje langzamer doen. Door gewoon de audiolijn te pakken en een beetje te rekken. Je kan de toonhoogte een klein beetje veranderen. Er zijn wel wat manieren om door het systeem heen te gaan. Net zoals bijvoorbeeld gespiegelde foto's minder snel gepakt worden. Heel veel filmscènes worden gewoon op YouTube geflikkerd, maar dan altijd gespiegeld. Zodat je dus, tenminste, nou, mensen zien wel, hey, dit is Family Guy. Heel veel Family Guy afleveringen worden telkens op, telkens op YouTube gesmeten met spiegelfilter eroverheen. Niet zodat de kijker niet ziet dat het Family Guy is, die wil gewoon Family Guy zien, maar het automatische systeem van YouTube ziet het niet. Dus dan moeten mensen, de makers van Family Guy of Comedy Central of whatever, moeten weer handmatig helemaal die shit gaan aanklikken en zeggen, hey, dit is niet oké. Okay. Even kijken, pluk de Piranha Flower. Ik heb echt een hekel aan deze wereld. Echt verschrikkelijk. Het idee van deze wereld is erg leuk. Dat je hebt 3 schilderijen waardoor je naar binnen kan. En daardoor kom je binnen met 3 verschillende groottes. Een groot, een klein of medium. Iedereen's favoriete grootte. En je moet de hele tijd wisselen tussen die dingen om op die manier het level te besturen. Ik vind het level echt mateloos irritant. Nee, dat is dezelfde plant als net, alleen hij is nu een klein koppie, letterlijk meerdere kopjes groter. Net was er ook maar 1, nu zijn het er geloof ik 5. En als je alle 5 doodmaakt, krijg je een ster. Yippie-ya-yo. Eens even kijken. Oh, sorry. Sorry dat ik jullie snode plan in de weg loop, zeg jongens. Yes, oké. Okay. Het is nog best wel moeilijk dit. Ah, niet doodgaan Mario, niet dood. Ah, oh, wat zei ik nou voor niet doodgaan? Ah, oh, kut. Boom! Oké. Speedrun die shit. We zijn weer terug voor een tweede ronde. En jij neer. Hoppakee, kom maar dames, kom maar. Zijn er nog meer motherfuckers die een stukje willen van de Rick? Jij daar, kom maar door. Yes! Ik neem je mee in mijn graf. Oh fuck. Oké, jou neem ik niet mee in mijn graf. Ik neem je zo meteen mee in mijn graf. Kom je? Top! Hoe heb ik het nou al neergemapt? Genoeg? Voor een ster? Misschien? Oh, ik dacht even dat ze die sterren zou weer helemaal hoppakee door de hele map heen smijten, maar het valt wel mee. Je zou zeggen, Rick, je lijkt zo boos op deze game. Waarom ben je toch zo blij? Zoveel positieve emoties. Nou, dames en heren, ik heb een hele hoge berg in de Himalaya's flink hard beklommen. En ik vond daar de wijsheid dat, voor mij heb ik dit laatst ook al een keer gezegd in een video, maar ik vind het echt een top stukje wijsheid. Het is, bepaal hoe lang je ergens boos over wil zijn. Het is meer in het algemeen. Natuurlijk word je niet boos van een fucking videogame. Dat is echt enkele seconden. Bepaal hoe lang je ergens boos over wil zijn. Soms ben je gewoon pissed. Soms voel je gewoon ergens door genaaid. Maar vraag je af,
Is het mijn tijd waard om hier de hele dag lang boos over te zijn? Of kan ik beter gewoon die knop omgooien en zeggen, ja, poep gebeurt, al helemaal... Met mijn gameplay, ik ga gewoon lekker verder. Dus ja, het is niet echt toepasselijk op gameplay natuurlijk, maar meer in het algemeen. Soms heb je gewoon tegenslagen op een dag en dan kun je er de hele dag boos om gaan zitten zijn. Maar het is vooral zo irritant, het lost zo weinig op. Het is ook een beetje de sleutel tot minder ruzie hebben. Je kent het vast wel, de uitspraak pick your battles, maar er zit echt heel veel wijsheid in. Soms moet je gewoon tot de conclusie komen dat het is niet mijn tijd en moeite waard om hierover in discussie te gaan. Weet je wat, ik ben het niet met je eens, het zij zo. Ik heb dat eigenlijk altijd als ik op Twitter aan het discussiëren ben. We kunnen urenlang heen en weer lullen tot het punt dat we elkaar aan het uitschelden zijn. En we gaan elkaar allebei niet overtuigen van elkaars mening. Ik had beter deze hele discussie gewoon niet kunnen starten en gewoon wat nuttigs kunnen doen met de tijd. Pick your battles. Even kijken. Ik zoek nog één rode munt, alsjeblieft. Als hij toevallig even naar me toe zou willen komen. Of ja, hey, ik kom maar naar jou toe, joh. Hartstikke fijne bezorgservice. Ik moet zeggen, er is eigenlijk nog één wereld. Nu ik toch nog een beetje op tour ga langs alle werelden. Er is één wereld die ik oprecht... niet vallen nu. Die ik oprecht heel tof vind. Waarvan ik eigenlijk denk, ja, misschien moeten we daar toch even een aantal sterretjes pakken. Het is natuurlijk de wereld in Super Mario 64. Gebaseerd op mijn... favoriete Mario Kart DS track. TikTok klok. Ik ben benieuwd wat die hele betekenis vanwege TikTok op YouTube. En natuurlijk, ja, de hele app natuurlijk op zich best wel veranderd is. Ja, moet ik nu echt nog gaan praten in deze video over TikTok? Is dat kanon trouwens niet hier beneden? Ik zit even te twijfelen. Nee, oké, ik was even in de war of het kanon hier beneden zat. Er is een kanon en daarmee kan je jezelf in dat eiland schieten. Op de DS versie... Op de DS-versie kun je ook gewoon heel makkelijk met een andere power-up gewoon... Oh ja, in dit level heb je ook die power-up voor mij, maar dat met het vleugelhoedje. Kun je gewoon die kant op vliegen. Het is een beetje flauw. Het zijn een paar van die dingetjes dat, ja, het level is niet zo bedoeld. Maar ja, je kan hem in principe pakken. Ster is van mij. Wat moet je nou echt vinden van TikTok? Het is denk ik vooral een leeftijdsdoelgroep dingetje. Ik heb niks te doen op TikTok. Ik hou niet van dingen lipzinken. Ja, dan houdt het redelijk een tik op voor mij, of niet? Oh ja... Het is voornamelijk gewoon op YouTube. Het enige wat er gebeurt met reageren op TikTok is gewoon... Ha, mensen doen cringy shit. Dit is niet mijn ding, weet je wel. Er zijn een hoop dingen in de wereld die zijn niet mijn ding. Maar dan ga ik er niet op reageren om mezelf er enkel of iedere paar seconden aan te herinneren. Hé, dit is niet mijn ding. Ik hou niet van 8-jarige kinderen die playbacken. Nou, dan moet je niet naar TikTok gaan. Zo makkelijk kan het zijn eigenlijk. Maar dan ga je er wel heen en dan zeiken dat er 8-jarige kinderen zijn die aan playbacken zijn. Wat had je verwacht, weet je wel? Wat had je verwacht? Weet je, alsof je, weet ik veel, de Mount Everest gaat beklimmen. En dan gaat zeiken dat je niet houdt van hoogtes. Ja, wat had je verwacht, schat? Wat had je verwacht? Hij volgt me nu, toch? Ja, oké, apenvriend. Huh? Wat was dat? Ik merk trouwens opeens op hoe ver ik eigenlijk van mijn computer af zit. Ik ben echt een kleine kabouter gewoon in mijn facecam. Nee, je wil me wel zien als gigantische reus. Met gebrekkige haarlijn momenteel. Tenminste, er mist hier wat. Oh man, ik kan echt niet wachten tot ik kaal word. Ik wil echt wel lang wachten tot ik kaal word, man. Een kaal hoofd staat mij echt niet goed. Er zijn wel mannen bij wie het cool staat, weet je. Of Vin Diesel en zo, dat zijn wel gewoon mannen die rocken gewoon die kale kop. Ik niet. Nee. Oh, kut. Oh, hoerenbeschuit. Ik heb ook echt nog maar één... Ik wil net zeggen, ik heb maar één levenspunt. Dit gaat nooit goed komen natuurlijk. Nee, en toen kwam het dus vervolgens niet goed. Wat tof. Yeah. Ik ben er weer. Is het zo? Oké. Ik denk dat gewoon een prima long jump zou moeten werken. Boom. Dan kunnen we ook nog eens... Ja, dit ziet er wel redelijk uit als een mislukte muur waar je in kan. Of is het ergens anders? Er is ergens zo'n muurtje waar je... Nee! Nee! Hé, hey, daar is die dude. Ik zocht jou echt totaal niet, maar ik ben blij dat ik je gevonden heb. Motherfucker blaast me gewoon van het hele level af. Waar is mijn pet? Weet je wat, als de game het zo wil, dan kennen ze het zo krijgen. Ik neem aan dat het hier is, toch? Ik heb dit nog nooit Ik heb het nog nooit gedaan met dit kanon eigenlijk zo. Ik heb nog nooit geprobeerd om die ster daadwerkelijk te pakken op de originele manier. Misschien is dat wel een keer leuk, gewoon een keer niet vals spelen. Even hier langs glibberen als een smerige... Zeer smerige aal. Dat petje moet je eigenlijk ook nog terugkrijgen. Ik denk dat het aapje hem nu heeft. Maar ik geloof als je in de hal van het kasteel met Toad praat, dan heeft Toad hem gewoon voor je. Fucking relax van Toad, zo is hij dan ook alweer. Oké.
Echt super moeilijk worden dit. Oké, okay, ja, sowieso de ster in het midden. Dat je hem sowieso niet in de breedte langs gaat, is wel fijn. Maar de vraag is echt, hoe hoog moet je dit ding zetten? Ik heb het gevoel alsof ik er nu al overheen ga. Voor mij is het helemaal niet zo ver weg. Laten we het zo doen. Op hoop van zegen. Stop al je vertrouwen in de natuurkunde. Yeah, let's go. Oh, zuur. Poging 2. Of zoals ze op TikTok zouden zeggen, hit or miss. I'll guess I'll never miss the ding. Ik ben niet heel bekend met TikTok dingen. Ik hou mezelf redelijk op afstand van die shit, want ik weet dat ik het grootste deel niet grappig vind. Nou zijn er ook mensen die alleen maar op TikTok zitten om te kutten. En ja, dat is wel prima, joh, moet je lekker doen. Voor de rest zag ik trouwens de YouTube-video's uit Nederland met de meeste weergaven in 2018. Je gaat nooit raden wat er allemaal in stond. Geloof het of niet. Maar heel veel video's van Enzo Knol en StukTV, de grootste YouTube-kanalen van Nederland, hebben de meest bekeken video's. Wauw! Maar de nummer 1 meest bekeken video is het pronkstuk van de gehele collectie. Het is een... Yes, ik heb hem toch? Ja, ja. Dit is een ding dat als je bij een bepaalde tijdstip van de klok in het level springt, een soort klein trucje, dan staat het hele level stil. Want vooral het begin van het level, wat gaat om, ja, klimmen over bewegende blokken, maakt het echt zoveel makkelijker. Maar er zijn ook bepaalde punten in de map die je niet echt kan doen als het hele level stil staat. Dus het trucje werkt, maar er zijn ook limitaties. Bijvoorbeeld voor het 8 rode munten deel pakken, werkt het echt super chill. Oh, kom... Jezus! Of niet. Je moet niet de hoog van de toren schreeuwen. Al helemaal niet als die toren een TikTok-klokkie is. Oké, okay, heb ik het nog steeds bevroren nu? Ik weet niet meer of de... Op de voor mij moest... De grote wijzer op 12 probeer ik altijd te doen. En de kleine wijzer op 3. Maar net stond vooral de grote wijzer op 12. Misschien is dat het gewoon vooral. Misschien is het veranderd weer naar de DS-versie. Als het 3 uur is en je springt erin, dan gaat het sowieso goed. Maar net was het geen 3 uur en het ging sowieso goed. Totdat ik mijn eigen gameplay ging doen. Dat rode muntenstuk wil je eigenlijk gewoon doen. Met de tijd stil. Dat ga ik niet eens proberen nu, want dan val je gewoon heel vaak naar beneden. Je kan het halen hoor, maar het is gewoon Rage Quit City. Rage Quit City. Als het goed is hier een voorbeeld van zo'n hele mooie... Oeh, we zien dat die vuurballetjes een klein beetje warmtezoekend zijn. Ze zijn toch zelf al warm... Oh, niet nog een keer. We zijn toch zelf al warm genoeg? Ik kan mijn camera niet draaien, dus ik zie niet of het nou goed gaat. Ik twijfel of hier nou een grote wijzer is, of dat het pas later is. Ik zie niks. Fucking deze game met... Yes, oké, okay, er is er één. Ah, kom op. Ah, kom op. Goed nieuws, team. Ik leef nog. De wijzer is hier. Je moet gewoon... Het enige echt moeilijke deel van deze ster is... Net zo lang bullshit ontwijken, tot die fucking wijzer er eindelijk een keer is. Waarom gaan klokken zo langzaam? Waarom zitten er niet minder minuten in een uur? Kak! Ik heb geen zin om hier te wachten met mijn fucking kut camerahoeken. Okay, heb je niet gewoon één camerahoek vanaf die muur daar? Heb je er gewoon eentje in de aanbieding toevallig? Dat zou echt super chill zijn, man. Misschien als ik hier helemaal ga staan. Misschien schiet die gast ook geen vuurballen af als ik daar sta. Ik weet het niet. Ik blijf echt gewoon heel erg paniekerig heen en weer rennen. Ik twijfel nu weer of die wijzer er is. Ja, hij is er. Oké. Okay. Laten we even wachten tot hij ook echt een beetje staat op het einde hier. Als ik er nu op ga staan, krijg ik sowieso gewoon een vuurbal in mijn bakkes gebonjourd. Misschien nu een beetje? Stopt die dude al met vuurballen afgooien? Heeft hij al een beetje medelijden met mijn bestaan? Zou ik namelijk wel hebben. Nu denk jij er bent, toch? Dan denk je, jee, staat op de wijzer. Gaat goed. Nou! Je moet niet te hard van stapel lopen. Het moeilijkste deel komt nog. Je moet een long jump doen, maar die moet je heel goed timen. Ik ben hier zo vaak dood gegaan, dan trek ik echt gewoon haar uit mijn hoofd. Dat is waarom hier langzamerhand steeds meer kalende plekken beginnen te ontstaan. Maar het is daadwerkelijk een ding dat je van stress heel veel haaruitval kan krijgen als ik binnenkort kaal ben. Ik geef alle schuld aan Super Mario 64 XL gameplay. Oké. Voor mij kan het ook zonder een long jump hoor. Het moet gewoon haast kunnen, maar... Hit or miss, I guess I'll never miss. Ik heb een level gehaald, eindelijk. Dus, Mario heeft nog steeds zoiets van, ik heb mis mijn pet. Maakt niet uit, man. Kinders en jij problemen. Spring het level nog een keertje in, even kijken of het level nou weer bevroren is of niet. Komen langzamerhand via semi-beta. Ja, dus, mij moet de wijzer dus voornamelijk op 12 staan. Alsof je deze 22 jaar oude game door deze XL gameplay opeens zelf gaat spelen. Zonder hem ooit gespeeld te hebben. En echt een Rick, please.
Deel al je wijsheid over deze game. We hebben het nodig, vooral nu, in deze tijden. Ik ga die 8 rode munten lekker skippen, want dat snap je zelf wel. Letterlijk gewoon een beetje klimmen en springen. We zijn zo blij, want er zijn 8 rode munten bij. Ik wil het even hebben over de grote nadelen van een man zijn. Ben je bekend? Ik hoop van wel. Met de fantastische uitspraak, vrouwen en kinderen eerst. Nog steeds geen idee waarom het een ding is, behalve seksisme. Stel, je zat op de Titanic. Ten eerste, slecht nieuws, de boot gaat zinken. Het ding is dat als je een man was, was de kans dat je dit over de Titanic zou overleven eigenlijk 20%. Fuck. 20% van de mannen op de Titanic hebben dit na kunnen vertellen en hebben het overleefd. Maar 80% van de vrouwen hebben de Titanic overleefd. Oftewel, ja, er zit best wel wat van logica in. Vrouwen en kinderen eerst. Ze mochten blijkbaar echt eerst, man. Kan ik daar niet gewoon heen vanaf hier? Maar moet je haast praktisch. Maar moet je met Luigi doorheen? Maar, nee, ze hebben dat stukje eronder net bewust iets korter gemaakt. Dat je er net niet zo op kan droppen, volgens mij. Dan moet ik maar gewoon. Voor mij is dit ding net een beetje verkeerd bevroren. Of moet ik het via de muur doen of zo? Wordt het echt een of andere coole. Hij wil niet jump op die muur. Misschien is het ook omdat hij zijn petje kwijt is, hoor. Oké, ik pak die fucking 8 rode munten al. Zit ben je door TikTok klok zo bitchy, man? Jeetje. Dit was al op mijn go-to level van plezier en gezelligheid. Gewoon, was lekker. Ah, kom op. Ah, kom op. Ah. Gewoon iedere keer dat het fout gaat in deze XL gameplay. Een klein beetje geluk verdwijnt gewoon. Ah, daar ging er weer eentje. Klein stukje van mijn ziel. Iedere keer dat ik val in deze game en dood ga, creëer ik een nieuw stukje gruzielement. Ik hoef er geen mensen voor te vermoorden. Dat is allemaal goed zo, joh. Is dat dan niet de munt? Nee, oké, prima, dan niet. Pak ik hem toch lekker niet, joh. En zoek er lekker uit met je kutspel. Oh, is dat er wel een? Oké, top. Oké, prima. Top, prima, top, prima, top, prima, top. Ah. Kak. Zie je die irritante knobbel ertussenin? Die is echt irritant, man. De irritante knobbel. Super irritant. Wat doe je? Game, nee. Rick, ja. Het houdt niet op. Wat fijn dat ze hier nog health neerzet, anders zou ik gewoon nog doodgaan ook. Gewoon te veel falling damage te nemen. Je kan trouwens gewoon compleet fall damage voorkomen door net voordat je de grond raakt gewoon een ground pound te doen. Zo, oh shit. Het lukte niet en het was niet hoog genoeg om fall damage te nemen. Oh, dit is waarom ik soms knip in de. Dit is waarom. Het is dat ik echt al op 68 sterren zit. Ik bedoel, het is bijna af. De pijn is bijna voorbij. Ik geef je even de volledige. Oh, de ster is daar niet. Ik geef je eventjes de volledige gameplay. Eindig me. Eindig me, heer. Dat is toch wel beter. Je kan het blijkbaar gewoon beter doen. Ik wil net zeggen, je kan blijkbaar gewoon beter doen door middel van een heleboel backflips. Maar ik begin langzamerhand een klein beetje terug te komen op dit standpunt. Oké. Okay. Ster daar, ik hier. Wat te doen? Yes! Na al die jaren. 69 sterren. We zijn er bijna. We zijn er echt bijna. Oh man. Oh man. Nog 1 ster en dan kunnen we door naar die malse Bowser. Oké, laten we maar gewoon doen. Laten we even 1 leveltje Rainbow Road doen. De laatste wereld in deze game. En bij verre. Bij verre de moeilijkste. Zeg van ja, weet je, als je deze game leuk vindt en je wil echt meer. Vooruit dan maar. We maken nog eventjes. Niet omdat het moet, maar omdat het. Oh, dit is de verkeerde kut. Hier is een extra level voor. Krijg kak. Ik maak mezelf van kant. Ik ben er helemaal klaar mee. Doei. Het is aan de andere kant. Ik maak mezelf van kant. Ik ga. Oh, dan kom je hier weer helemaal. Nee. Daar ben ik weer. Bekijk het van de positieve kant. Op deze manier kunnen we langer genieten van de 69 sterren. Het perfecte getal. Trouwens, voordat je na gaat denken over de pornofilm Super Mario 69, bestaat er wel daadwerkelijk een game genaamd Super Mario 128. Het zou geloof ik oorspronkelijk een prequel zijn voor Super Mario 64 en Nintendo was ermee bezig. Uiteindelijk hebben ze het complete gamepie gedropt. Een van de enige Mario games die begonnen is, maar nooit is afgemaakt. Maar wees niet getreurd, een hele hoop elementen uit Super Mario 128 zijn wel gebruikt in andere games, zoals The Legend of Zelda en ik geloof een van de eerdere Pikmin games. Dus dat is iets van, vooral het begin van de game is denk ik voornamelijk werk aan de engine en hoe een hele hoop dingen gaan werken bij besturingen en 3D. Vooral met in de tijden van deze game waar zoveel dingen nog zo nieuw waren. Dus ze hadden een hoop dingen gedaan voordat ze echt überhaupt al bezig waren met de game en toen die dingen in andere games geplakt. Maar
Super Mario 128 blijft een prachtige mythe. Uiteindelijk kwam natuurlijk het vervolg van Super Mario 64. Dat was Super Mario Sunshine. Voor vele Nintendo-fans een gigantische tegenvaller. Ik kan het soort van begrijpen. Super Mario 64 was zo gigantisch revolutionair. Super Mario Sunshine is een leuke game, vooral voor mij, aangezien het mijn eerste Super Mario game was. Ik was er redelijk laat bij, speelde tot die tijd voornamelijk Harry Potter games, maar ja, het was minder invloedrijk voor zijn tijd dan deze game. Dat sowieso. Zijn we te kijken waar we er meer over kunnen praten? Ik had nog een geinig feitje over Scrabble. Waar heb ik geen lijpe shit over, joh. Dit feitje over Scrabble gaat over de wereldkampioenen Scrabble. Namelijk dat de meeste wereldkampioenen, de allerbeste mensen in Scrabble momenteel, wereldwijd, beheersen niet... Oh, kut, ik ben te langzaam, denk ik, of niet? Oh, misschien kan het nog. Yes, de meeste mensen die echt supergoed zijn in Scrabble momenteel wereldwijd, spreken geen Engels. Dat is best indrukwekkend. Ik heb het hier over Engelstalig Scrabble. De allerbeste mensen in Scrabble spreken geen Engels en weigeren op maximaal niveau het te leren. Het zijn allemaal Koreanen en mensen uit Thailand en dat soort gebieden, een heleboel Aziaten. Omdat blijkbaar, op het moment dat je de betekenis van de woorden kent, leidt het heel erg af en wordt het een stuk moeilijker om de woorden op te kunnen halen. Wat ze letterlijk doen is gewoon het complete woordenboek in een taal uit hun hoofd leren zonder de betekenis van de woorden te kennen. Zo kun je veel makkelijker in je hoofd door alle woorden heen bladeren. Op het moment dat je de woorden kent en weet wat ze betekenen, wordt het allemaal heel verwarrend en word je blijkbaar afgeleid. Word je blijkbaar afgeleid door de betekenis. Wat je alleen maar in de weg gaat zitten. Oh man, ik vind het echt heel spannend. Ga ik gewoon een Rainbow Road level in één keer halen? Ik heb ook echt bij verre na niet... Oeh, die dingen die spannen na een tijdje, ja? Maar moet ik nog een keer langs die vlammen werpen? Dat is echt heel erg kut. En we gaan het nu in één keer doen. Ik word echt heel boos als ik nu gepakt word door die vlammen werpen, maar het is zeer waarschijnlijk de realiteit. Please, rot op. Oh, kut. Want ik kan gewoon dit doen. Ik heb je eruit gehackt. Ik geloof dat hier boven een ster ligt. Zeg mij dat hier boven een ster ligt. Ik zal net een beetje terug te kijken en een beetje te editen. Dan weet ik ongeveer nog waar de knipjes zitten. Ik erger me een beetje aan dat ik later in de video wat bozer word en wat minder positief. Ik denk dat de hele video een stuk leuker is als ik gewoon aan het genieten ben. Maar het is momenteel 2:30 morgens en ik ben in principe ook alweer blij als de video gewoon af is op een gegeven moment. Op een gegeven moment is het mooi geweest. Klein berichtje van de game. Hey Rick, Fakka strijder. Supergoed nieuws. Je mag met Bowser gaan vechten. Het is de kutste Bowser battle van de hele game. Oh, dat moet er helemaal niet heen. Maak je borst maar nat. Ja, die kant op. Hele mooie trap. Pak. Dus de beste mensen in Scrabble snappen de taal niet. Ik kan zo, misschien moet ik nu ook gewoon de Thaise taal gaan beheren. Whatever ze daar spreken. Thais? Of is het alleen, geldt alleen voor Thais eten wat Thais is? Ik heb oprecht geen idee. Misschien moet die taal ook maar gaan leren en ze gewoon verslaan in hun eigen spel. Nu is de grote vraag natuurlijk, gewetensvraagje. Ga ik de 8 rode munten pakken in dit Bowser level? Moeilijk. Ik weet sowieso niet waar ze allemaal liggen. Dat is een begin van de moeilijkheid. Wow, wat is dit? Super Mario Galaxy. Afwijkende zwaartekrachten. Ik heb geen idee waar ze allemaal liggen. Daar begint het drama al een beetje. Met Bowser vechten is al drama genoeg. Is dit de eerste? Of is dat wat de overheid wil dat je denkt? Oh, ik zie daar al eentje liggen. Ja, sommige zijn best wel sneaky hier, hoor. Net... Oh, daar ligt daar ook nog iets. Ja, we hebben al iets gemist. Ergens. Ah, kom op. Dat is puur... Ik geef hier puur de schuld aan hoe mijn PlayStation controller reageert op mijn smerige handjes. Oh, voor mij zit er hier eentje, of niet? Voor mij zit er hier gewoon eentje. Ik zie een schaduw van zo'n smerige munt. Nou ja, weet je wat? Puur om eventjes mijn victory op de game te laten zien, halen we eventjes gauw alle rode muntjes hier zo. Waarom ook niet? Dat scheelde echt loei. Maar dan ook loei. Oeh, kan je daar dood gaan? Ik heb dat nooit echt ervaren als een moeilijk stuk. Maar oké, als jij het zo presenteert, is het vast een hartstikke moeilijk stuk. Ik heb nog wel een leuke vraag. Ik heb een paar van die vragen in deze video gegooid waar ik graag jullie antwoorden op wil, waar mensen het nogal oneens over zijn. Een tijdje terug heb ik natuurlijk die video gemaakt over hypnose, waarin ik zei ja, zelf niet echt fan te zijn van hypnose en ik praat ook een beetje over andere mensen die beweerden paranormale gaven te hebben. In principe kan je je mening over paranormaal begaafde mensen namelijk opsplitsen in 3 dingen en ze zijn allemaal nogal ver bij elkaar vandaan. Of je gelooft het, je gelooft dat er bijvoorbeeld mensen zijn die kunnen praten met de doden. Wat ik altijd heel verdacht vind, vooral is dat het is altijd positief.
Zeg maar, ze praten met de dode is dan super blij. Er is nooit een keer een dode die zegt, ah, echt super kut dit man, ik wil maar niet dood zijn. Dat is nog wel een extra geinige reden waarom... Ja, of ik probeer niks te zeggen over leven na de dood. Ik zou graag geloven in leven na de dood, één groot feest. Ik wil geen roet in dat eten gooien, maar... dat er een hoop mensen zijn die contact kunnen leggen met die mensen en daar vervolgens heel veel geld voor willen. Dat vind ik dan weer een stukje minder... Pas op dat je niet van zijn rug afvalt. Een stukje minder geloofwaardig. Er zijn eigenlijk drie opties. Oh, fuck. Of spreken de waarheid. Of ze liegen en dat weten ze zelf ook. Of ze zijn niet helemaal lekker. Als je het op die manier opdeelt, is het in één keer best wel controvers. Ja, welke van de drie is het? Wat denk je? Spreken ze de waarheid? Liegen ze? Of zijn ze niet helemaal lekker? Ja, dat zegt vast iets over een persoon. Oh man, please. Blijf me. Oh, huh? Wanneer de game raar doet en het is een keer in je voordeel. Dat is ook voor de eerst. Je wil niet weten hoe gelukkig ik momenteel ben. Oh, dan kunnen we wel even daarheen. Ja. Ik zit vooruit te kijken. Er is vast ergens een rood muntje dat ik mis. Voor mij is er hierboven één. En moet die gast die pakken en smijten. Oké, dat is wel echt... Nee. Nee. Oh, nee. Er lijkt niet echt iets in de lucht te zijn. Dan gaan we maar door met drie muntjes op zak, denk ik. Ik vind het toch wel een uitdaging om even je schouder... Oh, fuck. Het hoort echt niet moeilijk te zijn, maar als je er zo erg een potje van maakt, wordt dat het wel opeens gefeliciteerd. Even kijken. Voor de rest kunnen we nog even graag met jullie praten. Goud de valreep, een super gezonde tip van de Rickert. Wat is de gezondste manier om je groenten te bereiden? Je zou zeggen koken. Dat is wat we meestal met onze groenten doen. Maar door het kookproces gaan er best wel veel vitamine en andere voedzame stoffen van de groenten verloren. Blijkbaar is een veel betere manier om je groenten op te warmen door middel van de magnetron. Vind ik leuk, aangezien heel veel mensen zien de magnetron juist dat een beetje als oh, dat ene ding waar je super... Zie ik, maar dood. Het is goed zo. Eindig me. Ik wil niet meer, jongens. Kijk naar je armen. Doei! Het knelpunt was... Wacht, misschien kunnen we gewoon alvast zo doen. Yes, dan heb je wat meer tijd. Ik wil dit gewoon met een bek... Wacht, dan moet het platform wel onder je staan. Oké, gaat goed. Even mijn bek houden over groenten en magnetrons. Dat soort problemen komen zo meteen maar weer terug. Eerst even gaan we niet doodgaan in dit level. Dat zou de... Nee! Oh, oké, dit ziet er makkelijk uit. Gewoon hier staan. Fair enough. Klein beetje oppassen voor alle dood, verderf en mogelijkerwijs pijn. Ik heb nu 6 van die munten. Dat is ook wel een indicatie dat we er bijna zijn. Ik weet dat er 1 munt is, heel sneaky, op het punt dat je denkt, oh, we gaan het nooit meer halen en dan is het toch opeens nog een munt. Dus als dit munt 7 is, dan kunnen we gewoon... Yes, we gaan het doen. We gaan ervoor. We gaan voor die winst nu. 100% completionist. Laat ik meteen alle andere sterren er ook bij halen. Ik vond het idee dat de magnetron dus echt een hele gezonde manier is om die groente te koken. Vond ik interessant, aangezien we juist de magnetron een beetje zien als één grote bak vol ziektes. Het is de stralingmachine die je alle mogelijke ziektes tegelijkertijd geeft. Even kijken, die laatste munt dus, als je hier zo... Dat stuk heb ik nooit ervaren als moeilijk trouwens. Als je hier over die reling heen springt en dan hieronder gluren buurt. Boom! Oké. Niet te gretig. Ik zou graag willen dat het 1 ster eraf haalt, zodat ik het weer kan doen met mijn fantastische score die ik net had. Maar heen. Leven gaat niet altijd over rozen. Rick, als je een beetje van jezelf houdt, is dit het moment om niet van het level af te springen. Top. Ik vind het eigenlijk wel grappig dat ik mijn muts mis. Mijn petje. Het leuke is, ik heb ook ergens nog zo'n Super Mario petje op mijn kamer liggen. Als ik die op zou doen, was het echt de ultieme mindfuck. Mario en ik hebben gewisseld, man. Gewoon precies op dat moment. Even knipje, heb ik opeens de pet op. Daar is hij. Fucking. Motherfucking Bowser. In het laatste leveltje moet je dus doen wat we eerder ook al deden. Gooi je met die makker. Alleen deze keer dus 3. Ik herhaal 3 keer. Het is best wel moeilijk eigenlijk. Het is echt, op de DS versie is het ongeveer hetzelfde verhaal. Het is ook gewoon weer moeilijk. Gewoon niet leuk. Ik ben vooral gewoon niet goed met timen. Ja, dat is gewoon niet goed. Dat is gewoon niet juist. Dat is gewoon niet hoe het moet. En iedere keer als hij nu terugkomt, komt hij er echt nog terug met een soort van agressie. En probeert hij gewoon te slopen. Gelukkig dropt hij heel af en toe gewoon sick beat muntjes. Oh fuck. Oh, ik heb geen helemaal idee, maar het telt. Het vuur wat hij gooit zit er geloof ik soms nog muntjes in. Daar kun je nog iets mee. Dus je blijft wel een beetje constant health hebben. Alleen die vuur komt wel op je af, geloof ik. Oh, dit is kut. Gewoon loslaten, snel.
Voor mij heb ik hem. Yes! Oké, nice. We zijn al op een klein deel. We hoeven nog maar 2 keer te raken. Ik ben pas de helft van mijn HP kwijt. En als je dood bent, natuurlijk begint het dan allemaal opnieuw. Je kan niet echt haten dat het laatste boss fight van de game moeilijk is, natuurlijk. Het is ook wel fijn als je een beetje zo'n fuck yeah, I fucking got him gevoel hebt. Als hij dan eindelijk neer is. Oké, het vuur is echt veel te dichtbij. Jeroen, doe nou niet met het vuur. Ah, shit. Net ernaast. Kun je alsjeblieft wat muntjes droppen? Lieve gozer dat je er bent. Oh, top. Top. Het zijn in ieder geval mijn munten. Thank you very hard. Het is ook heel irritant. Normaal gesproken vind ik het chill. Is mijn strategie gewoon om hem in hele kleine stapjes te gooien. Zoals ik eerder liet zien. Half. Anders moet je al mijn andere video's van deze game op YouTube maar kijken. Lekker touwtje springen hier. Oh, nou. When you touwtje spring, but you do not, spring de touwtje. Herkenbaar. Oké, die kant op dan maar. Ik kan even rustig die kant op dieven. Ook met het idee dat daar minder vuur is en zo. Pak je hem weer bij. Zuur. Zo zuur. Nope. Dacht het niet, vuurmans. Oké, gooi je een stukje die kant op. Ren ik heel gauw ook die kant op. Draai niet om. Hij draait zich om. Mijn strategie is momenteel voornamelijk gewoon smijt en pray. Gewoon gooien. Hopen dat ze vuur... Oh, dat gaat de camera aan. Camera hoeken, die kant op. Ik zie niet eens waar ik hem heen smijt momenteel. Ik dacht even dat het op zo'n ding was. Ik was even voor enkele seconden miniatuur blij. Oh man. Ik haat je, Bowser. Ik haat je. Smijten en bidden. Ik score alleen maar goals. Gewoon precies tussen die twee dingen in. Bij bowlen heb je dat. Als je zeg maar een spare hebt staan. En je probeert in ieder geval één van de 2 kogels van de spare om te gooien. Want ja, van de kegels. Want ja, je bent geen bowling expert. En je gooit hem precies tussen de 2 kegels in. Dan noemen ze dat in bowling een goal. En in sommige groepen is het idee dan dat je bier koopt voor de rest. En dat je zo wat zuigt. Yes. Als het goed is, breekt hij nu uit de woede, omdat het laatste deel is. Ja, dan breekt hij de hele stage af. En dan is het tijd voor keihard vernietigen gewoon. We hebben nog best wel veel health ook. Dat helpt wel best wel. Het vuur kan niet echt meer landen overal. Het enige nadeel is, je moet nu echt gewoon smijten en bidden natuurlijk. Smijten en bidden, jongens. Oké, daar is er eentje. Gewoon smijten en bidden. Kom op. Oké, dat was helemaal de verkeerde kant op. Ook bijna raak. Ho. Ik ben nu wel heel veel aan het touwtje springen, Bowser. Vind je dit nou echt nodig? Ik weet niet. Oh, we zitten nu wel heel dicht bij die daar. Denk ik. Een soort van camerahoeken. Het scheelt als je hem helemaal vast hebt en er is geen vuur. Kun je gewoon je tijd nemen. Je kan letterlijk gewoon een uur lang wachten op dit punt, als je zou willen. Of het nou echt helpt, is even een andere vraag. Ik weet niet wanneer ik hem los moet laten. Het gaat zeg maar zo snel. Het voelt niet echt alsof er een moment is om te timen. Yes! Captain! De teef, de gigantische teef, is neer. En ik voel me fantastisch. Ik geloof dat er een stukje is waar Mario zoomt met zijn pet en dan wegvliegt. Ik weet niet hoe de game het gaat doen, dus ik geen... Nou ja, ik heb hem opeens weer. Dan moet ik de moeite hoeven doen om die pet weer terug te krijgen, joh. De pet, kom maar naar mij toe. Precies. Nou, was toch echt al verdomme een fantastische XXL gameplay. Gewoon eventjes in rond de 3 uur de hele game uitspelen. Hopelijk was het ook een beetje leuk om naar te kijken. Paas alsjeblieft even een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Voor de moeite, want ik heb echt letterlijk mijn hele zaterdag zitten zwoegen. Dan was het al niet opnemen, dan was het wel feitjes opzoeken. Om deze video een beetje vol te doen. Dat was een leuk projectje. Als ik ooit op een dag echt veel te veel tijd heb, ga ik sowieso weer werken aan andere, nog grotere projecten. Denk een beetje aan The Last of Us niveau. Ik moet alleen wel games vinden die leuk genoeg daarvoor zijn. Ik heb een paar keer de aanvraag gehad, ga heel Uncharted 4 spelen in XL gameplay. Lijkt me leuk, vooral omdat ik de game nooit heb afgemaakt op mijn kanaal. Maar ik denk dat die game veel minder lang interessant is dan The Last of Us dat is. Ja, dan kun je het natuurlijk zelf weer een beetje leuk maken. Dat helpt wel weer natuurlijk. Voor de rest zit ik echt vol smacht te wachten op The Last of Us 2. En dan ga ik geen XL gameplay even doen. Ik zoek leuke games voor series, dus hey, kom maar door. Nou, ziet er wel verdomme sexy uit, of niet? De prinses. Mario. The power of the stars is restored to the castle. Yay. Was hij weg dan? Ik dacht dat jij gewoon pleiten was.
And it's all thanks to you. Dat krijg je ook niet echt mee, of wel dan? Het is gewoon, hey Mario, ik heb een cake gebakken. Vast een van die toads die zegt, oh nee, de prinses is gestolen. Bowser moet er gewoon echt een keer doodmaken, dan zijn we er vanaf. Woehoe! Yeah! Let's bake a delicious cake. For Mario. Ik voel deze wel, jongens. Toch nog even een copyright claimpje op mijn kanaal. Toch nog geen advertentieinkomsten. Heb je de hele dag zitten strijden. Dat was al voor die Fallout 76 XL gameplay. Zoveel liefde en moeite hier gestopt. Krijg ik gewoon geen advertentieinkomsten op de hele video. Yay! Oh, nog even een throwback naar alle werelden. Voor als, je ze niet, als ik ze niet uitgebreid behandeld heb. Ik ben erg tevreden met deze video. Het enige wat iets beter had gekund was iets minder uitgebreid de eerste paar werelden doen. En ook wat meer laten zien van de latere werelden. Dus niet dat die latere werelden onmogelijk moeilijk zijn. Ik had het prima gang kunnen doen onder commentaar. Maar ja, als je de hele game graag 100% uitgespeeld wil zien, verwijs ik u heel graag door naar mijn Super Mario 64 DS serie. Maar ja, je hebt de halve game nog gezien, maar dan speel ik de game 100% uit op de DS. Alle sterren, God Mode. Dat is ook de eerste keer in mijn leven dat ik dat gedaan heb en dan op YouTube. Was ook zeer zeker een leuk avontuur met jullie te delen. Nu ik deze game hebben gespeeld, heb ik de XO Gameplays wel af. Ik ga niet ooit nog een keer Super Mario 64 op YouTube spelen. Zo doe ik dat met zo'n echt zo'n lange XO Gameplay waar ik echt de game uitspeel. Dit is het gewoon af, weet je wel. Waarschijnlijk komt er ooit op een dag ook nog wel een keer zoiets voor Super Mario Odyssey, waar ik die hele game nog één keer doorbeuk. Ook gewoon nog eventjes een keer de game te kunnen spelen, gewoon nog een keer. Omdat ja, iedere keer nieuwe games vinden is gewoon moeilijk en het is juist ook vaak wel chill als je een game al kent. Dan kun je, zoals ik al zei, lekker veel liefde stoppen in het commentaar. Heb ik zeker gedaan. Ik heb er redelijk hoeveel je liefde in gestopt, denk ik. Oh, de sterren zien er ook echt gepakt uit. Omdat ik ze gepakt heb, of niet? Is dat u daar werkt? Geen idee. Wel in een feestelijke bui nu. We fucking did it. Fucking aapje. Speedrunners zijn er niks bij. Nou, als je gaat kijken naar Super Mario 64 any% speedruns, dan word je echt heel verdrietig van. Voor mij is er ook gewoon een manier om, zeg maar, gewoon door het halve kasteel heen te glitchen en echt de game binnen 10 minuten uit te spelen. Voor mij bestaat dat. Had ik dat moeten doen voor de XL gameplay. Het is altijd minimaal een uur, of eigenlijk minimaal 45 minuten, of dat ik de game heb uitgespeeld. Gewoon 10 minuten erin rushen. Alleen de laatste boss fight doen. En daar 3 uur mee bezig zijn, omdat je de hele tijd doodgaat. Dat lijkt me fijn. Dat is wat ik wil aanbieden op YouTube. Toen nog even die smerige geheime grot laten zien. Helemaal fantastisch. Nou, zeer zeker een avontuurtje. Krijg je nog zo'n hele coole thanks for playing waarschijnlijk. Ik weet echt niet meer precies hoe dit eindscherm eruit ziet. Ik heb deze game niet heel vaak uitgespeeld. De originele Nintendo 64 versie. Ik denk alleen voor YouTube die ene keer. Voor de originele serie en nu. Voor mij is het gewoon de tweede keer dat ik dit uitspeel. Ik heb vooral de DS-versie echt te vaak gespeeld. De taart! De taart! Thank you so much for playing my game. Het is, weet die dude ook alweer? Charles Martinez, toch? De stem van Mario? Hij was laat toen ik bij de Dutch Comic Con dinges was. Toen was hij er ook. Ik had echt graag wel zo'n meet and greet ding met hem gedaan. Maar ja, betaal ik €100 voor. Is dat mij het waard? Nee. Dan moet hij echt... Dan ben ik zo'n persoon die zo iemand een intro laat inspreken voor zijn kanaal. Want iedere outro is... Hallo, ik ben Mario. Abonneer op Marieke. Zo'n cheesy. Zeer cheesy. Ik heb wel eens gehad dat kijkers aan mij vroegen of ik een intro wilde inspreken voor hun kanaal. Maar dik tip. Ga niet een andere YouTuber als intro gebruiken op je kanaal. Net zoals dat je, weet ik veel, Enzo Knol merch draagt in je video's als YouTuber zelf. Je moet jezelf verkopen als YouTuber. Als je dan tegelijkertijd heel erg fan gaat zijn van een andere YouTuber, dan stuur je haast al je fans die kant op. En hey, ik ben niet zo leuk, maar Enzo Knol, waar ik zelf ook heel erg fan van ben, misschien moet je die even checken, weet je, op die manier. We kunnen even het systeem herstart doen. Kunnen we even zien hoe het beginscherm eruit ziet. Nou, dat heb je toch altijd wel graag, hè? Boom, Super Mario 64. 1996. Pol, dat is oud. Wat een lekkere man is die Mario toch. 71 sterren. Nou, ik ga de game nog even 3 keer uitspelen. Zie ik jullie over een heleboel jaar. Daarom kijken.
pers even dat duimpje. En dan zie ik jullie volgende week bij een nieuwe kersverse XXL gameplay. Tot dan. Kusjes van mij. Slaap zacht. Doei.